Goed, het is 7:30 en ik verzoek zowel de raadsleden als het leden van het college hun plaatsen in te nemen. Ik heet u allen van harte welkom op deze avond waarin een aantal agendapunten aan de orde zullen komen. Waarvan ik het eerste agendapunt voor mijn rekening zal nemen als voorzitter van het raadsverband en het is de verordening Winkeltijden gemeente Twenterand 2018. Het is wat ongebruikelijk om vandaag het raadsdebat te houden en de buitengewone raadsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 6 december. Maar het heeft te maken met dat wanneer de raad een besluit genomen heeft, het ook gepubliceerd moet worden op een goede manier, ook tijdig gepubliceerd moet worden. Vandaar dat deze wat afwijkende procedure en als het goed is heeft de raad ook vandaag de zienswijze van de reactie van het college ontvangen op de ingediende zienswijze. Er hebben zich 4 insprekers aangemeld voor dit agendapunt. Dat is de heer Vogelaar namens de vereniging Zondagsrust, de heer Goosen namens 50 ondernemingen uit Friese Veen en de heren Jongeneel en Dijkstra die gezamenlijk zullen spreken namens de leden van ondernemend Vrooms Hoop en de niet-leden. Dat zijn de 3 insprekers en vervolgens gaan we het debat voeren. Zoals u weet kan elke inspreker en de heren Jongeneel en Dijkstra gezamenlijk 5 minuten krijgen ze van mij en vervolgens na de inspraak kunnen de raadsleden vragen stellen. En dan is het afgerond en dan komt de volgende inspreker. Ik vraag de heer Vogelaar namens de vereniging Zondagsrust. En u mag aan die kant inspreken. En als het goed is, dan is er een kaartje. Dan probeert u het maar eens het aan te doen. U wordt geholpen. Als het goed is, heeft u nu het woord. Aan u het woord. Dank u wel. Onze zienswijze hebt u ontvangen, dus dat zal ik niet herhalen. Het is duidelijk dat de Nederlandse Vereniging tot bevordering van zondagsrust en zondagsheiliging de zondag hoog in het vaandel heeft. En het zou die vereniging zeer betreuren als de zondag wordt opgeofferd aan economische belangen. Wat het zwaarste is, dat moet het zwaarste wegen. In dit geval komt er nog bij dat het de 23e is, dat experiment. Voorbereiding voor de kerst. We leven ook in de adventsdagen, de komst, hè, daar zien we naar uit. Hij is gekomen naar deze aarde. Wij konden zelf niet opklimmen naar de hemel. Gelukkig dat dat niet nodig was. Maar dat hij naar deze aarde is gekomen. Het zou wel heel erg zijn als we dat allergrootste geschenk zouden negeren. Zouden afwijzen. Dat hebben we niet nodig. Maar als we dat echt willen waarderen, zo'n geschenk, dan moet er ook wel besef zijn van de noodzakelijkheid daarvan. Er moet plaats zijn voor zo'n geschenk. Dat was er niet veel toen hij op deze aarde kwam, want hij werd gelegd in een beestenstal, in een kribbe, zoals we allemaal weten. Maar is er wel plaats in ons hart? Er is een voorbereiding nodig. Advent, 4 weken, verwachten wij. Dan zien we uit naar zijn komst. En als het dan zover is, vlak daarvoor de 23e op zondag, de dag van de Heere, niet onze dag, 1 van de 7 maar, de andere 6. Kunnen we ook niet zeggen dat het zonder meer onze dagen zijn, maar mogen wij besteden voor werk en allerhande andere dingen, maar 1 dag van die 7 is gereserveerd voor de Heere en voor zijn dienst. En die zondag, de 23e, zou toch zo uitermate geschikt zijn
om na te denken over het kerstfeest dat zeer binnenkort dan aanstaande is. En dat dat werkelijk betekenis krijgt voor ons allen. Daar alleen is de ware rust in te vinden. Meer en meer consumeren. Ik ben daar net zo goed mee besmet als u allemaal. We zijn allemaal kinderen van deze tijd. Ik sta echt niet boven iemand. En ik sta echt niet met een opgeheven vingertje te wijzen naar iemand. Zeker niet, want dan moet ik ook naar mezelf wijzen. Maar dan weet ik wel dat dat niet gelukkig kan maken. Meer en meer consumeren. Kortom, laat aan deze jacht naar steeds meer, laat daaraan de dag van de Heere niet opgeofferd worden. Eén tekst uit de Bijbel, daar rond ik mee af. Zal dus bijna 5 minuten zijn. Jesaja 57, daar staat: verhoogt, verhoogt de baan, bereid de weg des Heeren. Neem de aanstoot weg voor mijn volk. De aanstoot, dat is een hindernis. Dit zou een hindernis zijn om werkelijk te komen tot het grote kerstwonder. En ik hoop dat u als gemeenteraad dat niet gaat besluiten. Dank u. Dank u wel. Dan kijk ik, u mag uw microfoon uitdoen, anders dan gaat het wat mis. Oh ja, ja, helemaal goed. Ik kijk de leden van de raad rond of iemand een vraag aan de heer Vogelaar heeft. De heer Jonker en dan de heer Veldmeijer. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw inbreng, de heer Vogelaar. Ik heb nog een vraag over uw zienswijze die u gestuurd heeft. Ik zie ook dat u een jurist bent. En u hebt wat wetsartikelen ons toegezonden. En mijn vraag is of er voor een pilot wettelijk of juridisch verplicht of noodzakelijk is om het gemeentebreed uit te zetten. Kunt u daar nog een toelichting op geven? Om het gemeentebreed uit te zetten. Ja. Voor heel Twenterand of voor één kern. Ja, ja. Wacht even. Ik zit in. De vraag is u duidelijk, meneer Vogelaar. Aan u het woord. U mag de knop. Ja. Nou, je zou kunnen zeggen, daar staan geen regels voor in de gemeentewet of wat dan ook. Het is de gemeente Twenterand, dus ik kan begrijpen dat dat gemeentebreed wordt uitgezet. Maar volgens mij is dat zeker geen wet van meden en persen. Je kunt bij een experiment, bij een pilot, allerhande voorwaarden eraan verbinden. Die zullen hier ook zijn. Ook een van de bepalingen kan zijn, wij beperken dat tot bepaalde kernen. Het is natuurlijk heel wel mogelijk dat je zegt, een experiment, bijvoorbeeld in de kern Vriezeveen, druist in tegen de godsdienstige gevoelens die overwegend onder deze bevolking heersen. Zoiets staat ook in de toelichting bij de zondagswet. Ik citeer het bijna woordelijk. Dus dat is niet vreemd en dat zou in dit geval ook niet vreemd zijn. Dat is voor te stellen. Dank u wel. Voldoende dan de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou meneer Vogelaar het volgende willen vragen. Mensen van christelijke huizen die zoeken altijd de verbinding op in de maatschappij. En die roepen ook op tot een stukje menselijkheid, menswaardigheid. En ik vraag me dan af op een moment, we hebben 52 weken in een jaar, op het moment dat mensen die er anders in staan als u, slechts 5 weken vragen van de totale 52 weken in een jaar om de winkels op zondag open te stellen. Het gaat dus om een klein deel van het jaar. Weegt uw eigen belangen dan zwaarder dan de belangen van de andere mensen? Meneer Vogelaar, u het woord. Nee. Onze eigen belangen wegen zeker niet zwaarder als die van andere mensen. Dat zou erg hautain zijn. Maar ik heb duidelijk gesteld, het is niet mijn dag, het is niet onze dag waar we over spreken. Het is de dag van de Heere. En dan geldt een andere maatstaf. Dan zeg ik niet van het aantal mensen beslist of het aantal
van 5 ten opzichte van 52. Hè? Dan zegt u slechts 5. Ik heb een andere vergelijking getrokken. Ik zei 1 dag van de 7, slechts 1 van de 7 is gereserveerd voor de dienst van de Heer. In dit geval gaat die maatstaf dus niet op. En moet ik een andere norm aanleggen. En dat is die van de Bijbel. En ja, dan zult u zeggen, misschien bent u geen christen of wel christen, maar sommige mensen zijn in ieder geval geen christen. Die wilt u zeker wat opleggen. Nou, zo is het niet. Maar we weten met z'n allen dat de 10 geboden over het algemeen universeel aanvaard zijn. In andere godsdiensten tref je ook die normen aan. Dat is dan niet zo het geval voor het 4e gebod, maar niet doden, niet stelen en dergelijke. De 10 geboden hebben een universele geldigheid. En ik beroep me daarop dat ook dit gebod, het 4e gebod, heilzaam is voor iedereen. En ik wens iedereen het beste toe en ook de mensen die er anders over denken. Maar zonder iets te willen opleggen. Dank u wel, ik dacht dat u al klaar was. Dank u. Ik kijk er even rond of er nog een vraag is. Nee, dank u wel, meneer Vogelaar. Dan geef ik nu het woord aan de heer Goossen. Die namens 50 ondernemingen in Vriesveen spreekt. Meneer Goossen, aan u het woord. U kunt nu een groot knopje indrukken dan. Dank u wel, voorzitter. Namens de VOV Vriesveen mag ik het woord doen. Waarom zijn wij tegen zondag openstelling? Nou, in de allereerste plaats vanwege het theologisch argument, zeg maar de Bijbelse principes. Het is naar onze overtuiging een dag om te rusten, om op adem te komen en God te eren. Je bezig te houden met de dingen die belangrijker zijn dan al het aardse. Echter, wij willen ons ook de zakelijke argumenten onder de aandacht brengen. Het is ook voor de allerlei sociale contacten. God heeft ons niet geschapen om dag in dag uit, maar te zwoegen van de vroege morgen tot de late avond. Je merkt nu ook in de hectiek van het leven van alle dag dat het goed is om een dag rust te hebben. En daardoor eigenlijk ons prestatieniveau ligt daardoor ook hoger. Wanneer er in het ritme van de week ook ruimte is voor een dag rust. Daarnaast komt het nu ook naar voren dat door het snelle levenstempo steeds meer mensen lijden aan een burn-out, overspannen raken of vereenzamen. En dat is dan ter voorkoming daarvan, is de zondag als rustdag zeker van betekenis. Waar wij ons ook aan gestoord hebben is een pilot voor From Zoop. Er is altijd gesproken over een pilot voor From Zoop, maar niet over een pilot in heel Twenterand. En dat komt nu en eigenlijk wel in één keer als een soort overrompelingstactiek op ons af. Waarbij, daar hebben wij bezwaar tegen, dat we dat eigenlijk in één keer voorgeschoteld krijgen. Zonder dat we daar eigenlijk van op de hoogte waren. We zijn ook van mening dat elk dorp daarin zijn eigen keus zou kunnen maken. En dat het eigenlijk nu een beetje door de strot geduwd wordt, zeg maar, van we besluiten het en u kunt er aan meedoen of u kunt er niet aan meedoen. 23 december, daar hebben we ook bezwaren tegen. Net wat net al gezegd werd, ook van een uitgekiende dag misschien om dit juist te toetsen. Er wordt een beetje misbruik gemaakt, vinden wij, van de drukte rond de kerstdagen. Betekent wel voor degenen die niet meedoen een valse concurrentiepositie. Het kan ook voor ondernemers een flinke aderlating zijn om de winkel toch dicht te houden. Boodschappen worden elders gehaald. Waardoor er omzetverlies, zeker winstverlies, is voor de ondernemers die hier niet in mee kunnen gaan. De vrije tijd van de kleine ondernemer die komt steeds meer daardoor in de verdrukking. We hebben te maken met veel kleine ondernemers, mensen die alleen in de winkel staan. Of die met een klein team de winkel proberen draaiende te houden. Op het moment dat je dus een dag extra open zou moeten vanwege de druk van buitenaf, zul je misschien personeel moeten gaan werven. Maar goed, daar loop je ook tegen problemen. Dat een aantal mensen het bewust niet op zondag willen werken. Misschien om principiële redenen. Maar anderzijds ook om wel om te kunnen zien naar je medemens. Ook een dag rust te hebben. Bezoeken te kunnen doen. Dan vinden we eigenlijk de eenmalige pilot
leert eigenlijk uit ervaring dat het een eenmalig iets niet bestaat. Op het moment dat het losgaat en dat het toegestaan wordt, dan zie je eigenlijk het gevolg wat je in de grote steden op dit moment ziet. Almelo heeft er al last van, de winkels raken leeg. Kleine ondernemers moeten van nood hun deuren sluiten omdat het allemaal niet meer te handhaven is. Daarnaast hebben we de jubelstemming in Vromshoop, zoals we het beoordeeld hebben. Daar komt toch een beetje een vertekend beeld van. We hebben ook wat ondernemers uit Vromshoop inmiddels gesproken. Daar zijn 34 ondernemers tegen de zondagopenstelling. Die hebben dat allemaal ook aangegeven naar ons toe. Dus er zit behoorlijke verdeeldheid binnen Vromshoop. Wat ook tot gevolg al heeft dat de winkeliersvereniging daar ook een aantal mensen hun lidmaatschap op gaan zeggen of opgezegd hebben. Dan wordt er in de enquête aangegeven dat er ook meerdere winkels wel open zouden willen. Maar goed, er zitten ook horecaondernemers bij. En dat vinden we toch een iets andere tak van sport of een ondernemen als de winkels. Dus om die daar weer bij op te tellen vinden we niet een eerlijk beeld geven. We zijn er ook van overtuigd dat heel veel inwoners van Twenterand zeker geen draagvlak voor de zondagopenstelling hebben voor de winkels. Ze zitten eigenlijk helemaal niet te wachten op de verstoring van de zondagsrust. Er moet aan- en afvoer van producten moeten er zijn. Dus er gebeurt heel veel verstoring oplevert. We hebben inmiddels met wat we aangaven 50 ondernemers dit ondertekend. Wij willen niet open. Daarnaast ook de twee grote supermarkten hier in het dorp. Die hebben ook aangegeven niet open te gaan. Dus het geeft ook aan hoe het leeft in binnen Vriezenveen. En dat we samen daar ook een besluit in hebben kunnen nemen. Conclusie is eigenlijk dat we eigenlijk overrompeld voelen door de gang van zaken. En we pleiten eigenlijk voor een gedegen onderzoek. Zijn tegen te snel en te lichtvaardig genomen besluiten wat en ieder tegen zal kunnen gaan staan. Dank u wel, meneer Goossen. Ik kijk de raadsleden rond. De heer Elsega heeft de vragen nu. Als u uw microfoon uitdoet, anders, zo is dat. Meneer Elsega, nu het woord. Ja, dank u, voorzitter. En dank u, de heer Goossen, voor uw bijdrage. U zegt ergens van dat u het Vromshoop wel gunt. U bent eigenlijk als Vriezenveen onverrompeld, zo vertaal ik het een beetje, voor een koopzondag. Stel dat wij in een verordening regelen dat de ondernemersvereniging als belanghebbende per kern mag bepalen of er een koopzondag komt en hoe vaak. Wat zou u daarvan vinden? De Goossen, het woord. Als het goed onderzocht is en alle winkeliers daar ook in gekend worden, dan denk ik dat er de besluiten beter genomen kunnen worden dan dat ze nu genomen zijn. Dank u wel. De heer Elsker heeft een aanvullende vraag. Nu het woord. Ja, voorzitter, want de heer Goossen zegt of alle ondernemers daarin gehoord zijn. Dat is dus die taak van die ondernemersvereniging. Die vertegenwoordigen de ondernemers, die zijn de belanghebbenden. Dus die moeten dan onderzoeken of er een meerderheid of minderheid is voor een koopzondag. Is er een minderheid, hoeft u ook geen vrijstelling aan te vragen, dus komt er ook geen koopzondag. Want de winkeltijdenwet heeft nu helemaal geregeld dat er sowieso een verbod is op de zondag. En de verordening die maakt een uitzondering. Nou ja, zoals ik al aangaf. Meneer Goossen, ook het woord. Zoals ik al aangaf is dat eigenlijk nu al blijkt, 25 ondernemers waren voor, wat we gelezen hebben, allemaal in de krant. En nu al 34 stemmen tegen zijn, die op dit moment al bekend zijn. Waarvan dan waarschijnlijk ook nog niet iedereen gevraagd is. Dank u wel. Nog een vraag? Ja, het hoeft niet. Voorzitter, ik wil alleen maar even vaststellen dat dat onderzoek hebben wij gezien. En ik twijfel niet aan het onderzoek van ondernemer Vromshoop, net zo min als ik twijfel aan uw onderzoek over die 50 werknemers die deze brief hebben ondertekend. Dus ik wil dat eigenlijk niet tussenin gaan zitten. Dus ik geloof jullie allebei. Dank u wel. En geen vragen nu. De heer Reusken, aan u het woord. Ik ga gewoon iedereen weer langs, dus u hoeft niet de vinger op te steken. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw inbreng. Ik had dezelfde vragen als de GBT, maar ook nog een aanvullende vraag. Sorry. Is er overleg geweest met uw collega's in Vromshoop? En heeft u met elkaar gekeken van hoe u daar gezamenlijk wellicht nog uit kunt komen? Meneer Goossen, aan u het woord. Nee, wat ik al aangaf, we hebben dus contact gehad met ondernemers uit Vromshoop, die ook zelf uit de winkeliersvereniging zijn gestapt.
Dat is eigenlijk het gevolg geweest van deze besluitvorming. En die hebben wij gesproken en die hebben de winkeliers gevraagd waarvan zij ook wisten hoe die erin stonden. En daar zijn die 34. We hebben 50 namen uit Frieseveen, zeg maar, ondernemers. En we hebben 34 namen uit Vromshoop. Oké, dank u wel. De heer Reus geeft een aanvullende vraag. Nu het woord, meneer Reus. Voorzitter, ik bedoelde niet zozeer de mensen die daarin te kennen hebben gegeven aan u, daarin niet mee te willen werken, maar of u met de initiatiefnemers zelf contact hebben gezocht, die deze pilot wel willen starten, of u daarmee in overleg bent geweest. Heer Goossen, aan u het woord. Nee, daar hebben wij zelf geen overleg mee gehad. Dank u wel. De heer Reusken heeft nog een aanvullende vraag. Aan u het woord, meneer Reusken. Voorzitter, ik heb de zienswijze ook gelezen. Ik zou er zeker nog 3 of 4 vragen over willen en kunnen stellen. Ik wil toch 1 vraag stellen. Die heeft betrekking op de leegstand. U geeft aan dat als deze zondagsopenstelling doorgaat, dat leegstand tot gevolg heeft. Ik zou willen vragen, in de omliggende gemeente, is er al een zondagsopenstelling? Is als gevolg daarvan in de omliggende gemeente zijn winkeliers hier gestopt met werken? Heer Goossen, aan u het woord. Kijkt u maar naar de stad Almelo, hoeveel leegstand daar is inmiddels. En dat hoofdzakelijk door, en we horen het ook van ondernemers hier die wij nu zelf gesproken hebben, dat ze zijn net door de crisis heen, komen net weer een beetje op adem. En we zullen dan verplicht worden om misschien 7 dagen in de week te gaan werken. Wat gewoon niet vol te houden is, ongeacht of je principieel een dag vrij wil hebben of niet. Dank u wel, voorzitter. Meneer Goossen, u vertelde net van we werken te veel. Laten we die zondag gebruiken om te rusten. Maar eigenlijk werken we steeds minder, gemiddeld maar 24 uur per week. En uit een salarisonderzoek, ja, u weet ongetwijfeld meer, maar uit een salarisonderzoek van 2017, 72.000 respondenten, onder andere georganiseerd door Nijenrode, blijkt dat het aantal uren niet de boosdoener is voor de toenemende burn-outs, dat ben ik met u eens, maar dat zijn de flexibele contracten, waardoor er inkomensonzekerheid heerst. Dat kwam eruit. Maar de vraag die ik eigenlijk wil stellen is dit niet een vraag eigenlijk voor de inwoners van Twente? Niet een vraag voor de winkeliers, niet een vraag voor de politiek uiteindelijk moet de verordening regelen, maar zouden eigenlijk de inwoners die moeten bepalen of er wel of niet een koopzondag zou moeten komen. Graag uw mening. Heer Goossen, aan u het woord. Dat zou je de inwoners zeker moeten vragen. Maar goed, daarnaast moet het ook geboden kunnen worden. En wat we nu proeven bij de ondernemers die een eenmanszaak hebben, alleen in de winkel staan of misschien met 1 personeelslid. En als we die nu zeggen van je gaat 7 dagen in de week draaien, dan zeggen ze ja, dat lukt ons niet. Dat kunnen we niet invullen. Kostentechnisch is het niet haalbaar. En zelf willen we ook niet 7 dagen in de week aan de bak. En als u aangeeft hoe we werken met 24 uur per week, ik ken ze niet, maar in ieder geval niet in de winkeliersvereniging. Dank u wel. De heer Veldmeijer heeft nog een vraag, meneer. En u het woord, meneer Veldmeijer. Nee, ik wil geen welis niet eens vragen, maar juist in detailhandel heb je ontzettend veel flexibele contracten volgens mij. De heer Goossen. Dat klopt, maar dat is ook het lastige om dat allemaal in te vullen. Want als je niet oppast, heb je een heel peloton aan personeel lopen. En een paar uur per week zijn ze aan het werk. En je hebt alleen maar meer nodig. Wat alleen maar lastiger maakt om het draaiende te kunnen houden. Dank u wel. Dan de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel. In aanvulling wat de heer Veldmeijer al vroeg, ook de burger. Maar ziet u ook nog belangen voor de medewerkers, dat die ook, dat daar ook onderzoek naar gedaan moet worden? De heer Goossen, aan u het woord. Jazeker, dat moet wel breed getrokken worden, want op het moment dat je extra personeel zou nodig hebben, zullen personeel moeten werven. En een aantal personeelsleden zal dan ook zeggen, op zondag wil ik niet werken, om welke reden dan ook. Dus daar zal zeker onderzoek naar gedaan moeten worden. En ook het bestaande personeel kun je niet zomaar zeggen, we gaan zondag open, dus jij gaat zondag ook maar werken. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kerkdijk. Aan u het woord. Waarschijnlijk doet u het microfoon. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ook dank voor de heer Goossen voor zijn inbreng. Een vraag met betrekking tot ook de afstemming binnen de VOV.
Is in die afstemming ook sprake geweest van bijvoorbeeld het toepassen van het alternatief wat in de gemeente Rijssel-Holte, met name in de kern Rijssen, van toepassing is? Daar is uiteindelijk in dezelfde discussie gekozen voor een openstelling gedurende een aantal zaterdagavonden tot 10 uur. Is dat onderwerp ook de revue gepasseerd en zou u eens aan kunnen geven hoe u daar tegenaan kijkt? Heer Goossen, nu het woord. Dat is bij ons binnen de VOV ook voorgesteld en daar staan ze zeker open voor. Wat het plan nu is, is dat we 22 december 's avonds hier de winkel nog open hebben. Om de mensen toch de mogelijkheid te geven langer te kunnen winkelen. Dank u wel. Dan kijk ik naar de rest. Ja, de heer Smelt, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer Goossen, dank u wel voor uw inbreng. Helder zijn veel vragen gesteld. Vraag die bij onze fractie open blijft staan. U heeft contact gehad met mensen uit Fronsol. Daar ook bevindingen uitgehaald, 34 zegt u, die niet mee willen. Heeft u die geënquêteerdheid, heeft u dat beschikbaar voor ons? Of is het een mondelinge vraag geweest aan ondernemers van, bent u voor of bent u tegen, is dat dan geturfd? Zou u daar antwoord op kunnen geven? En de tweede is, we hebben meer kernen, onder andere in Den Ham. Heeft u daar ook contact gelegd met de ondernemersvereniging, hoe zij erin zitten, weet u dat? Heer Goossen, aan u het woord. Het was redelijk 5 voor 12 dat dit allemaal te sprake kwam. Wij kwamen hier zelf halverwege vorige week achter dat dit speelde. En hebben toen eerst binnen onze eigen VOV gepeld hoe dit leefde. Daar hadden we binnen 2 dagen een duidelijk beeld van hoe het ervoor stond. Daarna hebben wij om ons heen gekeken van welke kernen gaat het nog meer aan. Daar wel de vraag neergelegd, vanuit Den Ham geen antwoord teruggekregen. In ieder geval mensen die daar wel deelnemen aan de bedrijfsvereniging. En vanuit Fronsol is net om 5:30 de reactie bij ons binnengekomen met die 34 namen. Die dus tegen gestemd hebben of in ieder geval aangeven we niet open te willen. En die hebben wij op papier staan, die kunnen we u overhandigen. Dank u wel. Volgens mij zijn alle vragen gesteld. Dank u wel, meneer Goossen. Dan geef ik het woord aan de heer Jongeneel of de heer Dijkstra. Ik weet niet wie als eerste het woord wil voor... Oh, u doet samen. Dat mag ook. Dat... Ja, ik weet het niet, maar daar gaat u vanuit in deze raad dat u samen sterk staat. Nou, we zullen het meemaken, maar u heeft 5 minuten. Maar komt goed. Aan u samen het woord. Koopzondag. Je bent voor of je bent tegen. Daar zit weinig tussen. Ja, wellicht het aantal koopzondagen en de hierbij horende openingstijden. Iets waar je naar mijn mening samen uit moet zien te komen. Er zit gelukkig geen hek om Twenterand. Omliggende gemeenten zoals Almelo, Hardenberg, Nijverdal, Wierden, Zwolle, Borne, Hengelo en Schree hebben al lang koopzondag ingevoerd. Wat zeg ik, bijna heel Nederland heeft het al. En wat te zeggen van internet. Klanten zijn echt niet gebonden aan Twenterand en zijn mobiel genoeg om te gaan shoppen op zondag in de omliggende plaatsen. Jammerlijk genoeg zien we hierdoor ook veel afvloeiing naar buiten onze gemeente gaan. Onlangs hebben we een enquête gehouden bij de ondernemers in Fronsol, waarbij de grote meerderheid voorstander is voor een koopzondag van 4 tot 6 keer per jaar van 12 tot 5 uur 's middags. We hebben het dus over maximaal 6 middagen per jaar waarbij je open mag. Voel je niet verplicht als winkelier om open te gaan? En als je daardoor denkt omzet mis te lopen, dan verwijs ik graag naar mijn woorden, er zit geen hek om Twenterand, die gaan lekker shoppen buiten de gemeente. Wij zijn voor de vrijheid van ondernemen, voor de vrijheid van klanten om te komen of juist niet, en voor de vrijheid van de werknemers. We krijgen hiervoor dan ook een pilot op zondag 23 december, om na de hand samen te evalueren met de gemeente over iets wat zich in heel Nederland al bewezen heeft. Om leegstand of vertrekkende ondernemers tegen te gaan, is het ook een belangrijke stap. Een gezond vestigingsklimaat is belangrijk voor de leefbaarheid en de werkgelegenheid van Twenterand. Winkels en centrums worden al minder bezocht en dan is het tijd om goed te kijken naar de wensen van de klant. Uiteindelijk bepalen zij je koers. Dit is wat we willen gaan testen en bekijken. We willen denken in mogelijkheden en kansen. Ook wat er uit het onderzoek destijds van BRO is gekomen, is de koopzondag een goede kans. Helaas is dit destijds door het vorige college uit het onderzoek gestreept. Dank u wel. Ja, dan krijgt u ook het woord. Kijk. De laatste 10 jaar zien wij als ondernemers dat het zondag meer funshoppen wordt. Funshoppen houdt in het gezellig winkelen op een zondag met het hele gezin. We zijn allemaal hartstikke druk door de week met werken en gaan zaterdags naar de voetbal, naar de basketbal, naar de polo. Het maakt niet uit waarin je gaat met je kinderen, ga je leuke dingen doen met de sport.
dan blijft er weinig tijd over voor andere dingen. Nou zien wij, bij mijn collega's, maar ook zelf, in de omliggende kennissen en vrienden, dat dan zondagmorgen even naar de ouders een bakje koffie wordt gedaan, of even naar de schoonouders. En dan 's middags gaan we met de auto even het dorp in, de stad in, en dan gaan we fun shoppen. Dus er worden voetbalschoenen gekocht, er worden sportkleding, er worden gewone schoenen gekocht, er wordt volop besteed op die zondagmiddag. Dat houdt in dat ze dan nog even een tijd over hebben en ze gaan heerlijk even een bakje koffie doen met warme chocolademelk met het hele gezin. En ik zie dat als investering in je gezin. Tenminste, dat lijkt mij en meerdere collega's. En het blijkt ook gewoon zo dat het al hoe meer de zondag het funshoppen wordt. Het BRO-onderzoek, wat de laatste keer gedaan is, 2 jaar geleden, voor de gemeente, daar kwam uit dat als pilot voor ons ook een koopzondag moest komen. Toen hebben wij gezegd van ja, maar dat is niet mogelijk. Het bureau zei van, wij vinden het wel mogelijk, wij zijn ingehuurd door de gemeente en wij gaan in de kaart brengen of het mogelijk is. Martin Dijkstra heeft heel veel werk hiervoor gedaan en alle leden en niet-leden gevraagd of ze open en niet open wouden. Daar bleek uit dat de meeste van onze leden toch een koopzondag wilden proberen voor een pilot van maximaal 4 keer op jaarbasis. Dat hebben we in kaart gebracht. We hebben afgelopen keer weer een kader gedaan. Wij zijn vanuit gegaan als er nog 25 winkels meedoen, dan zou het een mooie actie kunnen wezen. Helaas is dit niet gelukt, of helaas, het zijn er meer geworden. Het zijn er op het moment 35 die graag mee willen doen. Er waren 2 ondernemers bij het Neekamp die gezegd hebben, we gaan niet open op de zondag. Wat we natuurlijk respecteren, hè? Die zijn bij ons gekomen en die zeiden van, we gaan toch mee. We zien het zitten, we gaan voor ons op een lekker gezellig zondagmiddag maken. En die 2 zijn overgestapt met aankomende 23 december om open te gaan. Inderdaad, wat meneer zei, is er 1 lid die heeft opgezegd. En die de zondagrust wou respecteren. Ik heb ook tegen deze persoon gezegd, maar u hoeft niet open. En deze heeft inderdaad de lidmaatschap opgezegd. Voor de rest is mij niet bekend wie er nog meer opgezegd heeft voor de koopzondag. En, maar dat zal misschien deze meneer wel weten. Dus vandaar dat we ook even toegelicht hebben. Ja, dank u wel. Ietsje meer dan 5 minuten, maar dat mag. Soms heb ik toch interessant gepraat. Heer Smelt heeft de vragen nu. Heer Smelt, aan u het woord. Ja, aan beide heren die een beantwoord moeten ze zomaar uitmaken. Ja, maar ik hou wel van cijfertjes en als we dan horen wat meneer Goos net zegt over 34 winkels of ondernemers die tegen zijn. En ik hoor u zeggen 35 doe mee, dan zou er 69 winkels in Vroomsoop zijn. Nou, u weet vast wel hoeveel leden u heeft er of dat klopt. En misschien kunt u ons ook uit de droom helpen als het dan gaat om de waarde van de voor's en de tegens, of u ons daar wat kunt specificeren. Ik neem van u beiden aan dat u gelijk heeft, maar misschien kunt u ons wel duidelijk maken hoe het zit. Ik kijk voor u aan en een van u tweeën geeft antwoord. Nou, we hebben zelf in kaart gebracht van wie er inderdaad niet wou lid worden, of niet mee wou doen. We hebben ook duidelijk een lijst van. Maar we hebben ook de lijst wat voor ons eigenlijk belangrijker is, wie er mee wil doen. En ik hoor het net en ik schrok er een beetje van. Ik denk, hey, hoe kan dat nou? Mij niet bekend. Ik vind het ook jammer dat ondernemer Van Soop daar niet bij betrokken is. Dan hadden we graag hun de lijst willen laten zien die inderdaad wel meedeed, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk zelf ook een beetje dat ik dacht van, hey, hoe kan dat? Oké, dank u wel. De heer Smelt heeft een aanvullende vraag aan u. Meneer Smelt. Nou ja, ik wil eerst zeggen dat ik uw oprechte beantwoording waardeer. Maar meneer Goos, heb ik net gevraagd, heeft u een lijst? Hij heeft net gezegd dat hij die heeft. Misschien voor in de coalition straks een mooi moment om even te checken hoe het dan zit. Dat laat ik dan bij de ondernemers zelf, daar moet u zelf maar uitvechten, daar heb ik geen oordeel over. Wat mij nog wel een vraag die wel opstaat is de volgende. U zegt maximaal 4 koopzondagen. Dus als we gaan nu over een pilot van 23 december. De ondernemers in Vroomsoop geven dus aan dat er maximaal 4 en dat is dan ook de limit. En u het woord? We hadden een enquête van geen. We hadden een enquête van
elke zondag en we hadden maximaal 6. En daarvan waren de meeste maximaal 6. Alleen wij hebben als ondernemer van ons hoop gezegd van, het zouden waarschijnlijk maar 4 worden. Maar goed, dat is even afwachten, kan wij dat het zo goed wordt. Maar wij gaan er zelf vanuit dat het maximaal 4 wordt. Dank u wel. Dan kijk ik verder. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook dank voor de heren Dijkstra en Johanneel. En eigenlijk dezelfde vraag die we zo even aan de heer Goossen gesteld hebben. Is in de aanloop naar de keuze voor de koopzondag ook sprake geweest, is te kijken naar het alternatief wat inderdaad in Rijssen, Holten voor de kern Rijssen is uitgerold. Een opening op een aantal zaterdagavonden tot 10 uur. Is dat meegenomen in de discussie, in de afweging? Aan u het woord. Nee, dat was inderdaad niet, daar hebben we het niet over gehad. Ik hoorde het net ook dat werken op zaterdagavond die uren minder uren zijn dan op een zondag werken is, blijkbaar. Dus dat verbaasde mij nogal een beetje. Ik denk, ja, daar moet je ook extra personeel in huren en alles. Dat hebben we verder niet onderzocht. We hebben wel eens een keer extra koopavonden op zaterdagavond gehad. En die vielen daar een beetje tegen. En toen hebben we gezegd van, nou, laten we dit nieuwe proberen. Oké, dank u wel. Dan de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook een aantal vragen aan beide heren. Jullie hebben een onderzoek of een enquête gehouden. Is dat schriftelijk gebeurd over mondelinge peiling voor deze pilot? En zijn daar ook meegenomen de horecabedrijven, de cafetaria's? Zijn die daarbij inbetrokken? Ja of nee? Ik kijk u aan. Inderdaad, we hebben een enquête gedaan. Deze heeft Martin mondeling. Schriftelijk. En schriftelijk natuurlijk, maar iedereen heeft hem geweest, elke ondernemer. Zowel de leden als de niet-leden. Dus dat was best wel een opgave. We hebben het alleen gehouden bij de leden van de cafetaria en de horeca. Maar goed, die zeiden toch al ja, maar die waren al open. Maar niet bij de niet-leden die ook wel zondags open zijn met de cafetaria. Want ja, dat heeft voor ons niet meer waarde, zeg maar. Maar wel bij de leden, om het zo maar te zeggen. Dank u wel. We hebben inderdaad ook gekeken naar de kern van Vroomshol. We vonden het belangrijk, als we open gaan, dan moeten we zorgen dat we met zo'n groot mogelijke groep in de kern open gaan. En als her en der verspreid een winkel open is, heeft dat geen toegevoegde waarde. En daardoor kwamen we op dit aantal. Iedereen heeft er belang bij. Want als je een koopzondag hebt, dan zit je ook wel op een terras. Dus alles heeft al in verband om een leuke dag te organiseren, zeg maar. Dank u wel. Dan de heer Jonker, een aanvullende vraag, nu het woord. Ja, dank u wel. Ik stel hem, omdat die cafetaria's zijn al open, dus dan blijven de winkeliers nog over. En over die groep praten we eigenlijk in de verordening vanavond. Dus dat geeft een iets wat vertekend beeld in de positiviteit. Maar over het algemeen gezien kan me goed voorstellen dat die cafetaria's zijn al open. Dus dat drukt de score wel omhoog. Maar vervolgvraag, voorzitter, is, er zijn ook grootwinkelbedrijven in Vroomshoop actief, gelukkig. Hoe is die verhouding met de kleine zelfstandige winkeliers? Hè? Kijk, ik weet dat u een, ik wil niet zeggen dat u een klein ondernemer bent, maar geen grootwinkelketen bent en buurman wel. Hoe zit die verhouding daar? Zijn de grootwinkelbedrijven juist de kartrekkers ten opzichte van de kleine winkeliers? Kunt u dat wat nader toelichten? Ik kijk u aan. Aan u het woord. Dank u wel. We hebben puur gekeken naar onze leden. Dat was voor ons het belangrijkst. De leden hebben gezegd, de meerderheid, 80%. Ja, 80%, we willen graag open. Als nou de meerderheid van de niet-leden waren, hadden we dat natuurlijk niet gedaan, want wij zijn van ondernemer verkoop. Wij gaan kijken naar onze leden. En als onze leden hadden gezegd van we willen het niet, dan hadden we het ook helemaal niet gedaan. Maar ook kwam de meerderheid uit dat de leden graag open wouden. Die maximaal 6 keer waar we over praten net, zeg maar. En vanaf daar zo hebben we gezegd van dan gaan we iedereen erbij vragen. Dus er werd ook een Scapino bij gevraagd. Een Aldi, een Lidl, een Kruidvat, een Terstal. Wat normaal niet lid zijn, maar die hebben we pas bij betrokken, zeg maar. Nadat de inzage van de leden het meeste aantal waren die mee wilden gaan op de koopzondag.
Oké, dank u wel. Nog een laatste vraag of heeft u nog heel veel vragen, meneer Jonk? Eigenlijk nog twee kleine vragen. Nou, twee kleine, stel die achter elkaar, dan ga ik verder met de buurman. De heer Jonker en u het woord. Daar blijft openstaan de evaluatie. Hè, daar is van tevoren, dat heeft u niet meegegeven in uw raadsbrief, of in de brief dat u als raad, aan ons als raad heeft gestuurd in september, oktober. De indieners van de wet op de winkeltijdenverruiming voor de gemeenten, die indieners, dat zijn de heer Verhoeven en mevrouw Van Tongeren, die hebben ook benadrukt dat er een goede afweging moet plaatsvinden bij elke stap die je daarop neemt. Kunt u ons daar ook meenemen hoe u dat ziet? Is dat één alleen bij de ondernemers, hè? Want in 2 oktober werd hier het raadsdebat over gevoerd en er werd er eigenlijk heel snel op gekoerst van, ja, dat kunnen de ondernemers best zelf. Hè? Ja, en ik zie ook dat de ondernemers dat best zelf kunnen, want u hebt meer gekregen dan waar het college mee komt. Hoe ziet u dat? En de evaluatie. Dank u wel. Dank u wel. Aan u beiden het woord. Ja, u gaat altijd over uw eigen antwoord, zeg ik hier. Dus als u zegt van ja, het is... Ik begrijp de vraag niet helemaal goed. Wil je dat één keer halen? Ja, ik zal heel kort... Maar meneer Jonker, aan u de uitdaging om het kort te doen. Want een heel verhaal, dan wordt het niet duidelijker. Aan u het woord, meneer Jonker. Hoe ziet u de evaluatie voor zich? Of is het sowieso al een succes? Hè? Dat u gewoon, maakt niet uit de pilot, dat is 4 kookzondagen. Regel dat snel met elkaar. Wie neemt u mee in de belangenafweging? Zijn dat ook de medewerkers en de bedrijven en de burger? Hoe ziet u dat? Daar wil ik het alleen maar bij laten. Dan laat me zitten. Oké, het gaat over de medewerkers. Dank u wel. Het gaat om de evaluatie. Aan u het woord. Ik heb zelf een personeelslid die de kerk behoorlijk vaak ziet, zeg maar, om zo maar te zeggen. Die mag bij mij niet eens werken. Al zou ze graag willen, maar die heb ik door de week weer nodig. En inderdaad, zij maar lekker door de week gaan. Maar aan de andere kant, ik heb ook part-timers. Ze zeggen nu allemaal van, we willen graag werken, maar ik heb niet voor iedereen werk. Omdat het maar een zondag is. En dan denk ik van, ja, dat mag maximaal 4 man werken. Maar in principe zeiden alle meiden al, met uitzondering dan van 1 persoon, we willen werken. Dus daar, ja, liepen wij tegenaan. Dus ik moet nou keuzes maken. Oké, dank u wel. En dan ik denk ook dat een ondernemer daar geen belang bij heeft om tegen een werknemer te zeggen van goh, we zijn zonder hulp, jij gaat werken. Een ondernemer die houdt zijn werknemers graag op de juiste plek met volle inzet. En als wij hebben ook één die zegt, nou ik wil dat niet, nou dat respecteer ik, is prima. Die werkt dan op zaterdag, kan ik ook een keer zaterdag met mijn neefjes en nichtjes naar de voetbal. Heb ik ook een keer een dag voor. En dus zodoende regel je dat onderling wel. Daar komt de ondernemer wel uit. Je gaat echt niet tegen iemand zeggen van je moet. En dat zal geen goede ondernemer zijn in mijn ogen. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Veldman. Heeft u nog een vraag? Dan kijk ik naar Geuske. Dan kijk ik naar de heer, ja, de heer Engels. Aan u het woord. Sorry, Stolten. Hè? Ja. Ja, ik zie die bordjes niet. En dan, als ik dan zo bezig ben, dan ga ik ze mist in. Mijn excuus, meneer Stolten. Ik heb een vraag over het personeel. Er werd net verteld dat het zondag werken niet, dat gaan jullie niet afdwingen. Maar mijn vraag is, zijn daar ook afspraken over gemaakt, onderling tussen ondernemers? Een heldere vraag. Meneer Stolten, ik ben aan het oefenen, snapt u wel. Ik vind dat wij de ondernemers daarin ook de vrijheid moeten geven, maar ik geloof nooit... Maar goed, dat is iets wat we misschien mee kunnen nemen, maar dat is er niet in meegenomen. Maar nogmaals, net wat ik net ook zei, van, ja, een beetje een goede ondernemer is zuinig op zijn personeel. En die gaat echt niet tegen iemand zeggen, je moet werken, zodat hij de rest van het jaar met zo'n gezicht aan het werken. Dat, in mijn ogen zal dat niet voorkomen, zal dat niet gebeuren. En, Dank u wel. Ja, heer Elsinga, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik heb nog 2 vragen aan deze ondernemersvereniging, laat ik maar zeggen. Het is eigenlijk dezelfde als de vraag die ik ook stelde aan Friese Veen. Ik weet alleen niet of dit het bestuur is van de VOV of zo. Dus, maar goed, het is eigenlijk dezelfde vraag. Zou u het ook wenselijk vinden als je, laat ik zeggen, in de verordening de ondernemersvereniging laat bepalen als belanghebbende van of er een koopzondag komt en hoe vaak? Daar zou ik graag antwoord op willen. En
Straks komt er een evaluatie. Zou u ook voorstander ervan zijn dat je een brede maatschappelijke discussie per kern krijgt, waarin de kerken betrokken worden, de dorpsraad bijvoorbeeld bij betrokken wordt, en jullie, om zo elkaar meer af te tasten en meer respect voor elkaar standpunten te krijgen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Aan u het woord. Ja, wij als ondernemer van ons dorp hebben natuurlijk al aangegeven dat we dat graag wouden. Mart en ik hebben wel eens met z'n tweeën zitten brainstormen. Het zou ons heel mooi toe lijken om over 4-5 jaar, dat we wat meer budget hebben, om een keer een soort, nou, Martin heeft er ook voor gezet, een openlucht kerkdienst in het centrum te houden 's morgens. En dan 's middags gewoon de winkels open en het podium weer gebruiken voor een beentjes, een brokante markt. En natuurlijk zou ik daar graag de dorpsraad bij zien die erbij betrokken wordt. Alleen de ondernemers zijn op het moment even dat ze zeggen van we gaan eerst kijken of het wat is. Want als het niet wat is, daar zijn we ook ondernemend genoeg voor. Als het 2 keer slecht is geweest, dat we dan de 3e keer niet verder gaan. Maar dan moeten we eerst even uitvinden of het inderdaad haalbaar is. Dank u wel. Volgens mij is dat voldoende? Ja. Dan dank ik u voor uw inbreng en ook voor het beantwoorden. Ik bedank iedereen voor de inbreng in deze eerste ronde vanuit de insprekers. En ik kijk nu naar de raad en ik vraag aan, denk ik, de heer Kerkdijk of de heer Kelder van het CDA. De heer Kerkdijk, aan u het woord, want ik ga gewoon mijn lijstje weer langs voor de verschillende. Ja, u moet uw papiertje, ik bedoel uw... Aan u het woord, meneer Kerkdijk. Dank u wel, voorzitter. Ja, een onderwerp wat al vaker in de debatten behandeld is en ook bij motie een bepaalde richting heeft gekregen. Maar ik denk dat ik begin bij een artikel wat op 20 november in het dagblad Trouw gepubliceerd is. Onder de kop: de strijd om de zondag is nu van iedereen. Een paar citaten, een paar koppen. De eerste: de weerstand tegen een 7-daagse werkweek leidt tot wonderlijke coalities tussen SP'ers en SGP'ers. Een tweede: we worden allemaal gek van alle activiteiten zonder rustpunten. Mag het een tandje minder? En in het artikel in Trouw wordt voorgesteld dat in de komende dagen een brede roep om rust bovendrijft. Of het nu om christenen gaat die vanuit het geloof handelen, om burgers die klagen over een lawaaiige leefomgeving, of om de beweging van links die ageert tegen de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. In die wonderlijke coalitie hebben ze in feite allemaal het over hetzelfde. Voorzitter, het standpunt van de CDA Twenterand is duidelijk. We hebben dat in de vorige coalitieperiode aangegeven vanuit ons verkiezingsprogramma 2014-2018. En ook in het verkiezingsprogramma 2018-2022 hebben we over de zondagsrust het volgende gesteld. Het CDA is tegen het instellen van koopzondagen binnen de gemeente Twenterand. En voor alle duidelijkheid, zonder aanzien van de kern. En het CDA is van mening dat wat je zegt in je programma, dat je dat ook moet doen in de politiek. Om daar wat verder politiek-bestuurlijk op in te zoomen, nog het volgende. Allereerst een vraag die uit de vorige ronde naar boven is gekomen, uit de inbreng van de zienswijzen. De vraag richting het college, of het college bereid is om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan over een zaterdagavondopenstelling, zoals in Rijssen, in plaats van een koopzondag. Graag daarop een reactie van het college. Daarnaast moet ons politiek van het hart dat wij het heel bijzonder vinden dat deze coalitie van ChristenUnie en GBT met dit voorstel komt. Vooral gezien het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, waarin op pagina 25 te lezen is: geen zondagsopenstelling van winkels in Twenterand. Het roept dan ook de vraag op hoe een ChristenUnie-wethouder en een ChristenUnie-fractie omgaat met haar principes. En voor de wethouder is dat sinds vorig jaar kerst duidelijk door de publicatie in de Tubantia, voor de fractie nog niet. Het roept ook de vraag op hoe de fractie, de ChristenUnie-fractie, bij een positief besluit omgaat met de steun voor dit college. Beste fractie, hoe betrouwbaar bent u voor uw kiezers? Waar ligt uw grens? Bent u überhaupt politiek betrouwbaar? Dat kunt u komende donderdag zichtbaar maken. Wat gebeurt er wanneer u tegen dit collegevoorstel stemt? Is dat een motie van wantrouwen richting uw wethouder? Want ik ga ervan uit dat uw wethouder in de vergadering in het college dit voorstel gesteund heeft. Ook mede gezien de uitspraken van kerst vorig jaar. Dan de verordening zelf. Hij geldt voor heel Twenteland. Dus voor alle kernen en voor alle detailisten.
Wat het CDA betreft zijn wij dus tegen winkelopening op zondag in Twenterand en het maakt niet uit welke kerk. Ik wil het nog een keer benadrukken. Overigens, de ingebrachte zienswijzen liegen er ook niet om. En de CDA-fractie begrijpt ze. Gezien het voorgaande zult u dat ook begrijpen. Wij zijn benieuwd hoe de overige fracties daartegen aankijken. En een bijzonder punt, saillant kun je dat wel noemen, heel bijzonder, dat is dat een hamer GBT-wethouder detailhandel en een hamer ChristenUnie-wethouder economie instemmen met de aanpassing van een verordening die van toepassing is voor geheel Twenterand, dus ook voor Den Ham. Legt u het maar uit in uw eigen kern. Afsluitend, de SGP-fractie zal in een haattermijn komen met een amendement, met de strekking de ontheffing voor Twenterand te laten vervallen. Ik laat het graag even over aan de SGP, maar dat, u zult begrijpen dat ons dat zeer aanspreekt. En ook zal een motie worden ingediend die gaat over hoe de evaluatie kan worden ingericht. Uitgaande van het feit dat we waarschijnlijk met onze minderheid in deze oppositie niet in staat zullen zijn dit voorstel tegen te houden. Voorstel, voorzitter. Ja, dank u wel. Eventjes, als u even een geduld heeft, even wilt stoppen. De heer Reusken heeft de vragen nu. Dan kunt u zo uw betoog vervolgen. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen aan de heer Kerkdijk. Ik kan heel ver met hem meegaan als het gaat over, je moet je rustmomenten pakken, dat geldt voor ons allemaal. Maar vindt u ook niet dat dat eigenlijk een keuze van ieder voor zichzelf moet zijn, in plaats van dat dat een voorgeschreven moment is? Dat is de eerste vraag die ik heb en daarna heb ik nog een tweede vraag, voorzitter. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, de heer Ruskers zal misschien anders weten. Als je als overheid, als politiek regels stelt, dat die regels soms voor de ene groep wat anders uitwerken, negatief of positief uitwerken dan voor de andere. Dat is ons werk. En wij worden geacht die regels te stellen. En ik heb u aangegeven waar, wat de CDA-fractie betreft, die regels op gebaseerd zijn. Het is ons verkiezingsprogramma en wij houden daaraan vast. De heer Reusken heeft een vervolgvraag en nu het woord, meneer Reusken. Nu staat hij aan. Dank u wel, voorzitter, voor de derde keer. Wat ons betreft is dat vooral een keuzevrijheid en een persoonlijke keuzevrijheid. Dus dat staat wat ons voorop. Tweede vraag is, u zegt van u kunt heel ver meegaan over de zienswijze. Daar heb ik toch een vraag over. In de zienswijze staan een tweetal zienswijzen. Er wordt gesproken over als dit gebeurt, dan vertrekken wij uit Twenterand. Of dan zou dat meestal mede tot gevolg hebben. Vindt u ook niet dat dat niet bijdraagt aan een goede discussie over dit onderwerp? Ik kijk eigenlijk aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben ook gezegd, wij kunnen ons voor een groot deel vinden in de zienswijze. Dit soort scherpe benadering is inderdaad wel wat lastig. En ik ben het met u eens. In zijn ongenuanceerdheid hebben wij daar ook wel wat problemen mee. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dat was maar één keer. De heer Elsinga heeft ook een vraag aan de heer Kerkdijk. De heer Elsinga, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. De heer Kerkdijk zegt dat de CDA vaststaat op het verkiezingsprogramma. Dat is nieuws voor mij. Daar heb ik de laatste 6 jaar weinig van gemerkt, moet ik zeggen. Dan even over de Hammer-wethouders. We hebben er 2. Ik ben er zeer blij mee en ik ben er ook trots op. Het is dan gewoon de normaalste zaak van de wereld dat die een breed aangenomen motie uitvoeren van de raad. Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zou aan de heer Elsinga willen zeggen, maakt u het maar waar in deze komende 4 jaar. En dan zullen we het wel zien, hoe betrouwbaar u bent. En voor wat betreft mijn opmerking over de inbreng van de hamerwethouders, u kunt daar trots op zijn. Misschien begrijpt u dat die trots bij ons wat minder aanwezig is. Op dit onderwerp. Of ik zal het nuanceren. De heer Elsinga, een aanvullende vraag. Ik ben blij dat de heer Kerkdijk begrijpt dat we trots zijn op onze wethouders. Ik ben trots op wethouders die een motie uitvoeren en niet naast zich neerleggen. Wat we eens hebben meegemaakt in de vorige coalitie. Zelfs amendementen die niet uitgevoerd werden, noem maar het afvalbrengpunt. Dat gaat de komende 4 jaar gewoon gebeuren. Maar dat is wat we graag afspreken. Dus daar kunt u van op aan. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Voorzitter, ik ben haast klaar. Want de centrale vraag die in ons midden blijft hangen is, hoe betrouwbaar is de lokale politiek? Tot zover. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Smelt van de ChristenUnie. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Bij motie is door meerderheid van de raad ingestemd met het toestaan van een koopzondagpilot in de kern van Soop. Althans,
Dat was de bedoeling van de motie. En daarmee is het begonnen. Wij, ChristenUnie-fractie, hebben tegen deze motie gestemd. Op vraag van de heer Kerdijk is daarmee duidelijk waar onze politieke lijn zit en blijft. Echter, wij besturen voor heel Twenterand en vonden het op zich wel terecht dat de wethouder aangaf dat de aanpassing van de verordening voor heel Twenterand diende te gelden. Daarbij aangetekend dat in ieder geval er sprake is van een pilot en daarbij is afbakening voor de raad binnen de verordening mogelijk. U kunt zich vast nog wel herinneren dat wij vooruitlopend op het debat een aantal vragen gesteld hebben en ook handreiking gedaan hebben. Zo noemden wij voor heel Twenterand te kijken naar het Rotterdams model. Mocht een meerderheid van de raad besluiten dat een koopzondag voor Twenterand toch wel een heel goed idee is, dan beroepen wij ons op het sociale element. Denkt u dan aan de verbinding met allen die in dat geval voor de middag de algehele rust in Twenterand graag willen zien en behouden. Dus voor de middag blijft het rust in heel Twenterand, bepleiten wij niet alleen voor onszelf, maar voor alle inwoners, maar ook voor hen die moeten werken of willen werken in die winkels. Het is gewoon goed om een collectief rustmoment in de week te hebben. Tevens in het debat aandacht gevraagd voor de evaluatie. Ook de wethouder kaatste die bal keihard terug naar de raad en zei, zegt u mij dan maar hoe ik dat zou moeten doen. Ik vind dat de raad daarin dan ook een verplichting heeft en in de voorbespreking met een aantal fracties hebben wij daar onze ideeën over geuit. Voorzitter, ik wil graag even inhoudelijk stilstaan bij de rustdag op zich, als u mij toestaat. Waarom vindt de ChristenUnie die rustdag nou zo belangrijk? En wat is de achtergrond daar nou van? Velen van u kennen de regel uit de Torah en misschien hebben velen van u die wet ook wel eens gehoord. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Het gaat daarom de Sabbatdag. De Sabbatdag is een rustdag die voortkomt uit de Joodse traditie. Een dag die tot op heden bemind wordt door de Joden. En nog elke week bij de klaagmuur wordt die dag op de moment daarvoor ingehaald door de traditionele Joden bij de klaagmuur als een feestdag. Die cultuur kennen wij in Nederland niet. Daarvoor hebben wij in de christelijke traditie de zondag. Een dag van het eeuwigdurend verbond, opstandingsdag van Christus. Deze 7e dag op onze kalender is dus een dag die bedoeld is om na 6 dagen van hard werken en ploeteren op adem te komen. Deze dag is het dus voor de mens. In de wetsorde, in die structuur, is dat niet voor niets aangebracht. 1 dag rust is voor iedereen goed. Anders zou de mens totaal opgejaagd worden en overspannen. En meneer Lenin heeft het geprobeerd en is in zijn zoektocht daarin hopeloos gefaald. De mens is geen euroslaaf en mag het ook niet worden. Ik en mijn fractie zouden het niet willen en daarom niet willen toestaan ter bescherming van iedereen. Afgezien van grondslag of achtergrond. Het is een goede regel, en dan besluit ik mijn zin, voorzitter. Het is een goede regel mensen 6 dagen te laten werken en 1 dag rust te gunnen. Punt. De heer Kerkdijk, ja, ik zit even te wachten. De heer Kerkdijk ook. De heer Kerkdijk heeft een vraag aan u. De heer Kerkdijk nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dit is een hele mooie hermeneutische analyse, overigens voor de heer Harmsen, Bijbels analyse, met respect. Maar zou u in uw betoog ook eens in willen gaan hoe u vanuit die analyse ingaat op uw wethouder, die als wethouder economie dit voorstel steunt? Misschien kunt u dat eens aangeven. Je smelt aan u het woord. Voorzitter, ik wil dat graag doen, maar ik wil graag eerst deze inleiding, wat ik had gezegd, wil dat graag toelichten. En dan zal ik de vraag van de heer Kerdijk graag willen beantwoorden. Dus als u me toestaat, wil ik graag even verder gaan met het probleem. Aan u het woord, de heer Kerdijk blijft er zitten, dus hij komt erop terug als u niet voorzitter, antwoord geeft op zijn woord. Overigens staat er geen verbod op het werken op zondag. Dat is zou een verkeerde interpretatie zijn. Er zijn gewoon werken die gedaan moeten worden, ook op zondag. Denkt u aan de verpleging, artsen, politie. Nou, en zo zijn er vast nog een aantal beroepen te merken waarin een absoluut verbod ook niet opgelegd wordt. En u heeft de inbreng van de heer Vogelaar gehoord, die daar ook zeer respectvol op reageert. De mensen die op zondag willen shoppen, is onze stelling, zal een eveneens bereik moeten zijn, ook al gaat het om fundshop, meneer Jong en Heel, om op die zondag ook maar te werken. En dat geldt voor iedereen. De ChristenUnie-fractie kiest liever voor de koers voor de mens.
en gunnen iedereen die collectieve rustdag. Een rustdag om naar de kerk te gaan, om op aarde te komen, maar ook om een moment in je CAO van collectieve rust te hebben. Voor jezelf, voor je eigen welzijn. Wij kiezen liever voor het model reis en halte. De zaterdagavond heeft bij ons een veel grotere voorkeur dan de zondag. En daarmee ben ik het eens met de suggestie van de heer Kerkzuurstra in de vraagstelling. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Dan op de vraag van de heer Kerdijk. Hoe kijkt u aan tegen hetgeen het college hier nu gedaan heeft? Nou, voorzitter, u weet dat wij met het aangaan van deze coalitie over de zondag geen specifieke afspraak gemaakt hebben in het coalitieakkoord. Wat wij wel hebben gedaan is afgesproken dat collectieven van onderop gewogen worden door de raad. De verantwoordelijkheid ligt hier, niet daar. Dit is de uitvoering van uw hele raad, ook van u. En in dat opzicht staan wij met het aannemen van de motie aan de minderheidskant. Dat neemt niet weg dat het college wel haar verantwoordelijkheid heeft te dragen. En de meerderheidskeuze, alhoewel het een meloen is om te slikken, dient uit te voeren. En dat is een collegiaal bestuur. En u moet mij niet vragen wat vindt u van uw wethouder of de specifieke hamer. Dit is een collegiaal bestuur waarin in mijn optiek de verantwoordelijkheid van burgemeester over de vier wethouders gaat. En daar ligt het. En daar sta ik dan achter, want ik wil graag met een bestuur te maken hebben die alle raadsmeerderheden uitvoert. Ook al ben ik daar zelf minder gelukkig mee. Ook al is mijn fractie er minder gelukkig mee. Zij dienen hun werk dienend te doen. En daarvan, achter zou ik zeggen, maar dat is het antwoord dat ik u graag wil geven. Dan heeft de heer Veldmeijer een vraag en dan de heer Kerkdijk, denk ik ook nog. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel. Ik hoorde de heer Smelt volgens mij zeggen, ik gun iedereen zijn rust. Klopt dat? Smelt, aan u het woord. Ja, in het kader van het welzijn van de mens. En daarbij heb ik niet gezegd, als u... Nee, misschien moet ik het niet zeggen. Dat punt. Goed. Zo is dat. U moet niet interpreteren van datgene wat u niet weet. Heel verstandig. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Een aanvullende vraag. Ja, ik denk dat voor veel mannen het shoppen ook op zondag geen rust betekent, maar een hoop stress. En voor vrouwen werkt het vaak andersom. Maar stel dat die koopzondag een groot succes is. En er is dan blijkbaar behoefte aan. Zegt u dan nog, ik gun mensen hun rust? Of is het dan, misgunt u die mensen dan iets? Nou, ik smelt aan u het woord. Sorry, voorzitter. Ik misgun niemand iets. Het zou niet goed zijn, hè? En we zijn geen wereldvreemde mensen die in Twenterand op een eiland leven en niet zien wat er in de wereld gebeurt. Dat zult u ook zien. Maar ik heb wel verantwoordelijkheid voor Twenterand en ik denk dat wij denken dat Twenterand wel een ander type gemeente is dan gemeenten waarin de grootheid van het winkelpubliek publiek ook op een andere schaal plaatsvindt. Voorzitter, er zijn gewoon gemeenten, en of je nou een ChristenUnie-coalitie-deelname hebt, of een CDA-coalitie-deelname, of zelfs SGP-deelname, waar je zoekt naar wat goed is en kan voor je gemeente. En er zijn ook gewoon colleges waar de ChristenUnie, laat ik het maar bij jezelf houden, in het college zit waar wel een aantal koopzondagen gaan zijn. Dat neemt niet weg dat ik een eigen verantwoordelijkheid heb. Dus als is die koopzondag er, bepaal ik als christen, vanuit mijn achtergrond, of ik meedoe aan die koopzondag of niet. Net zo goed als u mag bepalen of u mee wilt naar de kerk, ja of nee. En in die context vind ik dat je eigen verantwoordelijkheid hebt. En die is vele malen hoger dan wat het collectief je oplegt. Massadruk is niet goed voor de mens. Dat moet u niet meedoen. Dank u wel. Nog een laatste aanvullende vraag, de heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel. Ja, het is meer een constatering dat de ChristenUnie blijkbaar weet wat heel veel mensen in Twenterand willen. En dat is namelijk rust. En rust is voor iedereen natuurlijk anders interpreteerbaar. Dank voorzitter, daar maak ik wel een bezwaar tegen, want dat is niet hetgeen wat ik beoogd heb. Ik heb beoogd om duidelijk te maken dat er in de weging een verschil zit en dat wij, als we kijken naar het geheel, het welzijn zwaar wegen. En in het welzijn, en ik zei u, kijk toen maar eens naar het experiment van Lenin en we zouden dat eens moeten lezen, dan kun je ook vaststellen dat het 7 dagen doorgaan gewoon niet goed is voor niemand. Of je nou christen bent, boeddhist, hindoestaan, islam, maak hem moslim.
Het is voor niemand goed. En dan is de universele regel in het welzijn, dat is ook in de CAO overigens geregeld, hè, vakbonden maken zich daar ook druk om, dat zult u weten, dat een rustdag gewoon goed is. Punt. Rustdag. Dank u wel. Dan de heer Kerkdijk had nog een aanvullende vraag. Meneer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de beantwoording van de heer Smelde aangehoord, maar ik vind hem eigenlijk wat gespleten. Enerzijds zegt u, politiek blijven wij op het standpunt dat wij eigenlijk tegen die motie zijn. En eigenlijk zijn wij voor zaterdagavondopening. En anderzijds zegt u, ik steun het college, want wij zijn voor een bestuurlijke eenheid, et cetera. Kunt u me dat nog eens uitleggen? Of nee, kunt u dat de kiezer eens uitleggen? Ik stel aan u het woord. Nou, voorzitter, ik kan het mijn kiezer en mijn achterban prima uitleggen. Hoe u dat uitlegt in uw CDA-achterban moet u zelf weten. Laten we daarmee beginnen. Dit is een veelbesproken punt waar we al vaker over gesproken hebben. En u weet, of u kunt weten, dat onze achterban, als we het daarover moeten hebben, en ook kiezer, breed staat. En er zijn ook kiezers in onze achterban die er minder moeite hebben en er zijn kiezers die er meer moeite mee hebben. Vooral de reformatorische kant van onze kiezers zijn mensen die er meer moeite mee hebben. En aan de andere kant, de evangelische kant, zijn de mensen die er wat minder moeite mee hebben. Laat het maar gewoon duiden zoals het is. Hebben u ook al vaker verteld, daar geen misverstand over. Ik heb hier een politieke verantwoordelijkheid. Net zo goed als u die heeft. Als we teruggaan naar de basis, ligt de verantwoordelijkheid over dit punt hier. Uw raad, uw collega's, wij hier, hebben een besluit genomen voor die motie. En het voorstel is, de motie moet met meerderheid van stemmen uitgevoerd worden. En daar bent u met me eens, want dat is de hamer op geval. Vervolgens verwacht u, en ik ook, dat het college dat uitvoert. U zou helemaal niet willen werken met een college wat besluiten van de raad niet uitvoert, want de studie is allemaal weg. Dus als we teruggaan naar de werkwijze, het uitvoeren van een motie of amendement is een plicht van dit college. En daar hebben we ze op beoordeeld. En dat is mijn politieke controlerende taak. Even zo goed als het de kaderstellende taak van u allemaal is, om te zeggen tegen het college wat ze moeten doen. Ze zijn niet alleen van mij, ze zijn evengoed van u. Wat vindt u er dan van? De heer Kerkdijk, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind er wel wat van. Ik vind namelijk wanneer je een verkiezingsronde ingaat met een verkiezings... Je gaat een verkiezingsronde in met een verkiezingsprogramma. En een aantal maanden daarna wordt een belangrijk item uit het programma wordt gewoon met voeten getreden. Dat roept gewoon de vraag wat we nog meer kunnen verwachten. Want u bent natuurlijk ten opzichte van de GPT-fractie. Ja, minimaal dus. En iedere keer kunt u zeggen, ja, vanuit het oogpunt van collegiaal bestuur zullen we toch mee moeten gaan. Nou, dat belooft een mooie toekomst te worden. Je smelt er nu het woord. Ja, voorzitter, maar ik wil het toch anders duiden. Want ik snap dat u dit doet. Ik snap dat u dit doet. In Den Haag zitten onze partijen samen in de regering. Met de VVD en met D66. En u weet wat een groot punt van discussie is om te komen tot deze regering. Wat moeilijk was te formeren. Het ging over het kinderpardon. Volgens mij heeft u, net zo goed als mij, vaak gehoord dat er een meloen was om te slikken. Er is vaak over gesproken. Het bestaan van een coalitie is geven en nemen. Dat gebeurt ook daar. Dat zullen we met elkaar moeten doen. Wij hebben afgesproken, ook al zijn we een fractie van drie, met de collega's daar, dat wij over de zondagopenstelling geen initiatieven vanuit onze partijen zullen doen. En dat is dus niet gebeurd. En dat kan ik prima uitleggen. Maar de weging over het voorstel, daar zijn we allemaal bij. En ook daar heb ik mijn verantwoordelijkheid in, die neem ik. Ook dat kan ik prima uitleggen. En u kunt het wel vreemd vinden en niet meer eens zijn, maar dat laat ik dan maar bij u. Ik leg u uit hoe wij erin zitten. Dank u wel. Nog een laatste vraag en dan is ook dit debat afgerond. Dan ga ik verder met de volgende inbreng. Ja, ik eindig Kerkdijk. Deze inbreng met een opmerking. Hoe betrouwbaar is de lokale politiek? Voorzitter, ik maak bezwaar tegen deze opmerking, want daarmee spreekt u andere collega's aan. En dat vind ik niet terecht. Ik neem daar afstand van. U mag mij bevragen op mijn identiteit. Ik hoop dat ik dat nou gedaan heb vanuit mijn achtergrond en mijn hart, ook van mijn fractie, hoe we erin zitten. En ik vind het helemaal niet fijn dat u daarmee andere collega's meeneemt in uw oordeelsvorming. Dat punt wil ik graag gemaakt hebben, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dat wilde ik net zeggen, dat we geen oordelen over andere standpunten die misschien anders zijn hier onder woorden brengen. Ik geef het woord aan de heer Jonker. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik wil eerst de insprekers dank zeggen voor hun inbreng, maar ook degenen die de moeite hebben genomen om een zienswijze in te dienen. Onze dank daarvoor. Het zal u niet onbekend in de oren klinken dat de SGP-fractie tegen elke vorm van openstelling voor de winkels op zondag is. Dat verandert ook niet.
Het is mijn verantwoordelijkheid, ook bij een debat als deze, u erop te wijzen dat in het houden van Gods geboden grote loon ligt. Of we het nu wel of niet geloven, iedereen zal aan het einde van zijn leven verantwoording moeten afleggen aan de schepper van de hemel en de aarde. En elke zondag herinnert ons aan de rust die er is voor degenen die God liefhebben. En dat gun ik iedereen van ganse harte. Voorzitter, de SGP-fractie is verbaasd. Verbaasd over de snelheid hoe alles gaat. Zeldzaam. Alle deuren worden opengezet en er lichten op groen. Daar anders hier heel wat moet gebeuren om de zaak in beweging te krijgen. Nu pleit ik niet voor traagheid, maar wel voor zorgvuldigheid. De kern van dit debat is de pilot koopzondag. Maar ik wil eerst een aantal zaken noemen die er anders geruisloos even geregeld gaan worden met deze verordening. Als je de nieuwe verordening leest en bestudeert, wekt het verbazing dat bepaalde winkels, in artikel 4 genoemd, in onze gemeente al 4-5 jaar illegaal geopend zijn. Voorzitter, dan artikel 5. Dit is uitbreiding van de activiteiten op zondag. Oneerlijk ook. Want fietsenzaken mogen gewoon open. Voor zover het laten betreden van de winkel hoofdzakelijk is voor huren van fietsen of bromfietsen. Hoe controleert u dat? Dit moet echt concreter, dit is te vaag. Welk probleem lost u eigenlijk op? Voorzitter, artikel 6. Vraag, welke ontheffingen zijn er op dit punt onder de oude, nu nog feitelijk bestaande verordening? Voorzitter, dan artikel 7, de pilot, kern van dit debat. Een groot deel van de inwoners van Twenterand heeft overwegende bezwaren tegen het openen van de winkels op zondag. En dit niet alleen vanwege geloofsovertuiging, ook veel andere argumenten zijn daarbij genoemd. De indieners van de zienswijze hebben het al aangehaald, economische, sociaal, maatschappelijke argumenten. Met name duiden wij er ook op dat veel ten koste gaat van de kleine ondernemers en medewerkers in het algemeen. Een zorgvuldige belangenafweging is noodzakelijk. Zelfs de indieners van de wet om de gemeente de bevoegdheid te geven om de koopzondagen toe te staan, geven dit nadrukkelijk aan. Ik zou graag de indieners citeren, maar de tijd is daar niet voor. Ik zal na mijn betoog een kopie van de brief aan de griffier geven, zodat ook mijn collega raadsleden en het college daar kennis van kan nemen. Voorzitter, hoe heeft het college rekening gehouden met de zondagswet? Ik lees er niets van. Deze belangenafweging missen wij in het voorstel van het college. Dit is laakbaar en in onze ogen onzorgvuldig bestuur. Voorzitter, is het college bereid om artikel 7, de pilot, te schrappen? De SGP is verbaasd dat het college het initiatief neemt om met een verordening te komen die een pilot mogelijk maakt. Niet alleen voor Vroomshoop, maar voor geheel Twenterand. Het dreigt nu in te sluipen dat het college de mogelijkheid biedt de deuren van de winkels op zondag 23 december in de gehele gemeente open te zetten. De winkeliers en inwoners van de andere kernen worden hierdoor overrompeld. U gaat hiermee verder dan de aangenomen motie. Wat is hiervan de reden? U komt slechts met één kanttekening bij het voorstel, namelijk er komt een einde aan de collectieve zondagsrust. U noemt alleen het voorbeeld van geloofsovertuiging als weerstand. Meer kanttekeningen heeft u niet? Er zijn toch meer gegronde bezwaren? Waarom heeft u deze niet benoemd? En dan, voorzitter, de evaluatie. Bent u bereid om breder te kijken dan alleen het onderzoek van ondernemer Vroomshoop? En tevens kritisch te kijken naar dat onderzoek, naar de kwaliteit ervan. Hoe gaat u om met de weerstand van de burgers en de medewerkers dan? Deze worden nergens genoemd. Hebben zij geen belangen? Hoe kijkt u naar de verhouding grote winkelbedrijven en de lokale veelal kleine ondernemers? Ik ben bijna klaar met mijn betoog, voorzitter. Het is onze plicht en verantwoordelijkheid deze belangen mee te nemen en af te wegen. De SGP is voornemens een motie in te dienen tijdens de komende raadsvergadering die een goede belangenafweging borgt. Laten we blijven genieten, voorzitter, van de steeds zeldzamer wordende rust in Twenterand. Ik dank u wel. Dank u wel. De heer Reusken heeft de vraag. De heer Reusken heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen aan de heer Jonker. De eerste vraag betreft hetgeen hij zegt. Hij begint dat de SGP tegen een zondagsopenstelling is. En vervolgens vraagt hij aan het college een aantal malen, bent u bereid tot het geven van meer informatie, bent u bereid tot overleg? Dan zou ik aan SGP willen vragen, bent u bereid tot een debat
met ondernemers, met de raad, met inwoners, om wel die openstelling te realiseren. Heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk zijn wij bereid om met elkaar in gesprek te gaan. Dat hebben we dus ook juist gemist. Dit is allemaal veel te snel gegaan. Vandaar dat het ook allemaal in een sneltreinvaart is doorgegaan. We hebben te veel belangen niet afgewogen gezien, hè, zojuist ik ook aangaf. Maar voor de SGP, u heeft wel gelijk, van ja, het standpunt is duidelijk van de SGP. Daartoe hebben we al insprekers gehoord. Ook de heer Smelt heeft daar een mooi betoog over gehouden. En de heer Kerkdijk en ook de heer Vogelaar. Ja, dat blijft staan. Dat mag u van de SGP verwachten. Dat fundament waar wij op staan, dat blijft vast. Tot in de eeuwigheid. Nee, u heeft een tweede vraag, de heer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, dat begrijp ik en daar heb ik ook respect voor. En in het debat hebben we ook respect voor elkaar. En in die zin ben ik ook wel benieuwd, want u gaf in uw betoog gaf u ook en noemde u ook een aantal zienswijzen die ingediend zijn. En wat we alle hebben gezegd met elkaar, we gaan respectvol in het debat met elkaar. Ik ben benieuwd wat u vindt van de zienswijze waarin door één zienswijze ondernemer is gezegd, als dit besluit genomen wordt, dan dreig ik met vertrek. Ik ben benieuwd wat de SGP van die zienswijze vindt, want op die manier vind ik dat we geen debat kunnen voeren. Ik ben benieuwd naar uw standpunt daarover. Heer Jonker, aan u het woord. Terecht punt wat de heer Reusken noemt. Ik heb ook ondernemers gesproken, ook in Vroomshoop. Ik ga nu even niet met het spelletje meedoen van hoeveel tegen, hoeveel niet. Ik heb er heel veel gesproken. Eén ondernemer zegt, als dit standpunt erdoor komt, stap ik uit de vereniging. Ik zeg, moet je vooral doen. Ik zeg, dat is niet handig, want dan bent u invloed kwijt. U moet gewoon blijven zitten, uw geluid laten horen en met elkaar in het debat. En de SGP, u mag van de SGP verwachten, en daar blijft de SGP voor, dat wij ons standpunten uitdragen binnen de kaders van de wet in onze democratie. En daar hoort het gesprek en respect met elkaar, hoort daarbij. Dank u wel. Laatste vraag naar de heer Reusken. Nee. Voorzitter, ik begrijp dat de SGP hiermee ook zegt dat ondernemers die dreigen met vertrek, dat niet past in het debat. Dank u wel. Dank u wel. Ja, als u één keer uw kaartje heeft laten zien in het apparaat, dan gaat het gewoon automatisch. Meneer Jonker, dank u wel. U was klaar, ja, dat klopt. Dan geef ik het woord aan de heer Kobus van de VVD, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD die kan zich vinden in het voorstel zoals die er nu ligt. Weliswaar is dit een zeer summiere aanpassing met alleen een mogelijkheid voor de zondag 23 december, maar dit voldoet aan de vraag in de motie en komt tegemoet aan de wens van de ondernemers in Vroomshoop. Deze ondernemers zijn ondertussen druk bezig met voorbereidingen en er zijn, naar ik begrepen heb, nu al zo'n 35 ondernemers die op deze dag mee willen doen. Wat ons wel zorgen baart en verbaast is de reactie van enkele ondernemers uit de kern Frieseveen. Kennelijk is men in de veronderstelling dat straks iedereen open moet in Twenterand en dus ook in Frieseveen. Dit ook de reactie waarin ze aangeven dat ze zich overrompeld voelen. Maar dit is natuurlijk geenszins de bedoeling. Als de ondernemers met elkaar besluiten om in Frieseveen niet open te gaan, en dat hebben ze eigenlijk al gedaan, dan kunnen ze allemaal dicht blijven. Sterker nog, wanneer er een winkel is die toch open wil, moet die toch eerst vergunning aanvragen. Het is geen collectieve openstelling. Wat ons ook verbaast is dat bij de namen onder de brief van de ondernemers er toch enkele dubbelingen op staan. Maar ook enkele grotere bedrijven die toch geheel niet onder de term winkel vallen. Er staat zelfs een ondernemer op die op dit moment al lang open is op zondag. Meneer Kobus, als u even wacht, de heer Jonker heeft de vraag nu. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Kobus noemt daar heel veel. Ik heb al heel veel vragen. Eén ondernemer die er al op zondag open staat, ja. Dat klopt, maar zijn er niet meerdere belangen dan alleen de geloofsovertuiging? Hè? Zo'n ondernemer zou daar ook voor kunnen zijn. En ik ken de VVD als belanghartig voor de bedrijven. En als ik het landelijk zie, dan echt de grootwinkelbedrijven en de Katrex. Maar wat zegt u tegen die kleine ondernemers? Maar we moeten oppassen, en dat zou ik u dan ook mee willen geven, van ook in die evaluatie. Wij bepalen hier de kaders als raad. Ja. Maar we moeten niet over het debat over de ruggen van de ondernemers voeren. Dat moet hier in de raad gebeuren. Kijk, want nu krijg je heel veel discussie. Ga jij wel open of jij niet? En jij bent zondag wel open, maar jij gaat... Dat is eigenlijk raar. Dan doen wij als raad het werk niet goed. Wij bepalen hier de kader. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want
nou laten we eigenlijk de discussie bij de ondernemers. Kijk, als een pilot doorkomt, ja, dan kan iedereen zijn keus maken. De heer Kobus, aan u het woord. Dank u wel. Ik denk dat ondernemers die keus zelf heel goed kunnen maken. En als je kijkt wie er nu meer doet of meer wil doen in een pilot, zijn toch overwegend kleinere ondernemers. Blijkbaar hebben die geen probleem om met hun personeel afspraken te maken of ze wel of niet willen werken. Als je kijkt in de rest van het land, in het merendeel van de gemeenten, zijn er koopzondagen. Weliswaar lang niet overal 52 per jaar, daar pleiten wij ook niet voor. Maar in heel veel gemeenten is er een mogelijkheid voor bijvoorbeeld 4 tot 6 koopzondagen. Al naar gelang de ondernemersclub dat wenst. En daar worden altijd goede afspraken over gemaakt. Ik denk ook niet dat wij dat hier in de raad moeten doen. Dat moet je aan de ondernemer zelf overlaten. Een aanvullende vraag, meneer Jonker. Ja, voorzitter. Ik hoorde de heer Kobus zeggen dat wij in de raad daar niet over moeten gaan, maar alles aan de ondernemers moeten overlaten. En het klinkt natuurlijk wel leuk. Kijk, een goede ondernemer is ook goed voor zijn personeel, anders houdt hij niemand over. Maar in de steeds verder gaande 24/7 economie is het wel zo, je hoort het heel veel medewerkers ook al verzuchten van, ja, ik wil niet meer op zondag werken, maar dan blijft er nog een paar over die dat wel willen en daar komt het werk dan op een aantal schouders te liggen. Kijk, en dan vind ik wel dat... Ik probeer hier even wat korter te zijn, zodat er vragen gesteld kunnen worden aan de heer Kobus. Met elkaar voeren is en niet zo'n lange intro, want dan is het bijna weer een herhaling van uw bijdrage. Maar het gaat er mij om, voorzitter, dat steunt u een goede belangenafweging, zoals ook de indieners van de wet in de Tweede Kamer dat hebben gedaan. En dat moet hier echt in de raad gebeuren. Natuurlijk steun ik een goede belangenafweging, maar als je dit dus goed wilt onderzoeken en kijken of dit haalbaar is, zul je toch eerst die pilot moeten doen. En we kunnen natuurlijk, u haalde net zelf aan de christelijke overweging die hier aan de grondslag ligt, daar hoeven we niet over te debatteren, want daar ben je voor of je bent er tegen, daar komen wij toch niet van elkaar. Maar als je kijkt naar de andere economische afwegingen, dan moet je die bij de ondernemers laten, naar mijn idee. Heer Kobus, vervolg uw betoog. Oké. Dan ga ik verder. Ik denk dat wij, laten wij de Friese Veense ondernemers geruststellen door aan te geven dat dit dus geenszins een verplichting wordt en dat in Friese Veen de boel gewoon dicht kan blijven. Wat mij ook verbaast is dat de ondernemers sluiten af met de conclusie in hoofdletters notabene, de overheid moet de mensen niet in de weg zitten. Dit kunnen wij van harte ondersteunen en we vinden dat iedereen die beslissing dan ook zelf moet kunnen nemen of hij of zij wel of niet open wil. En dat geldt ook voor de ondernemers buiten Friese Veen. Die willen graag open en dat belet de overheid hun nu. Met deze aanpassing creëren we meer vrijheid voor iedereen. De VVD is het dan ook eens met dit voorstel en wens de ondernemersfonds ook veel succes. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Reuske. Namens de Partij van de Arbeid GroenLinks, als u het uitdoet, ja. Dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst toch maar even terugkomen op de bijdrage van de ChristenUnie. Want ik denk dat dat een heel helder bijdrage is waar het debat hier over gaat en over het debat hier gevoerd moet worden. Ik vind dat de heer Smelt daar een geldere en goede analyse heeft gegeven. Dus dat waardeer ik en dat wil ik hier nog even herhalen. Wat doe je als gemeenteraad, als twee partijen hebben die twee totaal verschillende opvattingen hebben? Aan de ene kant ondernemers en inwoners die open willen gaan en die zondag willen gebruiken met de mogelijkheid om te gaan winkelen. En anderzijds ook ondernemers en inwoners die de zondag als rustdag willen blijven behouden en niet de mogelijkheid willen hebben dat winkels op zondag open gaan. Twee belangen, twee verschillende meningen waar wij als raad een besluit over moeten nemen. We hebben als Partij van de Arbeid GroenLinks de motie van de VVD mee ingediend voor het openstellen van een pilot. Let wel, een pilot. Om de winkels in Vroomshoop open te stellen op 23 december 2018. Eén zondag waar we het over hebben. Dit omdat er een vraag lag van ondernemers uit Vroomshoop. Zo'n vraaginitiatief vinden wij moet de kans krijgen om uitgevoerd te worden. En moet je op voorhand niet uitsluiten. Want het gaat tenslotte om een pilot. En hier wil de overheid niemand in de weg zitten. Ook een oproep van een aantal ondernemers uit Friese Veen.
Een pilot die ook na de hand geëvalueerd moet worden. En dat vinden wij wel van belang. Het gesprek hierover kan alleen gevoerd worden als we het uitproberen en uitvoeren. Want dan zien we ook wat de effecten daarvan zijn. En straks in die evaluatie moeten we met elkaar dat gesprek aangaan. Zowel met de mensen vanuit de kerk als met de niet-kerkelijk gebonden mensen. Zowel met de ondernemers als verschillende partijen die daar ook bij betrokken zijn. En daarnaast heeft, naar onze mening, dit voorstel geeft ook de mogelijkheid voor iedere ondernemer om de keuze te maken om wel of niet mee te doen. Als dadelijk blijft dat alleen in vroomshoop de pilot uitgevoerd wordt, dan doen we dat alleen in vroomshoop. Niemand hoeft zich in die zin gedwongen voelen. Van belang nogmaals vinden wij, geef ruimte aan elkaars opvattingen. Voer hier dat straks het debat naar de uitvoering van de pilot over. En dat wil niet zeggen dat we elkaar de maat moeten nemen. Want in de zienswijze vonden wij dat dat nog wel eens naar voren kwam. En we moeten elkaar niet gaan bestoken vanuit stellingen. We moeten juist proberen die te overbruggen. Ik moet dan ook zeggen, en dat wil ik hier toch nog eens een keer herhalen, in de discussie en zeker in de zienswijze betreuren we dat hier beschuldigingen worden geuit van als dit besluit wordt genomen, dan gaat er leegstand ontstaan. Als dit besluit wordt genomen, dan vertrekken wij uit Twenterand, of dan mogelijk vertrekken wij. Dit is niet de manier waarop we dat debat moeten voeren. En ik ben ook blij om hier vanavond te horen dat dat ook gesteld wordt en dat we het als raad dat ook delen. Want we moeten vooral in gesprek blijven met elkaar. Wij steunen het voorstel en vinden vervolgens van belang dat er een goede evaluatie plaatsvindt. Die evaluatie wordt aangezet door de ondernemers in Vroomshoop. Ik hoop ook dat die ondernemers gehoord hebben de discussie hier, dat ze een aantal punten meepikken die in evaluatie van belang zijn en dat ze daarin ook de partijen die bezwaar hebben nadrukkelijk in betrekken, zodat we ook goed met elkaar in gesprek blijven en we ook met elkaar kunnen bepalen hoe dat vervolg eruit gaat zien. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan is dit de eerste termijn van de raad. En ik kijk naar wethouder Harms, die namens het college zal reageren op een aantal genoemde punten vanuit de raad. Wethouder Harms, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Er zijn niet zo heel veel vragen naar mij gesteld. Dus daarom is het ook mooi dat u onderling met elkaar het debat aangaat over dit onderwerp. Dat was ook de oproep. En inderdaad, de heer Smelt die heeft het heel netjes, keurig verwoord wat wij hebben gedaan en hoe wij met deze motie zijn omgegaan met iets wat de raad graag zou willen zien van ons. Dus dank voor de heldere uitleg, de heer Smelt. Even kijken, het CDA, die kwam nog met de opmerking, legt u het maar uit in Den Ham. Ik heb even nagedacht van, moet ik daar een politiek correct antwoord op geven of moet ik vanuit mijn emotie, mijn gevoel, moet ik wat gaan roepen. Politiek correct heb ik nu besloten van, ik kan het prima uitleggen, want ik voer de motie uit wat de raad graag wil zien. De zaterdagavondoverstelling is iets wat u als raad mee zou kunnen nemen. Zijn wij bereid om dat mee te nemen? Als u als raad dat graag zou willen zien, dan kunnen we dat doen. Maar wij hebben de motie uitgevoerd zoals u dat graag zou willen zien. SGP, de ChristenUnie had geen vragen naar mij, aan het college. De SGP, die geeft aan van, nou gaat het college de mogelijkheid creëren of eigenlijk de deuren openzetten om de zondagsopenstelling mogelijk te maken. Dit is ook eigenlijk in de raad bestempeld als pilot. En wij zien niet in waarom wij dan als college in één keer gebruik daarvan zouden moeten maken om te zeggen van, oh, dit hebben wij erdoor. En nu gaan wij in één keer dit gebruiken om allerlei zondagen open te gaan. Het is niet in ons belang. Wij doen wat u als raad wil, wat de ondernemers misschien willen. En u verkondigt of vertegenwoordigt eigenlijk de ondernemers en de inwoners. Dus het is niet voor ons om, of onze bedoeling om te zeggen van, hey, we hebben nu dit. En dan gaan we de zondagen gaan wij open. Dat is niet in het belang van onze nauwkeurigheid. De heer Jonker heeft de vraag. De heer Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik weet niet of u daar straks nog op terugkomt, maar u noemt zo even de pilot. Maar onze vraag is waarom u het niet alleen bij de pilot in Vroomshoop heeft gehouden. En daarmee alle andere kinderen als het ware overrompeld hebt. Kijk, en dan grijp ik ook nog even terug wat net in het debat aan de orde is geweest. Dat er geen initiatieven zijn genomen vanuit de coalitie. Dat klopt, u bent als college heel terughoudend geweest, u bent niet met voorstellen gekomen, maar u komt nu met een verstrekkend
voorstel. En dat zie ik dan wel als een extra initiatief om dat te doen. Wethouder, aan u het woord. Ik heb het de vorige keer toen de motie werd ingediend, heb ik ook duidelijk naar uw raad uitgelegd wat de consequenties zijn van deze motie. En ook hoe die juridisch in elkaar zit. We hebben ook gezegd van het is alleen mogelijk om de winkeltijdenverordening dusdanig aan te passen dat die geldt voor de hele gemeente. En inderdaad, als dan de ondernemers in Frieseveen zouden zeggen van wij vinden dat er binnen Frieseveen totaal geen draagvlak is. Volgens mij zijn de ondernemers krachtig genoeg om een sterk collectief neer te zetten van wij doen dit met elkaar niet. Ik heb het toen een aantal keren ook benadrukt van weet dat wij dit moeten doen om het juridisch gewoon kloppend te maken. Dat heb ik toen gezegd. Dat geldt voor de hele gemeente. Heb ik een paar keer benadrukt, want ik heb aangegeven het moet juridisch gewoon kloppend zijn voor de gemeente. Het moet goed in elkaar zitten, want anders komen wij met een waardeloos voorstel. Dus daarom heb ik datgene nu op papier gezet, hebben wij datgene nu op papier gezet, zoals ik destijds heb aangekondigd. En wat ik ook in platform detailhandel, waar ook Frieseveense ondernemers in zitten, ook heb gedeeld. Jonker heeft de aanvullende vraag. De heer Jonker, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft gelijk, het moet juridisch goed in elkaar zitten. Maar dat wil niet zeggen dat je voor heel Twenterand een pilot moet doen. Dat kan ook in Vroomshoop alleen. Welk juridisch wetsartikel heeft u? Ik heb net in mijn bijdrage al geciteerd aan de indieners van de wet om het verruimen aan de gemeente toe te staan. Hè? De D66 en GroenLinks. En die zegt van elke verruiming, per definitie is een zondagswet, hè? Die wordt nergens genoemd in die voorstel. Dus als u het hebt over moet juridisch gelijk sluitend zijn, dan mis ik gewoon de zondagswet, wordt niet aan gerefereerd. De zondagswet is gewoon zo, zondags de winkels dicht. Of dat er dicht tegenaan. En inderdaad, er moet in de verordening dat gaan. Maar dat is niet meegenomen. En u kunt geen enkel wetsartikel aangeven waaruit blijkt dat u met een pilot komt die Twenterand breed geldt. Dat kan rustig een gedeelte van de gemeente zijn. Nou, wethouder, aan u het woord. Dank u wel. Volgens mij zeggen wij ook hetzelfde. Wij moeten de winkeltijdenverordening moeten wij aanpassen. Die ligt nu ook voor aan de raad. Tenminste, het voorstel. En de pilot, die geldt inderdaad voor Vroomshoop, want het is iets wat de ondernemers met elkaar willen. Wij gaan niet over die pilot. Wij gaan alleen over, wij voeren een motie uit. Ik geef aan wat de juridische consequenties zijn. Wij passen de winkeltijdenverordening aan om die pilot mogelijk te maken. En dat die pilot dan door Vroomshoop wordt opgepakt, prima. Dat Frieseveen zegt van wij doen het niet, prima. Dat Den Ham zegt van wij hebben er helemaal geen belang bij, wat toen de platform detailhandel aangaf. Prima, werd ook door de Frieseveense ondernemers gezegd in platform detailhandel. Ik heb de consequenties uitgelegd. Ik zei, wij moeten de winkeltijdenverordening moeten wij aanpassen. Maar als u als ondernemer daar geen belang bij heeft, prima, is uw goed recht. Snap ik ook, maar uiteindelijk, wij moeten dit doen om de pilot zo mogelijk te maken. Dat heb ik toen ook nogmaals duidelijk gemaakt. Dat staat nu ook in het collegeadvies wat er nu aan u voor ligt bij de raad, waar wij nu met elkaar over debatteren. En als u als de ondernemers met elkaar daar gewoon uitkomen en zeggen van, wij doen het alleen voor zo op, wat volgens mij ook nu de algehele tendens een beetje is. Ja, dan is het goed. Maar wij hebben toen aangegeven van, als wij deze pilot mogelijk willen maken binnen onze gemeente, dan moeten wij dit veranderen om die ruimte te bieden. En dat die pilot voor ons hoop geldt, dat is prima. Maar wij kunnen dat niet in een verordening opnemen. De heer Jonker, geen herhaling van zitten graag. Aan u het woord. Nee, maar het luistert wel heel scherp, voorzitter. Want er werd wel eens, als u zegt, het moet juridisch kloppen. Maar u kunt gewoon in de verordening opnemen dat de pilot alleen voor Vroomshoop geldt. Dat heeft u geen enkele wet, sluit u dat uit. En dat is ook bij motie gevraagd. En nu wordt de heel Twenterand wordt eigenlijk als het ware overrompeld met dit voorstel. Den Ham, Frieseveen. Ja, en daar hoor ik u niet over. En de opmerking die ik net maakte, u neemt toch wel het initiatief om toch meer ruimte te geven in onze gemeente om dat te laten doen, te laten plaatsvinden. En dat begrijp ik niet. De heer Harmsen, aan u het woord. Ja, ik zit even te denken hoe ik daar nu op moet antwoorden. Want ik heb het ook een paar keer aangehaald dat ik in het vorige, toen de motie werd ingediend, heb ik het ook duidelijk uitgelegd. Dus dat u nu aangeeft van, als we worden in één keer overrompeld, ook als raad. Ik ben toen helder geweest van, dit zijn de consequenties, dat moeten we doen. We moeten het juridisch gewoon kloppend maken voor onze gemeente. Dat betekent voor heel Twenterand. Dat heb ik toen een aantal keren gezegd. Heb ik binnen het Taalhandel Platform heb ik dat aangegeven.
Wij komen nu met het voorstel wat ik toen eigenlijk heb gedeeld met u als raad. Dat staat nu op papier. Dus zo zit hij gewoon in elkaar. Dus hij klopt gewoon juridisch. En als u zegt van, oh, u maakt nu een verruiming mogelijk. Ja, wij maken die verruiming mogelijk om die 23e iets te kunnen doen met elkaar. Maar de volledige verruiming, ja, ik vind dat is echt voor u als raad om daarover te beslissen. En dat heeft de heer Smelt, heeft het ook duidelijk gemaakt, dat debat moeten met elkaar voeren. Als u na de tijd zegt van, wij hebben de pilot gezien van ondernemend van Zoop, in samenwerking met de gemeente. Maar als raad staan wij niet achter, wij willen dat niet. Prima. Oké. Okay. Nog een laatste boven, ja. Meneer Jonker, ja. En dan sluiten we dit deel van het debat. Meneer Jonker, aan u het woord. Dat klopt, voorzitter. Maar is de wethouder het met mij eens, als er in de verordening komt te staan, wij regelen de pilot voor From Soap, en ook nog de middagen waarom gevraagd wordt, als je dat dan concreet in de verordening vastlegt, alleen From Soap, en de middagtijden, is dat dan in uw ogen wettelijk dan wel mogelijk, ja dan nee? In mijn optiek wel, maar in de wethouders optiek? Wethouder, aan u het woord. Ja, volgens mij blijven wij herhalen. Wij hebben aangegeven van wij moeten dit op deze manier aanpassen in de winkeltijdenverordening om die pilot mogelijk te maken. En daarna begint met ons de discussie opnieuw van willen wij dit of willen wij dat niet. Dus dat, die pilot is nu voor die 23e. Daar moet ook over geëvalueerd worden. Ondernemend van Zoop die heeft bijvoorbeeld aangegeven hier net tijdens inspreken van 4 tot 6 keer. Maar daar gaat het nu niet over. Wij maken dit mogelijk om die 23e mogelijk te maken. En dan begint u als raad met elkaar de discussie. Opnieuw het debat gaat u aan met elkaar van wat vinden wij daarvan. Dus ik zet geen deur open. Daarna is het gewoon klaar. U als raad gaat erover. U beslist met elkaar. En wij gaan graag wederom zoals wij nu hebben gedaan voor u aan de slag. Dank u wel. Wethouder, vervolg uw betoog. Ja, dat was het. Goed, oké. Okay. Dan waren... Oh, wacht even. De heer Jonker heeft nog een aanvullende vraag, want een vraag die openstaat. Ja, ik zie Jonker... zelf ook al dat ik te snel ben trouwens. Ja, ik volgens mij ook, maar ik hou het niet allemaal bij. Ik heb hem er staan. Ja? Ervoor staat een aantal technische vragen, voorzitter. Maar u geeft nog wel aan van de onderzoekpilot, welke partijen erbij betrokken worden en welke belangen gaan wij afwegen. Die heb ik vorige keer ook bij u als raad neergelegd van de pilot, want de motie werd zo ingediend. De pilot heb ik aangegeven, hoe gaan we dat doen? U als raad heeft mij een bepaalde opdracht gegeven om dat met ondernemend voor ons op te doen. Wij zien inderdaad wel dat dit gevoelig ligt, maar wij willen dit ook afwachten en we gaan ook zeker met ondernemend voor ons op in gesprek van hoe gaan wij deze gevoeligheid die erop zit op dit dossier, hoe gaan wij die op een nauwkeurige, secure wijze terugkoppelen in de evaluatie die er komt. Dus, maar ik heb ook het gevoel dat over de mogelijke evaluatie dat daar nog een motie wordt ingediend. Dus ik wacht hier met plezier af. Oké, okay, dank u wel. De heer Jonker, aan u het woord. Ja, nee. Ik probeer soms een gesprek af te kappen door te zeggen, ja, geen herhaling van zetten, want dan blijven we in de cirkels draaien. Meneer Jonker, aan u het woord. Ja, ik had nog een vraag gesteld over artikel 5. En artikel 6. Heeft u die concreet of moet ik die even herhalen? Nou, ik had die eigenlijk een beetje bestempeld als technische vraag, maar u zou me even mogen herhalen, heel kort. Dan. Nou, artikel 5 is te vaag. Want fietsenzaken mogen in feite gewoon elke zondag open in deze verordening. En artikel 6, welke ontheffingen er zijn. Want dat is in feite, als die er nu niet zijn, is dat dan ook een uitbreiding. Die we als raad over besluiten. Ja, die... Wethouder, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, die laatste heb ik even bestempeld als technische vraag, want het gaat over aantallen, weet ik gewoon niet, heb ik niet paraat. Hoeveel ontheffingen nu zijn verleend, ik heb geen idee. En die daarvoor van de fietsenwinkels, volgens mij valt dat gewoon onder detailhandel nu. Dus dat biedt geen andere optie dat zij op zondag open mogen zijn. Oké, er wordt er even goed naar gekeken. Ja, maar die gaan we even uitzoeken voor u. Dus ja, daarmee dus donderdag is het artikel debat. Artikel 5, artikel 6 worden even goed uitgezocht. Het is huiswerk voor, tot en met morgen heeft u de tijd dan nog. Hè? Want ja, maar dat gaat ons zeker lukken. Wij zijn heel voortvarend snel met dit dossier in de gang gegaan, dus daar kunt u ook zeker snel van ons voor. Wij zijn niet, het gaat ons om de zorgvuldigheid en om de goede procedure, zodat ook alles ordentelijk ook gepubliceerd kan worden. Dan ga ik naar de tweede termijn van de raad. Ik ga toch eerst mijn ronde even af. De heer Kerkdijk wil u in tweede termijn het woord. De heer Smelt wil u in tweede termijn het woord. De heer Jonker wil u in tweede termijn. Dan krijgt u het woord, meneer Jonker.
voor de tweede termijn. Dan ga ik gewoon de VVD en de Partij van de Arbeid, GroenLinks, de PVV en dan GBT. Ja, de heer Jonker, aan u het woord in tweede termijn. Voorzitter, dat kan heel kort. Dank voor de inbreng, de beantwoording van het college. Ik wacht dus nog op de antwoorden op artikel 5 en 6. En ik heb aangekondigd met een amendement te komen in de raadsvergadering om artikel 7 te schrappen. Maar u wilt dat niet doen, maar ik zal hem toch indienen. Maar ook als dat niet haalt, ook om het verder te beperken tot Vroms Hoop. Want wij vinden toch dat het te veel haastwerk gemaakt is, de belangen niet juist zijn afgewogen. Terwijl dat wel de bedoeling is, ook met de indieners van de wet. Hè, de brief heb ik u net ook aangegeven van de heer Verhoeven en mevrouw Van Tongeren. Dus dan overwegen we ook een amendement in te dienen om alleen de pilot dan maar mogelijk te maken voor Vroms Hoop. En alleen de middag waar ik om gevraagd is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan zeg ik u toe dat u als eerste donderdag het woord krijgt. Zo gaan we dat doen als er indieners van amendementen moties zijn. Dan ga ik naar de heer Kobus. Wil u nog het woord? De heer Reuskunde ga ik naar. De heer Veldmeijer aan u het woord. En dan als laatste de heer Elzinga. Heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we maken toch gebruik van de tweede termijn, omdat ondernemers hier zitten, belanghebbenden. En dan hoeven we donderdag, kunnen we het dan korter houden, zeg ik tegen de SGP. De PVV vindt het onderwerp typisch een onderwerp voor een referendum. De partij die als enige een oordeel kan geven of het wel of niet zinvol is om een koopzondag te houden, is de inwoner. Maar deze staat, zoals zo vaak, buitenspel. Er is hier geen verordening die het mogelijk maakt. En dus moeten we, zo goed en zo kwaad als het kan, ons verplaatsen in de inwoner. Belangen van burgers en inwoners staan, wat de PVV betreft, altijd voorop. We leven in 2018. En steeds meer consumenten kopen online. Het is al even gezegd door ondernemers. Het gedrag van de consument verandert. Bedrijven die hier niet in meegaan of te laat in mee zijn gegaan, hebben het zwaar op dit moment. Ook de inwoners kopen online steeds meer. Er zijn geen beperkingen, geen verschillen met de rest van Nederland. Onze inwoners hebben net zoveel mogelijkheden als de rest van de mensen in Nederland. En in 1984, bijna 35 jaar geleden, was de eerste koopzondag. Bijna 35 jaar geleden. En 4 op de 5 gemeentes hebben een koopzondag. Althans in 2006. Dat zullen ongetwijfeld nu veel meer zijn. Het wordt dus tijd dat inwoners in Twenteland ook een paar zondagen per jaar kunnen winkelen. Ondernemers zullen deze mogelijkheid aangrijpen om deze zondagen in te vullen met speciale evenementen en met acties. Plus, en dat moeten we niet vergeten, in 2017 werd er door toeristen 180 miljoen gespendeerd. En in 2019 is het ongetwijfeld ook meer. Een koopzondag in combinatie met een bepaald evenement of een event zal ervoor zorgen dat er ook meer toeristen deze kant op komen. Een mooie bijkomstigheid. Er komt wat meer reuring in de gemeente en het vestigingsklimaat verbetert. Plus ondernemers krijgen de mogelijkheid om meer omzet te genereren. En ook al betekent dit op korte termijn niet direct meer netto winst, omdat de personeelskosten wellicht zullen stijgen, betekent het op de lange termijn wel degelijk kansen om meer klanten hier naartoe te krijgen. Immers een tevreden klant, althans dat geldt voor mij, voorzitter, gaat terug naar de desbetreffende winkel. Met een paar koopzondagen hebben onze inwoners nagenoeg dezelfde mogelijkheden om te winkelen, offline of online, als in andere gemeentes. En wij vinden dat heel belangrijk. De PVV gunt de mensen hun zondagsrust, maar snapt niet waarom dezezelfde mensen bezwaar maken tegen een paar koopzondagen. Het is geven en nemen in het leven. Een paar zondagen geven aan mensen die er anders in staan is wat ons betreft niets te veel gevraagd. Partijen die tegen de koopzondag zijn, ik heb het al eerder gezegd, zijn ook de partijen die het hardst roepen om verbinding, om menselijkheid, om menselijke waarden. Het lijkt er echter op dat ze dit alleen roepen wanneer het hen goed uitkomt. Tegen die partijen zeggen we ook, doe niet zo ouderwets, doe niet zo moeilijk en toon een greintje menselijkheid door anderen ook wat te gunnen.
En misschien is er helemaal geen behoefte aan een koopzondag. Dat kan ook, voorzitter. Maar we vinden wel dat we dit een kans moeten geven. Maar nogmaals, en dan sluit ik af, en dit blijven we zeggen, het is jammer dat inwoners zich hierover niet kunnen uitspreken middels een referendum. En dat vinden wij een gemiste kans. Dank u. Dank u wel. De heer Jonker heeft de vraag. Meneer de Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. U had het net over ouderwets, maar de Bijbel is nog zeer actueel. Ik zou zeggen, bestudeer dat maar eens. Er gaan zelfs geluiden op om de zondagsrust wat meer, beter te waarderen. En in Italië, maar ook in grote steden, wordt het al teruggeschroefd. Bent u daarmee bekend? De heer Veldmeijer, aan u het woord. Wat wordt teruggeschroefd? Aantal koopzondagen. Nou ja, ik denk dat het juist toe zal nemen. Ik weet wel dat het kerkbezoek ontzettend afneemt, dat weet ik wel. En ik denk dat dus steeds meer mensen ook die zondag gebruiken om zaken te doen met het gezin. En ik vind, nogmaals, als u rust wil hebben op zondag, begrijp ik dat heel goed. Maar ik vind ook dat u anno 2018 de mensen die er toch wat anders in staan, ook die 4 of 6 koopzondagen moet gunnen. En dat is niets, nogmaals, ik herhaal mezelf, niets te veel gevraagd. Dank u wel. Nog een laatste vraag, de heer Jonker, aan de heer Veldmeijer, aan u het woord. De laatste vraag, het komt net zo over als dwang of plicht, we gunnen elkaar niet wat. Maar gehoord hebben ook de kleine ondernemers, als de een open gaat, moet de ander ook open. En het is allemaal een vrije keuze, dat snap ik ook wel. En ik snap ook uw argumenten wel. Maar het zijn vaak de grootwinkelbedrijven die vanuit het hoofdkantoor in Venlo of waar dan ook, die zeggen, ja, open die handel en u draait in feite gewoon de nek om van de kleine winkeliers. Al is het ook, wat is dan een vrije keuze? Dan moet u als raad staan van, joh, en bloc, dicht, collectieve zondagsrust. Is voor iedereen goed, want je doet net als er maar 2 smaakjes zijn, of naar de kerk of winkelen. Nou, ik ken veel meer cursus. De heer Veldmeijer, aan u het woord als er een vraag gesteld is aan u. Ja, ik weet niet wat ik hiermee aan moet, voorzitter. Dus, U gaat over uw eigen antwoord. U gaat over uw eigen antwoord. Soms is dat wel heel makkelijk. Dat, dan de heer Elsega. U wilde nog het woord en als laatste in tweede termijn. Dank u, voorzitter. Het gaat vanavond niet over of je voor of tegen een pilotkoopzondag bent. Die keuze is immers al gemaakt door een meerderheid van de raad op 2 november of 2 oktober jongstleden. Het gaat over hoe wij dit als raad gaan invullen in de winkeltijdenverordening. Zo'n verordening is altijd gemeentelijk. Zo is het ook duidelijk gemaakt voordat de stemming plaatsvond over de motie door de wethouder en herhaalde het net al. Dat wil niet zeggen dat wij als gemeenteraad de verordening niet kunnen inkleuren. Zeg maar er een couleur lokaal van maken. Want de winkeltijdenverordening leent zich uitstekend voor maatwerk. En ik verwijs naar het Raalte-model. Naast dat je een aantal koopzondagen in een jaar kunt maximaliseren, kun je er ook een tijdslot aangeven. Of winkelgebieden aanwijzen of zelfs categoriseren. Het is allemaal mogelijk. Dus ook welke kern in de gemeente Twenterand uitgezonderd wordt van de koopzondag. Dit moet wel aangetoond worden in die kern. Dat moet een gemeente dus niet opleggen. Want dat heeft niets te maken met aantonen of democratie. Daarom moeten we de werkwijze van de verordening zodanig inkleden dat de verantwoordelijkheid verschuift van de gemeente naar de ondernemersverenigingen in de kern. Zij bepalen zelf of en hoe vaak er koopzondagen komen. De meerderheid van ondernemers in de kern beslist. Ook dat is democratie. We hebben het nu over eenmalige koopzondag op 23 december aanstaande. Deze zal later worden geëvalueerd. En vooraf of gelijk met evaluatie zou je per kern een maatschappelijke discussie kunnen voeren over de koopzondag. Met ondernemersverenigingen, met de kerken, maar ook met de dorpsraden. Dit bevordert het respect en onderling begrip voor elkaars standpunten. De ondernemersvereniging beslist uiteindelijk, want daar wordt beslist bij meerderheid. En zij zijn immers belanghebbenden namens de ondernemers. Laten we daarover hebben met elkaar en met een verordening komen voor Twenterand met een kleur. Een kleur per kern voor aanstaande donderdag. Want overtuigen gaat hier toch niet lukken. Wij zitten allemaal veel te gauw naast in voor- en tegenstanders. Kortom, laten we daar en donderdag over hebben.
Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan heeft de heer Jonker nog een vraag aan u. Ja, als ik ga. En dan sluit ik ook na dit het debat af. Er zijn geen vragen aan het college meer gesteld. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde Elsinga spreken over belangenafweging ook met kerken en met dorpsraden. Ik zou voor dorpsraden toch dat wat breder trekken bij de burger. Want de dorpsraden, ja, met alle respect, dat zijn vaak, wie hebben die samengesteld? Maar ik zou dat dan iets breder trekken. Hoe staat u daarin? Heer Elsinga, aan u het woord. Voorzitter, de dorpsraden, plaatselijke belangen, wij nemen die clubs allemaal even serieus. Ze zijn samengesteld uit de bevolking zelf. En je kunt er van alles van zeggen, dat de een wat fanatieker is dan de ander, dat klopt. Maar we hebben het laatst hier ook over bijvoorbeeld een sportplatform gehad. Moet dat ook niet wat uitgebreider? Of, het is een keuze. En ik vind dat de dorpsraden heel goed weten waar ze het over hebben. En de een inderdaad functioneert wat anders, of beter, of hoe je het ook zeggen wilt, dan de ander. Maar het kan ook zijn dat de dorpsraad ook andere mensen daarbij betrekt, om daar een mening over te geven. Het punt is waar de SGP wilde, een pilotkoopzondag alleen voor Vroomsoop. Dat kan dus alleen na een belangenafweging, door een belanghebbende. En de belanghebbende zijn de ondernemersverenigingen en niet de gemeente. Want de gemeente kan namelijk niet om een vrijstelling vragen, dat moet die ondernemersvereniging doen. Diegene die open wil, want u zegt net tegen de wethouder van ja, die zondagwet, daar heeft u het niet over. Maar er staat in de verordening, die verwijst naar de winkeltijdenwet. En de winkeltijdenwet, daar staat in dat er op zondag gewoon zondagrust is, dat er niet gekocht wordt. En een verordening die regelt de vrijstelling, dus die daar een uitzondering op krijgt. En daarom moeten wij dus die ondernemers laten bepalen of zij bij meerderheid open willen of niet. Maar die meerderheid is er kennelijk in Vroomsoop, in Frieseveen kennelijk helemaal niet, hè, volgens de cijfers. Maar dan hoeft er ook niet. Dank. Nog een laatste vraag, meneer Jonker. En dan wil ik echt afsluiten, want dan hebben we denk ik wel het hele debat gehad. Nog een laatste vraag van u, meneer Jonker. Dus als de meerderheid, dank u wel voorzitter, als de meerderheid in Vroomsoop tegen is qua ondernemers, dan wordt het niet geregeld in de verordening. Dan gaat het gewoon niet door, koopzondag. Dat hoor ik u zeggen. Meneer Elsinga, nu het woord. Ja, die meerderheid geldt voor alle ondernemersverenigingen in Twenterand. Alleen de meerderheid is nu voor. Alleen je moet bepalen, moeten ze lid zijn van de ondernemersvereniging of niet? En wat voor winkels hebben we het over? Hebben we het over volumineuze detailhandel? Valt daar de cafetaria bij onder? Zijn er campingwinkels? Dus je moet van alles, dat kun je dus, zoals ik al zei, categoriseren. En Raalt heeft dat gedaan, dus zo artikel 7, gewoon ontheffing, zou je in deze verordening kunnen laten vallen en gewoon wijzigen in artikel 5 van Raalt. Dat heb je precies overgenomen. En dan kun je daar, ik heb een lijstje hier van Raalt, bestaat uit best wel veel dorpen, een stuk of 11. En diegene die een vrijstelling indient, die krijgt de vrijstelling. De gemeente bepaalt alleen maar het maximum. En dat is 26 in Raalte. Alleen er zijn er 3 die leveren geen vrijstelling in. Omdat er geen meerderheid is bij de ondernemers. En dat zijn Laag Sutum, Nieuw Heerten en, ik heb er nog nooit van gehoord, Lieder Holthuis. Die hebben nooit een koopzondag, omdat zij geen vrijstelling aanvragen bij de gemeente. En de meerderheid daarvoor is om dus geen koopzondag te houden. Dat was het, voorzitter. Ja, dank u wel. Ik sluit bij deze het debat af. We gaan als conclusie vanuit mijn kant zal er tijdens de buitengewone raadsvergadering aanstaande donderdag de besluitvorming plaatsvinden. U krijgt antwoord op de 2 openliggende vragen. Dat antwoord gaat nu u allen toe, zoals het altijd gebruikelijk is vanuit het college. En ik schors voor 5 minuten. En dan zal de heer Smelt de rest van de vergadering voorzitten, want zo hebben we dat afgesproken. Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaatsen weer in te nemen? Goed. We gaan beginnen met het agendapunt brief actiegroep Tegenwind Dalen in zaken oproep windmolens. En de indiener van dit debat, de PVV-fractie, is aanwezig. Ik heb u verzocht om uw plaats weer in te nemen. Ik verzoek de PVV-fractie om haar bijdrage te starten. En ik hoop dat de andere raadsleden ook langzaam aan tafel gaan zitten. We hebben afgesproken 5 minuten. We gaan beginnen. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Er is weinig belangstelling voor, voorzitter. Goed. Beetje wind maken. Goed.
Voorzitter, Sanne Akerboom, dat is een jurist en politicologe. Die heeft 5 jaar lang het proces rond windparken gevolgd en kwam tot de conclusie, en zij is ook gepromoveerd op dat onderwerp, dat inwoners niets te vertellen hebben in het proces rond windparken. Er is sprake van schijnparticipatie. Dat verzin ik niet, maar daar kwam zij achter. De burger zit weliswaar aan tafel, maar heeft geen enkele invloed. Besluiten zijn al gevallen, bezwaren van burgers om bijvoorbeeld windmolens niet op een specifieke plek te zetten, worden stelselmatig door de Raad van State afgewezen. Daar waar zonnepanelen op daken nog op steun kunnen rekenen van een deel van de bevolking, is er nul draagvlak voor windmolens. Er zijn echter 2 partijen die wel zweren bij windmolens. In Dalenhoge Heksel is dat de commerciële partij Regenwind en het is natuurlijk de grondeigenaar. Die vullen hun zakken met subsidie, betaald door de mensen die er straks last van hebben. Regenwind is ook nog eens gelieerd aan de bedrijven die de windmolens maken, exporteren, onderhouden en neerzetten. En Regenwind pakt op die manier de maximale subsidie en dan spreek je al gauw over tientallen miljoenen euro's. Over een lengte van 15 jaar uiteraard. Subsidie als inkomstenbron. En door de molens juist in dat gebied te zetten tussen Dalen en Hoge Heksel krijgt hij ook nog veel meer subsidie. Want we kennen de regel in Nederland, hoe minder wind, hoe meer subsidie. Kan het nog gekker. En die grondeigenaar hoeft straks nooit meer te werken, want die krijgt gedurende 15 jaar jaarlijks een ministersalaris. Wanneer windmolens meneer, nu... Meneer Veldmeijer. Ja. Zou u naar het punt van Twenterand willen toewerken, zodat voor de Raad van Twenterand het element waar u naartoe wilt ook snel duidelijk is? De Raad is nu aanwezig, dus ik heb u even uw intro laten doen. Maar het is van belang dat u zich richting Twenterand richt en niet op Dalen Hoogheksel. Ja, het een kun je niet loskoppelen van het ander. Maar goed, ik ga er naartoe werken. Wanneer molens nu een substantiële bijdrage zouden leveren aan onze energiebehoeften, had je dit als pro-argument kunnen gebruiken, om voor molens te zijn. Maar wetende dat al die windmolens die er nu staan op het land en in de zee slechts 2% bijdragen aan onze energiebehoeften, kan niemand dit argument meer gebruiken. Zet dit af tegen de verstrekte subsidies, miljarden voor deze 2%, en iedereen begrijpt dat windmolens luchtkastelen zijn. En de provincie heeft met het windmolenpark de Veenwieken en de windmolens in Staphorst reeds aan haar taakstelling voldaan. Er is dus geen noodzaak om nog meer windmolens te plaatsen in Overijssel. Weer een argument minder. De molens met een hoogte van 235 meter, zo hoog als een flat met 81 verdiepingen, lazen wij zijn straks zichtbaar op tientallen kilometers afstand. Alle 3 geven ze ook nog eens in de avond lichtbundels af. Ze komen te staan op het grensgebied met Twenterand. Pure horizonvervuiling. Het past niet in het landschap. En de PVV wil graag van het college weten welke Twenterlanders straks dagelijks hinder ondervinden van deze subsidiemolens. Welke inwoners van Twenterland zien straks hun huis in waarde dalen? En welke inwoners hebben straks dagelijks last van het geluid, van de slagschaduw en van het licht? En welke inwoners krijgen te maken met een verpest uitzicht? Graag een toezegging dat u dit gaat uitzoeken, want anders dienen wij overmorgen een motie in die hiertoe oproept. Gaat u straks deze mensen compenseren omdat hun leefgenot wordt aangetast, omdat hun huizen in waarde dalen, zogenaamde planschade? En de PVV adviseert de mensen in dit gebied, Twenterlanders, wanneer zij straks schade zullen ondervinden, een advocaat in de arm te nemen om deze schade te verhalen op de overheid. In dit geval op de gemeente. Er zijn inmiddels bureaus die op basis van no cure, no pay planschadevergoeding in de wacht slepen. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Meneer Veldmeijer, kunt u afronden? Uw spreektijd is verlopen. Kunt u afronden? Ik ga afronden. Kortom, de PVV ziet graag dat het college opkomt voor de belangen van de inwoners en het bestuur in Hellendoorn met klem adviseert om af te zien van deze 3 flats met 81 verdiepingen. Gaat u dit doen? En gaat u Hellendoorn aanspreken op dit feit en gaat u eventuele planschade verhalen op de gemeente Hellendoorn? Tot slot, voorzitter, wij kunnen geen enkel argument bedenken waarom deze windmolens er moeten komen. En wij verwachten van het college dezelfde houding en actie om te voorkomen dat deze overbodige windmolens er komen. En we zijn benieuwd naar uw toezegging. Dank u wel, meneer Veldmeijer, voor uw introductie.
Dan geef ik graag het woord aan de CDA-fractie over dit onderwerp. Wie mag ik woord geven, meneer Kerijk? Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het CDA Twenterand is, en dat is over de, mag bekend worden geacht, tegen het plaatsen van windmolens in het Twentse wallenlandschap. Dat hebben we eerder gemaakt, kenbaar gemaakt in onze verkiezingsprogramma's. En ook in het huidige verkiezingsprogramma. Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap, dus een van de thema's waar we echt voor gaan, zijn we niet tegen duurzame energie, niet tegen windenergie en niet tegen zonne-energie. Dus ook niet tegen de plaatsen van windmolens, maar wel voor het plaatsen van windmolens op deze locaties. Net als locaties in Twenterand. Er is hier sprake van een molen met een hoogte van ongeveer 200 strekkende meter. En dat past wat ons betreft niet op het Twentse platteland. Het past ook niet in de plannen van de provincie. De ontwikkelaar is in dit geval voor drie molens wel verplicht deze hoogte te hanteren. De heer Veldmeijer gaf het net al aan. Dat heeft alles te maken met het binnenhalen van de benodigde subsidies. En inderdaad het binnenhalen van de nodige energie. En die energie is alleen maar, die windenergie is op deze hoogte binnen te halen. Wind is een belangrijke bron voor het opwekken van die duurzame energie en het vermijden van uitstoot van broeikasgas CO2. We hebben daarover in het land en ook in de provincie afgesproken ons best te doen voor het plaatsen van windmolens. In Overijssel praat je dan op dit moment over zo'n 17 molens, 43 megawatt, van de verplichting die we ook vanuit het Rijk op ons hebben liggen van 86 megawatt. Maar er zijn verschillende projecten in voorbereiding en daarvoor zijn zoeklocaties aangegeven. En wat de CDA-fractie betreft wordt gekozen voor die zoeklocaties. Even voor de duidelijkheid, ze bevinden zich ten noorden van de Vecht, tussen Staphorst en Zwolle en in de buurt van Hardenberg. En daar horen deze windmolens. Wat ons betreft moet dus daar gezocht worden naar uitbreiding van windenergie en niet in het Twentse landschap, dus ook niet in Dalen en ook niet in Twenterand. Wij steunen dus de inzet van de initiatiefnemer PVV om kenbaar te maken dat Twenterand tegen plaatsing van windmolens in het buitengebied Dalen Hoge Exel is. En dat roept de vraag op of de PVV op dit punt met een motie vreemd aan de orde bijvoorbeeld komt in een komende raadsvergadering. Dat horen we straks graag even. Tot zover. Dank u wel, meneer Kerdijk, namens de bijdrage van het CDA. Met het verzoek voor u in tweede termijn om te reageren, PVV-fractie. Dan wil ik graag de SGP-fractie het woord geven. Meneer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Rondom de windmolens is steeds meer gedoe in de samenleving. De emoties laaien hoog op en dat gaat ten koste van de sociale cohesie. De SGP Overijssel heeft onlangs in de vergadering waar de begroting werd behandeld een motie ingediend. Die is ook breed aangenomen, die daar ook op aanhaakt. Dat de titel van die motie is namelijk duurzame opwekking in duurzame samenwerking. Dat beoogt dus een maximale borging dat de sociale cohesie niet onder druk komt te staan bij lokale duurzame energieprojecten zoals in Daarlen. Namelijk de sleutel tot succes is namelijk draagvlak. En daar begint het, want het begint ergens heel erg bovenin met een verdrag in Parijs. En het wordt uitgerold in Europa naar de Rijksoverheid en dan komt de provincie om de hoek met ruimtelijke ordening als dikke vinger in de pap. En dan komt het bij de gemeente en dan komt er een concreet voorstel en dan worden de burgers erbij betrokken en dan is het vaak al te laat. Dus ik denk dat wij als raad, en die vraag stel ik dan ook maar aan de wethouder, omdat wij duurzaamheid ook belangrijk vinden, hoe wij dat kunnen borgen, dat draagvlak. En welke mogelijkheden we daartoe hebben en welke middelen zijn daar ook beleidskaders voor nodig. Want ik denk dat wij als raad ook en als Twenterand duidelijkheid moeten geven. Want windmolens zijn dan wel niet toegestaan, maar wel windmolens van 25 meter hoog. Kijk, als we dat gaan toestaan om onze doelstellingen te realiseren, hebben we straks meer windmolens van 25 meter hoog staan in onze gemeente dan lantaarnpalen. En dat vinden wij ook geen gewenste ontwikkeling. Dus, en ik zou dan ook namelijk willen vragen, ik heb ook een motie ingediend bij de begrotingsbehandeling hier in de Raad. En daar waren er volgens mij 13 voor en 13 tegen 10 voor, zo ongeveer. Dat is ook met name richting de GBT-fractie. Kijk daar nog eens goed naar. Ook, daar wil ik ook graag de beantwoording van de wethouder horen. Hoe we dat toch kunnen borgen. Want het gaat ons erom dat wij niet kansen laten liggen. Want de gaskraan gaat gewoon straks dicht.
En wij roepen echt niet op tot grote windmolens. Maar ja goed, het draagvlak van de burger, dat moet geborgd worden. En daar moeten we voor gaan staan. En dat zouden wij met elkaar moeten regelen. Ja, dat is het wat mij betreft in de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker, namens de SGP-fractie. Dan geef ik het woord aan de VVD-fractie, meneer Kobus. Dank u wel, voorzitter. De VVD maakt zich zorgen om de ontwikkelingen zoals die nu zijn voorgesteld in de gemeente Hellendoorn. Normaal gesproken is de VVD niet zo voor bemoeienis met ontwikkelingen binnen een andere gemeente. Echter, nu men voorstelt om dit praktisch op de gemeentegrens van Twenteland te zetten, gaat dit ons natuurlijk ook zeer aan. Wij zullen als gemeente wel meedelen in de lasten die dergelijke windmolens veroorzaken, maar daartegenover geen enkel profijt ervan ondervinden. Daarbij komt dat deze windmolens zeker voor overlast zullen gaan zorgen. Een ashoogte van 145 meter overstijgt die van de molens bij de A1 bij Deventer met 60 meter, want die zijn nu 85 meter hoog. Daar komt in beide gevallen de wieklengte nog bij. Dit zijn dus potentieel gigantische horizonvervuilers. Natuurlijk moeten we op zoek naar alternatieven voor energie om duurzaamheidsredenen. Dit gaat ons echter veel te ver. Windmolens oké, maar dan wel op een plek waar je maximaal profijt hebt en minimale lasten, dus op zee. Niet in ons mooie Twentse landschap. De VVD is dus voor een actieve rol van onze gemeente om in contact te treden met Hellendoorn en onze zorgen hierover kenbaar te maken en aan te geven dat wij tegen dit plan zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kopers, namens de VVD-fractie. En dan wil ik meneer Reusken van de PvdA GroenLinks graag het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Allereerst, en dat gebeurt niet vaak, dus let op, wil ik de PVV een compliment maken om dit agendapunt hier vanavond te agenderen. Want het is niet een onbelangrijk onderwerp waar we het over hebben. Want het gaat om het thema duurzaamheid, wat op dit moment heel erg actueel is. Op dit moment wordt er zelfs een grote klimaattop georganiseerd. En we kunnen met elkaar niet ontkennen dat we daar nu iets aan moeten doen. Niemand kan ontkennen dat we individueel en ook collectief en op landelijk niveau en lokaal niveau hier iets aan moeten doen. In Twenteland hebben we dit ook hoog op de agenda staan en hebben een agenda duurzaamheid en hebben ook al een werkprogramma met elkaar gemaakt. Partij van Arbeid GroenLinks, en daar moet ik dan weliswaar de PVV wel weer in teleurstellen, is wel voor zonne-energie en is ook voor windenergie. Dus wij zijn niet tegen windmolens. Om die doelstellingen te halen en toe te werken naar het opwekken van duurzame energie is draagvlak en draagkracht van groot belang. Want het toewerken naar andere vormen van energieopwekking kan alleen lukken als iedereen meedoet. En als ook voldoende draagvlak is in de samenleving. Dat betekent dat we samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid en politiek bestuur moeten kijken hoe we dat kunnen realiseren. En dat er verschillen zijn over hoe we dat realiseren en waar we dat realiseren mag ook duidelijk zijn. Daarbij geldt ook heel vaak van je weet wat je hebt en als je nieuwe dingen gaat ontwikkelen weet je niet vaak wat daar de effecten of de gevolgen van zijn. In het geval van de actiegroep Tegenwind Dadelijk is het duidelijk dat ze tegen de windmolens zijn op de aangewezen locatie. Dat leggen ze duidelijk uit in beide brieven die ons ter beschikking zijn gesteld. Maar ze geven ook aan dat ze niet tegen windmolens zijn en graag willen meedenken over alternatieven van het opwekken van duurzame energie. Wij willen vooral pleiten op dit moment voor een energiedebat waarbij we een keuze maken voor het opwekken van duurzame energie, maar tegelijkertijd ook dat te realiseren naar draagvlak en draagkracht. Want die twee horen elkaar niet tegenpolen te zijn, maar horen elkaar juist te versterken. En alleen maar roepen dat je tegen bent, volgens mij is dat niet de oplossing. En om uiteindelijk een goede afweging te kunnen maken, zijn wij ook benieuwd naar het standpunt van de wethouder en de initiatiefnemers rondom de alternatieven. En vinden wij nogmaals vooral draagvlak en draagkracht van belang. En als daar blijkt, laat ik de heer Veldmeijer voor zijn, dat die er niet is, dan moeten we het hier ook niet willen. Maar we gaan wel met elkaar op zoek naar alternatieven om die opdracht die we hebben, om een duurzame wereld te creëren, wel mogelijk te maken. En zelfs in Twenterand hebben we daar een opgave in. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Reusken, maar u zag al dat meneer Veldmeijer ongetwijfeld een vraag heeft en ik weet niet of hij al voorgesorteerd heeft op uw vraag.
maar ik geef u graag het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, het woord draagvlak, dat is een modewoord aan het worden. Net zoals verbinding en participatie en dat soort zaken. En het zijn vaak termen zonder inhoud, het zijn holle frazen. Want kunt u mij, we hebben de Veenwieken, een windmolenpark, dat is tot stand gekomen via een provinciaal inpassingsplan, want er was geen draagvlak. Staphorst, er was ook eerst sprake van een PIP, provinciaal inpassingsplan, want er was geen draagvlak. Nu doet Staphorst probeert het toch zelf om onder die PIP uit te komen. Je krijgt een enorme splijting van gemeenschappen. En dat vind je ook in Dalen, mensen die tegen elkaar opgezet worden door het plaatsen van windmolens. Dus kunt u mij uitleggen wanneer een draagvlak is voor windmolens? De heer Rust. Voorzitter, het gaat mij niet zozeer om draagvlak voor windmolens. Het gaat mij om draagvlak voor oplossingen. En dat heeft u vanavond ook al aangegeven in het debat als het gaat over de zondagsopenstellingen. Waarbij bewoners direct vanaf het begin betrokken zijn en meedenken en meekijken naar oplossingen. Meneer Veldmeijer. Dank u wel. Nou, ik ben in ieder geval, voorzitter, blij te constateren dat de PvdA in ieder geval die windmolens ook niet op die plek wil hebben. Dank u wel. Meneer Ruske, als u wilt reageren, kan dat? Ja, heel kort. Dat is een conclusie die voor rekening is voor de heer Veldmeijer. Voor mij is een belangrijk criterium dat we zoeken naar oplossingen voor duurzame energie. En dat een belangrijk criterium voor ons draagvlak en draagkracht is. En als dat er niet is, dan zoeken we naar andere oplossingen en dan kijken wij daar ook naar. Dat was ook tevens het einde van uw betoog. Dank u wel, meneer Reusgen, voor uw bijdrage. Dan kijk ik naar de kant van het college. Er zijn wat vragen aan u gesteld en het is u gevraagd om een toezegging te doen. Dus ik wil de wethouder graag uitnodigen te reageren op de bijdrage van de raad. Mevrouw Van Abbema, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben het eigenlijk wel met de laatste spreker, de heer Reusken, eens dat dit een belangrijk thema is en dat het ook goed is dat we ook in deze raad daarover spreken. Want voorzitter, het gaat inderdaad om duurzame energie. En om dit een beetje in te kaderen, ga ik u toch even meenemen richting het klimaatakkoord, wat op dit moment in Den Haag heel hard aan gewerkt wordt. Dat klimaatakkoord waarin ons land zich ook gecommitteerd heeft aan nationale doelstellingen om het klimaatakkoord, de afspraken van Parijs 2015 te halen. We hebben ons samen met 195 andere landen eraan gecommitteerd. En ja, dat gaat lastig worden. Dat beseffen we ook in Den Haag aan die 5 sectortafels waar op dit moment nog heel hard aan gewerkt wordt. En u hebt allemaal ook wel gehoord dat er afgelopen week wat in het nieuws was over duurzame mobiliteit. Dat we allemaal elektrisch moeten gaan rijden, wat dat betekent. Ook vandaag hebben de milieufederaties actief het nieuws gezocht met de boodschap dat het niet zo kan zijn dat het klimaatakkoord alleen gehaald moet worden bij de burgers, maar dat ook de industrie, de grote industrie, daaraan mee moet werken. Dus ja, het gaat veel betekenen. Eind 2019 moet dat klimaatakkoord ondertekend worden door een groot aantal partijen, inclusief de decentrale overheden, waar gemeentes ook onderdeel van zijn. En dat betekent, voorzitter, dat medio 2019 de 30 regio's die er in Nederland zijn moeten komen met een realistisch aanbod vanuit de regionale energiestrategie. En ook regio Twente is daar op dit moment al hard mee aan het werk om die regionale energiestrategie vast te stellen. Dat betekent dat wij in Twents verband met elkaar met een realistisch aanbod moeten komen hoe wij de opwek van hernieuwbare energie op land willen organiseren en hoe wij willen werken aan de opgave voor de gebouwde omgeving. Dat wil zeggen dat wij onze woningen anders moeten gaan verwarmen dan met aardgas.
En dat betekent, voorzitter, dat er inderdaad nog heel veel afgesproken moet worden met de 14 Twentse gemeentes. En wat dit college betreft, voorzitter, betekent dat ook dat het op dit moment buitengewoon onverstandig zou zijn om je nu al vast te leggen dat je ergens op tegen bent. Want we hebben in deze raad al veel vaker gedeeld met elkaar om het klimaatakkoord met elkaar te realiseren, hebben we alle vormen van duurzame energie hebben we gewoon nodig. En dat betekent dat het nu niet slim en niet handig zou zijn om iets te zeggen van het proces wat in onze buurgemeente plaatsvindt. En ik ben het met u eens, fracties, dat draagvlak ontzettend belangrijk is. En wat is draagvlak? Dat betekent dat we met elkaar wel moeten praten over de opgave die wij te doen hebben met elkaar. En ik wil u toch het voorbeeld van Vroomshoop nogmaals noemen. Ik heb het vaker genoemd. Afgelopen week mocht ik weer even aanwezig zijn bij een avond die de dorpsraad Vroomshoop georganiseerd heeft. Want in Vroomshoop hebben ze heel goed begrepen dat er een grote opgave is met elkaar. En ze gaan met elkaar, met ondernemers, met inwoners, gaan ze kijken hoe kunnen wij in ons dorp ervoor zorgen dat wij straks energie-neutraal worden. Want men begrijpt heel goed dat als je zelf als burgers niet aan de beurt bent, dan gaan anderen het voor jou bepalen. Dus laatste zin wat mij betreft, voorzitter. In Vroomshoop heeft men heel goed begrepen dat ze liever zelf in de lead zijn. Dank u wel, wethouder. Ik zie een interruptie van u, meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, de laatste woorden van de wethouder die waren raak. Laatst kwam ook een meneer van de dorpsraad naar mij toe en die zei: Erik, we zijn tegen al tegen windmolens, die zonneparken en noem maar op. Maar inderdaad, als wij het niet doen, doen anderen het wel. Dat is de motivatie. Niet het milieu, niet de omgeving, noem maar op. Er is maar één zaak wat mensen willen en dat is zo laag mogelijk energie nodig. Dat is de enige motivatie. Want nu in Katowice hebben we inderdaad die milieubijeenkomst. 20.000 mensen die vergaderen over het klimaatakkoord. Met 20.000 mensen kun je niet vergaderen. En al die mensen die zijn met vliegtuigen over de hele wereld gekomen. Over klimaatdoelstellingen gesproken. Maar het enige wat die mensen motiveert is inderdaad, als wij het niet doen, doen andere mensen het. Is dat nou de juiste manier om op een goede manier met energie om te gaan, als subsidie de hoofdreden is? Wethouder, u schilderde de microfoon inderdaad. Dank u wel. Ik heb u net ook al even ook even aangegeven, het zijn wel 195 landen die met elkaar in 2015 in Parijs hebben afgesproken wat wij willen halen om ook ervoor te zorgen dat het klimaat ons niet gaat inhalen. En dat betekent dus dat we in ieder geval moeten stoppen met een flink deel van het gebruiken van fossiele energie en dat we daar alternatieven voor zullen moeten vinden. En dat is een opgave die wij met elkaar hebben. En ja, dat betekent inderdaad ook wat voor onze burgers. En dan kan ik het heel erg appreciëren en ik vind het fantastisch dat men dat gewoon doet in een van onze dorpen, dat ze zeggen van en dan willen wij zelf in de lead zijn, want wij willen bepalen wat er dan gaat gebeuren. Dan maak ik als voorzitter even gebruik van de gelegenheid om hier even een punt te zetten. U staat in de interruptiemicrofoon, maar u bent ook degene die het onderwerp geagendeerd heeft. Als ik zie wat u geagendeerd heeft, meneer de PVV-fractie, om het maar zo te zeggen, dan wilt u het hebben over de windmolens op de grens tussen Hellendoorn en Dalen. En waardering voor uw bijdrage, wethouder, maar ik zou het graag willen brengen naar het punt waar u het debat voor aan heeft gevraagd. En daar gaat u zelf ook over, om het weer terug te brengen naar de proporties waar u vindt dat u in deze raad over moet discussiëren. Wilt u dat in uw bijdrage of in de vraagstelling ook daar naartoe brengen, alstublieft? Nou, dat is meten met twee maten, voorzitter. Ik dacht dat u boven de partijen staat. De wethouder heeft het ook over het klimaatakkoord. En dat is de onderliggende gedachte. En ik ben begonnen met draagvlak. En dat is wat ons betreft de onderliggende gedachte. Dus wat dat betreft vind ik dat u met twee maten meet. Ik meet niet met twee maten. Ik breng u zelf terug, omdat u de inbrenger van het onderwerp bent, naar de basis van uw onderwerp. En ik vraag u om de norm te bepalen waar u over u wilt discussiëren aangaande de inbreng. Want de raadsfracties zijn
geïnformeerd over uw inbreng. Daar gaat het mij om. Dus u mag wat mij betreft discussiëren over een breder thema, maar ik denk dat het eerlijk is voor de tijdspanne dat u dat weer beperkt tot het onderwerp. Nou, voorzitter, op het moment dat de wethouder met iets algemeens begint en dat klopt niet, dan vind ik dat ik gerechtigd ben om daarop te reageren. Ik spreek u niet persoonlijk aan, ik spreek u aan als inbrenger van het debat. Ook om te voorkomen dat u hier om 11 uur met elkaar over een ander thema spreekt dan wat u wenst. Ja. Dan breek ik ook als voorzitter in en dan stoppen we het debat. Ja, het is alleen jammer dat je over windmolens dan blijkbaar heel kort mag debatteren en over koopzondag 2 uur. Over overlast gesproken, wat is belangrijker. Maar wat ik wil zeggen, u vertelt over die 195 landen. Maar wat u er niet bij vertelt, is dat de grote jongens, Amerika, Pakistan, India, Australië, Rusland, niet meedoen. Dat zijn de grote spelers. En wij zijn maar een postzegel op de hele wereld. Dus onze invloed, die miljarden kost, is nihil op het klimaat. Dat wou ik even gezegd hebben. En om terug te komen op waar het vandaag om gaat, begrijp ik uit uw woorden dat u de mensen die op de grens met Dalen-Hoogheksel wonen, Twente-randers, eigenlijk niet wil helpen. U laat het proces daar zijn gang gaan. U gaat zich er nu niet mee bemoeien. En op het moment dat die windmolens er staan, is het onomkeerbaar. Maar goed, zo gaat u er dus in. U gaat geen inspanningen verrichten om te zorgen dat die windmolens, die voor onze Twente-randers heel veel overlast gaan veroorzaken, dat die er niet komen. Klopt dat? Wethouder. Voorzitter. Wij gaan daar niet over. Waar wij wel over gaan, dat is dat wij in Twents verband, wat ik u al zeg, dat we met de 14 Twentse gemeentes met een realistisch aanbod moeten komen hoe wij denken dat wij de warmtetransitie zonder aardgas vorm gaan geven en hoe wij denken dat wij de opwek van hernieuwbare energie vorm gaan geven in Twente. En dat is het punt waar ik met mijn collega wethouders van genaburde gemeentes ook over ga overleggen. U hebt van mij een toezegging gevraagd om uit te zoeken om welke burgers het precies gaat. Dat ga ik niet doen. Wat ik wel ga doen is contact zoeken met mijn collega wethouder van de gemeente Hellendoorn en ook dit onderwerp bespreken. Laatste vraag. Aan u het woord. Maar waar gaat het dan precies over als u met die wethouder, uw collega in Hellendoorn, een kopje koffie drinkt? Waar gaat het dan over? Wat is uw doel? Want u gaat een gesprek in met een doel, denk ik. Wethouder. Voorzitter, wij gaan het hebben over het initiatief. Wat er in de gemeente Hellendoorn wat voor ligt eigenlijk. Daar hebben wij nog niet met elkaar over gesproken. Dus daar gaan we het over hebben. U laat zich informeren, begrijp ik uit uw woorden. Oké. Meneer Jonker, aan u het woord. Interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ik had het idee dat u klaar was met uw eerste termijn. Mijn vraag is, hoe gaat u het draagvlak borgen in Twenterand? En ik refereerde nog even aan de motie die we ingediend hadden. Wethouder. Voorzitter, het klopt. De heer Jonker refereerde al even aan de motie die overigens inderdaad niet aangenomen is. Maar u hebt daarmee wel een punt ook willen maken. En ook toen heb ik al gezegd, draagvlak is ontzettend belangrijk. Ik wijs u nogmaals op de regionale energiestrategie waar wij met de 14 gemeentes mee bezig zijn. En wat daar natuurlijk cruciaal is, dat is het draagvlak. Dat speelt niet alleen in onze gemeente, dat speelt in alle gemeentes. En als je het hebt over een warmtetransitie en over de opwek van hernieuwbare energie, dan zijn dat per definitie zaken die ruimtelijke consequenties hebben. En dat zijn dus per definitie zaken waar draagvlak ook bij aan de orde is. Dus draagvlak organiseren is een heel belangrijk onderdeel van die regionale energiestrategie. En dat is niet iets wat wij specifiek alleen in Twenterand doen, maar dat doen we juist ook met elkaar. Nou, van een vraag aan u het woord, meneer Jonker. Dank u wel. Eens wat u zegt, hoe wordt de raad meegenomen in die regionale energietransitie? Dat wij ook echt dat debat met elkaar kunnen voeren en dat we ook kunnen aftikken dat die sociale of cohesie ook gewaarborgd blijft en het draagvlak. Wethouder. Er zijn twee momenten waarop u daarin meegenomen wordt in die regionale energiestrategie. Hou me te goede dat ik even niet exact op dit moment in beeld heb wanneer dat precies is. Maar in ieder geval als de startnotitie volgens mij aangeboden wordt, is dat iets wat richting de raden gaat en ook over het eindproduct met elkaar. Dus in ieder geval twee momenten. Meneer Kennerijk,
voor een interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder gaf net al aan vorige week aanwezig te zijn geweest op een bijeenkomst van de dorpsraad van Zoop. Ik was daar ook. En ik ben met u eens, het proces wat daar zich ontrolde was zeer waardevol. De inhoud roept toch wel wat vragen op, want er werd een plan gepresenteerd om te komen tot een windmolen met een hoogte van 185 meter achter het sportpark De Boshoek in Vroomshoop. Ik zou eigenlijk de vraag aan u voor willen leggen hoe u die ontwikkeling, want u bent daar enthousiast over en ik begrijp dat ook vanuit de wijze waarop u met duurzaamheid, met duurzame energie tot nu toe bent omgesprongen, hoe past u dat in die Twentse energiestrategie? Hebt u daar al een plekje voor gevonden? Hoe ziet dat eruit? Ik wijs u erop, wethouder, dat de vraagstelling van de PV hier niet specifiek over gaat. U mag dat prima beantwoorden of op een andere manier. Maar de vraagstelling van de PV, ik herhaal het nog een keer voor u, is dat hij met andere partijen in debat wil over hoe wij het proces in Dalen-Hellendoorn kunnen tegenhouden. En dat gaat hier niet. U heeft het zelf ingebracht over Vroomshoop als voorbeeld. Dus dat lokt ook een vraag uit. Dus als u daarop kunt reageren, dan verlang ik ook een antwoord van u. Maar we moeten het wel beperken tot de vraagstelling. Voorzitter, ik kan daar kort op antwoorden. Ik heb in ieder geval bewust ook inderdaad even het proces in Vroomshoop ook aangekaart om ook te laten zien dat draagvlak, dat je dat van onderop organiseert. Dus dat je eerst begint bij de opgave die je met elkaar hebt te doen en dan kijkt hoe die opgave het beste gerealiseerd kan worden, passend bij de plek waar dat is. En het proces wat in Vroomshoop op dit moment plaatsvindt, dat past uitstekend in die regionale energiestrategie. Meneer Kerk, een aanvullende vraag. Dank u, voorzitter. Ja, die bijeenkomst werd bezocht door 35 inwoners vanuit Vroomshoop met wat wisselende standpunten, want ik dacht dat het ongeveer 50-50 lag. Is dat de wijze waarop u burgerparticipatie, het plastic woord van de heer Veldmeijer, burgerparticipatie op het onderwerp toe wil passen? Wethouder. Nee, voorzitter, dat is niet het geval, want wij hebben dit zelf niet georganiseerd. Wij nemen er kennis van hoe dat gaat en wij kijken daar heel positief naar, juist omdat het geïnitieerd is vanuit de dorpsraad en dat er ook in het dorp zelf gekeken wordt hoe dat vormgegeven kan worden. Dus dit is een vorm van burgerparticipatie en als ik zie hoe dat plaatsvindt in dat dorp, ja, dan label ik dat zeer positief. Dank u wel. Was u overigens klaar met de beantwoording van uw vragen? Oké. Dan kijk ik even naar de raad voor de tweede termijn. En ik geef u ook aan dat wij een uur achterlopen op het schema wat voor ligt. Realiseert u zich dat? Ik geef u daarbij ook aan dat ik vanavond de agenda volledig afwerk op verzoek van wethouder Koster, omdat hij donderdag een speciale omstandigheid heeft waardoor hij donderdag niet op uw vragen kan antwoorden. Dus ik vraag u om uw discipline. Dat uur achterstand, dat hebben we nu één keer. Dat ga ik niet voor u oplossen. U kunt dat zelf wel redelijk oplossen. Maar we maken de agenda gewoon af. Dat deel ik vast mede. En dat gaan we ook gewoon doen. Dus voor de tweede termijn. De GPT-fractie die meldt zich. Dan de CDA-ChristenUnie-fractie. Andere fracties voor de tweede termijn niet. PVV-fractie uiteraard. Oké. Dan begin ik bij u, PVV-fractie. Dank u wel, voorzitter. Het wordt een informatiesessie met de wethouder van Hellendoorn. Een kopje koffie met een appelgebakje met slagroom. En dan krijgt ze exact hetzelfde te horen wat uiteraard in die brieven staat die naar ons gestuurd is. Ja, ik vind het slap en ik snap ook niet de motivatie. Want op het moment dat er die windmolen zouden staan, die drie flats met 81 verdiepingen, en er is sprake van overlast voor Twenterlanders, en is het wel degelijk een taak van de gemeente. En is het wel degelijk een zaak van de gemeente Twenterland. En dan kun je niet zeggen, ze staan net over de grens. Ik trek mijn handen ervan af. Dat kan niet. Onmogelijk. Dus ik snap dat niet. En de Nederlandse Vereniging van Omwonende Windmolens, NLVOW, die hanteert ook een grens van 2 kilometer. Dus mensen die binnen die 2 kilometer daar last van hebben, daar wordt naar gekeken. En dat zijn ook inwoners van Twenterland. En daar zult u voor moeten opkomen. Want als u dat niet doet, ja, dan denk ik dat u een andere baan moet gaan zoeken. En er wordt weer gesproken over draagvlak. En draagvlak is er niet. Er is een jurist, een politicoloog afgestudeerd, gepromoveerd. En er is geen draagvlak. En ook al zegt u,
En wellicht kan dat nog met zonnepanelen, dat je wel draagvlak creëert, maar met windmolens is er nul draagvlak. Dus ik ben heel benieuwd hoe u daar draagvlak voor wilt gaan krijgen. Graag uw visie daarop. En van de week, misschien heeft u het allemaal gelezen in de Telegraaf, sprak Richard Toll. Richard Toll is hoogleraar klimaat, economie van de universiteit in onder andere USEX. Maar ook in Nederland. En die zegt ook dat de hele energietransitie een soort religie is. En een soort secte waar geen tegenspraak wordt geduld. En hij eindigt met, en dat vind ik een hele mooie, dat de toon ook van vandaag is zoals vroeger dominees spraken in de kerk. Heel belerend, want emissies, uitstoten van emissies, dat is de nieuwe zonde. En als je niet voor het milieu bent of voor de energietransitie, dan ben je minder goed dan mensen die wel voor de energietransitie zijn. Dat is een beetje de teneur van het debat. Maar ik roep u echt op, en we zullen een motie vreemd indienen, zeg ik tegen het CDA, om echt op te komen voor de belangen van de Twenterlanders, die straks enorm veel last hebben van die kringen daar. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan kijk ik naar de GBT-fractie, meneer Laarman, en u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, wij hebben ons als GBT-fractie niet als in de eerste termijn aangemeld. Niet omdat wij de duurzaamheid niet belangrijk vinden. Dat vinden we uiteraard wel belangrijk. Maar we kijken sec naar het agendapunt wat voor ligt. En ook terwille om de tijd. We hebben ons daar niet voor aangemeld. Maar we willen wel onze mening geven over het punt wat nu voor ligt. En wij besluiten als GBT-fractie. Nemen wij besluiten voor de inwoners van Twenterland en niet voor de inwoners van onze buurgemeentes. De windmolens waar nu over gesproken wordt, staan gepland aan de Bruine Veldsweg in de buurt van het munitiedepot en aan de Loomsweg. En dat is een stuk naar rechts toe als je van Dalen naar Hooghekselen rijdt. En wij vinden dat de inwoners van Twenterland hier geen nadeel of hinder van ondervinden, zoals de vele argumenten door de actiegroep tegengewind worden aangedragen. En wij hoeven daarom ook hier geen politiek oordeel over te geven. De politiek van de gemeente Hellendoorn moet hier maar een juiste afweging in nemen, welke voor- en nadelen eraan kleven voor de inwoners van Dalen en anderzijds de klimaatdoelstellingen die gehaald moeten worden. En ik ben het eens dat zonneparken en windmolens niet toereikend zijn om de doelstellingen te halen. En misschien moeten we wel naar een thoriumcentrale, wat u wel eens over geopperd heeft, meneer Veldmeijer. Maar ik zie meer in kansen in waterstof en hoop dat in de nabije toekomst hier meer innovatie en uitwerking op komt. Maar naast zonne-energie en windenergie moet er zeker nog een andere energiebron komen. En dat is duidelijk. Maar het punt wat nu voor ligt, de inwoners van Twenterland hebben geen hinder van de windmolens die in Dalen geplaatst worden. Blijft er nog even staan, meneer Laarman, want meneer Veldmeijer heeft nog een vraag. Meneer Veldmeijer. Ja. GBT heeft, voorzitter, in haar verkiezingsprogramma staan dat ze gaan voor windmolens maximaal 25 meter. En op het moment dat ze in Dalen, Hooghekselen komen, dat gebied, en er zijn al gesprekken over, dat weet ik ook, windmolens inderdaad bij het sportpark daar. Ik wil A weten, hoe staat GBT nu? Handhaaft zij die norm van 25 meter hoogte? En hoe weet u zo zeker dat de inwoners van Twenterand geen last hebben van drie windmolens die s'avonds licht geven van 235 meter hoog? Is daar een onderzoek naar gedaan? Dat zou ik ook graag willen weten, voorzitter. Als u daarop kunt antwoorden, meneer Laarman, aan u het woord. Ten eerste, de molens die nu gepland staan, waar ik heb gezegd van aan de Loomsweg, Bruinveldsweg, daar ligt een behoorlijk stuk van de gemeentegrens van Twenterand af. U doet voorkomen dat ze op de rand van Twenterand komen. Dat is echt niet waar. Ze liggen behoorlijk ver nog uit de grens van Twenterand. Op zichzelf hebben de inwoners van Twenterand daar geen hinder van. Zelf ben ik werkzaam in Dalfsen en zie de windmolens in Dalfsen ook vanuit mijn werk staan. En we hebben totaal geen last van die windmolens. Overdag niet en 's nachts niet. Dus ik heb enige ervaring, als u het zo wilt stellen. Ja? Aan de andere kant, wij gaan totaal niet over het besluit in wat de gemeente Hellendoorn moet leveren over die windmolens die daar komen te staan. Dus en wij laten dat graan aan de gemeenteraad van Hellendoorn over. Volgende vraag, meneer Veldmeijer. Ja, ik kan u wel volgen. Als u iedere dag langs de Dalfsen rijdt, langs de windmolens, heeft u er ook geen last van natuurlijk.
Nee. En 's nachts ook niet, want dan ligt de Unibed natuurlijk hier in deze gemeente. Maar je moet eens vragen aan de mensen die wel in de nabijheid binnen 2 kilometer van de windmolen leven, welke last ze ervaren, dat ze er ziek van kunnen worden, dat hun huizen in waarde dalen. En er zijn al planschades uitgekeerd door gemeentes vanwege de overlast die windmolens veroorzaken. En als ik 1 keer gas geef, ben ik al Daarle voorbij. Dus u doet net voorkomen alsof Daarle ontzettend ver van ons af ligt. Weet u wel dat die windmolens bijna 5 keer zo hoog zijn als de toren van Pisa? En u beweert hier met een bepaalde stelligheid dat onze inwoners er geen last van zullen hebben. En het is nergens op gebaseerd. Helemaal nergens op. Meneer Laman. Dat wat ik baseer dat de inwoners van Twenteland er geen last van hebben, dat is hetzelfde wat u baseert dat ze er wel last van kunnen hebben. Dus wat dat betreft is het hier in Natie hetzelfde. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja. Ook GBT maakt zich schuldig aan een soort van populisme, lijkt het wel. U heeft, denk ik, nog nooit met mensen gesproken die een prachtig uitzicht hebben en die vervolgens geconfronteerd worden als ze aan de keukentafel zitten met een paar windmolens en die hun huis onverkoopbaar is geworden en die op een gegeven moment elke keer die slagschaduw door het huis zien gaan. U heeft met dat soort mensen nog nooit gesproken. Dus u mag roepen wat u wilt, maar het is nergens op gebaseerd. En ik wil graag dat u een wetje maken voor een kratje bier. Als die, een kratje cola in dit geval. Maar ik wil graag met u een wetje maken als die molens er staan of inwoners van Twenteland er wel of geen last van hebben. Durft u met mij die weddenschap aan? Die weddenschap die durf ik met u best aan. En u zegt, ik heb er geen ervaring mee. Nou, we hebben diverse klanten in de buurt van Dalfsen, Zwolle wonen, waar ik regelmatig kom en waar ik wel gesprekken ook hierover heb. Dus wat dat betreft, heb ik wel enigszins ervaring. Nog één vraag, dat is een microfoon in uitdrukking. Ja, man. Graag maar één. Aan u het woord, meneer. Ja, daar heb ik nog een antwoord op gekregen. U heeft in uw partijprogramma staan windmolens tot maximaal 25 meter. En ik begrijp nu dat, over de grens, maakt het niet uit hoe hoog die dingen zijn. Geldt dat nog steeds? Wat staat in uw verkiezingsprogramma? Meneer Laman. Dat is duidelijk. Ik sta in het verkiezingsprogramma. Meneer Jonker. Meneer Laman blijft u staan, want ook meneer Jonker. En ik zie de knijk nog komen. Meneer Jonker heeft een vraag. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Laman heeft gelijk. Wij staan hier voor Twenteland. En ik heb ook een vraag aan uw fractie gesteld in mijn eerste termijn over de motie. Hè. Bent u ook voorstander om die sociale cohesie hè, maximaal te borgen? Dat wij dat als signaal aan onze burgers en het niet alleen in Twents verband doen, maar ook in Twenterand. Want de heer Veldmeijer geeft al aan, 25 meter hoog is wel toegestaan, maar we moeten ook kijken, wat de wethouder ook net al aangaf, kansen niet boycotten, maar wel zien als er wel draagvlak voor is, maar dan wel op een goede manier, dan moeten we dat ook niet boycotten. Meneer Laman. U heeft daar een punt in, op zichzelf zijn we, heeft u daar gelijk in en staan we even achter wat de wethouder ook voor woord heeft. Meneer Kerdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat roept bij mij toch de vraag op. 25 meter in het verkiezingsprogramma. De windmolen, de geplande gedachte windmolen in Vroomzoop op 185 meter hoog. Het GBT is dus tegen de plaatsing van die windmolen. U stelt een specifieke vraag waar nog geen voorstel voor is en ook hier niet voor ligt. Dus ik twijfel even of ik hem daar moet laten antwoorden. Omdat hij daar ook geen overleg over heeft kunnen hebben, want u stelt het nu in de interruptie. Dus ik laat het aan u, meneer Laman, hoe u hierop reageert. U hoeft er niet op te reageren. Ja, ons verkiezingsprogramma is daar klip en klaar in. Dat is 25 meter. Ons verkiezingsprogramma die gaat ook tot 2022, 2023. Dan zullen we het daar weer nader over hebben. Ja, u gaat over uw eigen antwoorden inderdaad. Zoals de voorzitter van de raad altijd zegt. Goed. Meneer Huisjes had zich ook gemeld voor de tweede termijn. Aan u het woord. Ja, voorzitter, bedankt. De ChristenUnie is voor alle vormen van duurzame energie. Want om onze schepping door te kunnen geven aan de volgende generatie zal er nog wel het een en het ander moeten gebeuren. Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping.
Vervuiling van lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbranden vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet zich daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Een schone en circulaire economie. Meneer Laarman probeert iets te corrigeren voor u, omdat u als meneer Laarman wordt aangeduid voor de kijkers thuis in beeld. Maar dan moeten jullie doen, maar daarmee ontregelt het systeem. Ik kan het overigens hier wel doen hoor. Maar ga gerust door met uw betoog, meneer Huisjes. Meneer Huisjes van de ChristenUnie-fractie staat aan de microfoon. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en de volgende generaties. Een gezondere lucht, een beter klimaat en sterkere economie. Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals in dit geval windmolens, en kunnen mee profiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Belangrijk is wel dat het participeren voor iedereen bereikbaar is, dus ook voor de kleine portemonnee. Participatie zou hand in hand kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners en bedrijven. En daar ligt, wat de ChristenUnie betreft, in deze kwestie nog een opgave voor de initiatiefnemers. Op de vraag van de PVV aan andere partijen of we dit willen tegenhouden, is ons antwoord: deze kwestie is niet iets voor de gemeenteraad van Twenterand. De aanvraag voor deze windmolens ligt in een andere gemeente, waar ook regels gelden en inspraakmogelijkheden zijn. Daarom hebben wij ons niet aangemeld voor de eerste termijn, maar willen wel reageren op dat een vraag is van de PVV aan alle partijen. Daarmee is uw bijdrage ook geleverd, meneer Huisjes. Ja. Dan geef ik de gelegenheid aan de PVV-fractie u een verhelderende vraag te stellen. Dank u wel. Ik woon al een tijdje in Twente, al in de jaren 90, maar ik ben geen echte tukker. Maar ik weet inmiddels wel wat het begrip nabuurschap betekent. Ja. En hoe kan het nou dat uw partij, die predikt dat ook, nabuurschap? Wilt u de microfoon even uitdoen, dus voor de kijkers thuis duidelijk dat meneer Veldmeijer spreekt. Dank u wel. Ja, voorzitter. De ChristenUnie die predikt ook het woord nabuurschap. Dat wordt echt in Overijssel op handen gedragen. Maar op het moment dat er overlast ontstaat voor inwoners van Twenterand, dan vervalt het begrip nabuurschap. Hoe kan dat? Meneer Huisjes. Ik ben wel een echte tukker. Ik weet wat nabuurschap is. In mijn betoog zei ik ook, participatie met mede-omwonenden is belangrijk voor ons. Ik begrijp dat dat uw antwoord is. U zet dus een punt. Ja. Dan doet u uw microfoon maar even uit. Dan kan meneer Veldmeijer een verhelderende vraag stellen. Aan u het woord. Ja, nou krijg ik opeens een hele andere indruk van het woord participatie. Participatie is dus eigenlijk overlast. Zo zie ik het. Maar u zegt op een gegeven moment, nabuurschap is ook over de grenzen heen kijken. We werken met 14 of 12 inmiddels gemeenten samen op het gebied van zorg. Op gebied, de agenda van Twente, noem maar op, werk je samen met andere gemeentes. Maar op het moment dat de windmolens over de grens net worden gezet van onze gemeente, dan werken we opeens niet meer samen en dan zeggen we, Hellendoorn, en zoek het maar uit. En Twenteranders die daar wonen, dus zoek het maar uit. Dat heeft ook niks met nabuurschap te maken. Meneer Huisjes, aan u het woord. Nee, ik zeg niet, zoek het maar uit. Ik zei, daar gaan wij niet over. Een paar maanden terug hadden wij hier de discussie over megastal in Peersenveld. Wij hadden daar als raad een mening over. Maar daar gaan wij niet over, want er was gemeente Ommen. Dit zijn windmolens, die komen in, niet in Twenterand te staan, maar in de gemeente Hellendoorn. Dus daar gaan wij niet over. Het is duidelijk wat het standpunt van de ChristenUnie-fractie is, dat heeft u duidelijk gesteld. Nog een aanvullende vraag voor u, meneer Veldmeijer. Ja, ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst gaat met andere projecten, net boven de grens waar onze inwoners last van hebben. Dan snap ik nu in de toekomst wat het antwoord van uw partij zal zijn. Daar gaan we niet meer over. We gaan alleen maar over de vierkante meters binnen de gemeente Twenterand. En alles wat er buiten gebeurt en van invloed is op het leven, op het woonklimaat en werkklimaat van de gemeente Twente, daar gaan we niet meer over. Dat is een duidelijk standpunt van de ChristenUnie. Nee. Dank u wel, meneer Veldmeijer. Wilt u nog reageren? Ja, ik zeg op dit punt, want die windmolens worden geplaatst in Hellendoorn.
In breder verband zitten wij wel binnen die Twentse gemeenten. En zodoende werken we dus wel mee aan duurzame energie, zoals de wethouder dit net ook al aangaf. Nou, het is duidelijk dat daar nog wat meningsverschil op ontstaat. Maar dank u wel voor uw beantwoording op de vraag van de PVV-fractie. Dat was uw termijn. We hebben de tweede termijn gehad. Dit is een voorstel die we ook niet langer dan twee termijnen laten voeren voor het debat. Dit is een indiener van de PVV-fractie. U bent uitgedaagd een motie vreemd indiend door de CDA-fractie. En ik heb begrepen van u dat u daarmee komt. Er lag een vraag van u aan de andere partijen. Daar heeft u het debat over gevoerd. En de wethouder heeft u gevraagd om een toezegging. En die toezegging die u gevraagd heeft u anders geïnterpreteerd. En u heeft dat gekwalificeerd als een kopje koffie drinken. En zij heeft het beantwoord als zijnde: ik krijg informatie en die haal ik daar op. Dus wat mij betreft, als uw voorzitter volgt er alleen een vervolg op dit debat als de PVV-fractie of een van uw fracties met een initiatief komt en de PVV-fractie neemt daarvoor het initiatief en zal dat indienen als motie vreemd aan de orde bij de eerstvolgende raadsvergadering. En dat betekent dat u daar donderdag mee komt, ter verheldering. De heer Veldmeij knikt dus aanstaande donderdag. Motie vreemd aan de orde. U kijkt naar de echte voorzitter en u doet nee. 18 december. Dan heeft u nog tijd en dan gaan we dat 18 december... Kunt u dat indienen? Dank u wel voor uw ondersteuning, voorzitter. Meneer Veldmeij, dat is akkoord voor de 18e. Oké. Okay. Goed, daarmee ronden wij dit onderdeel af over de inbreng van de actiegroep Twenterand. En gaan wij snel door met het onderwerp bestemmingsplan actualisatie van Vromsoop woongebied, waarvoor zich de GBT-fractie gemeld heeft. Wie van u mag daarvoor het woord? Meneer Elsinga. Ja, dank u, voorzitter. Actualisatie voor ons op woongebied. Allereerst zijn we blij dat het college wat we vandaag hebben vernomen met Picardi er is uitgekomen aan de Friese Winsweg 34 jaar, maar daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben namens GBT. Hij wilde het hebben over dat bestemmingsplan dat er op zich puik uitziet, alleen op 1% na, en dat is de Koningin Beatrixlaan in Vromsoop. Deze laan heeft aan de ene kant van de straat als visie wonen, daarom wordt de schoolbestemming van de sleutel, de vroegere Mulo, omgezet naar wonen om betaalbare jongerenhuisvesting mogelijk te maken. Daar zijn we enorm blij mee. En aan de andere kant van de straat zien we detailhandel en dienstverlening. In het voorgaande bestemmingsplan uit 2007 was aan deze kant van de straat het als volgt omschreven. Woongebied met een blokassiering ter behoeve van een bedrijf. Onder bedrijf wordt verstaan lichte industrie, groothandel, ambachtelijke bedrijven, nijverheid en reparatie- en verhuurbedrijven en overige dienstverlenende en verzorgende bedrijven, mits deze bedrijven wat betreft geur, stof, geluid, gevaar, toelaatbaar zijn naast woningen en bestaande bedrijven. Vervolgens noteert u, een kapper past hier binnen, omdat een kapper geen detailhandel is, maar dienstverlening. Die kapper die genoemd staat, die bevindt zich op 4. Echter, die heeft niet de bestemming dienstverlenend beroep gekregen, zoals hier wordt omschreven, maar kapsalon. Dit betekent een enorme afwaardering, zo niet een sterfhuisconstructie. En het past ook niet in de visie van de Koningin Beatrixlaan. Kijk een stukje verderop, de jonge laan, ook een dienstverlenend beroep, heeft ook geen bestemming accountant. Wij vinden dit niet eenduidig, voorzitter. Daarom is ons voorstel in het verlengde van de omschrijving ook de kapsalon als dienstverlenend beroep aan te merken. Dienstverlenend beroep, dat betekent de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hieraan gelijk te stellen gebied. Het is een stuk minder al dat het in het bestemmingsplan van 2007 is omschreven, maar het is beter, vinden wij, dan alleen puur kapsalon. Hierdoor hebben we voor de Koningin Beatrixlaan in zijn geheel een duidelijke visie. Aan de ene kant van de straat wonen en de andere kant van de straat detailhandel en dienstverlenend beroep zoals het al sinds de jaren 50 is. En dat kan perfect aan de rand van een winkelcentrum. Dit is eveneens de mening van ondernemer Vromsoop waarmee dit uitgebreid hebben besproken. Maar ik hoor graag de reactie van het college of dit mogelijk is en eventueel in tweede termijn een reactie van andere fracties. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Elsenschaar, voor uw inbreng en uw vraagstelling. Ik vraag het college, meneer Koster, of hij daar direct op kan reageren. Dat is het geval. Aan u het woord. Inderdaad, uw pasje even meenemen. Dank u wel, voorzitter.
Ja, ik hecht eraan om toch voorafgaand aan de beantwoording van de vraag even terug te komen aan de e-mail die ik vandaag heb toegestuurd aan de raadsleden. Dat had alles te maken met de Friese Veensweg 34 in Vromshoop. Om toch nog even te benadrukken dat in het rapport zienswijzen per abuis is opgenomen dat daar milieucategorie 1 van toepassing was. Terwijl feitelijk in het bestemmingsplan op het achterste deel ook tot met categorie 2 toelaatbaar was. Dus in het bestemmingsplan staat het wel juist. Alleen om juridische procedures achteraf te voorkomen heb ik u vandaag hierover geïnformeerd. En hecht ik eraan om dat ook nu nog even duidelijk te maken. Ingaand op de vraag van de heer Elsinga. Het is zo dat de actualisatie... Vromshoop woongebied. Het is een actualisatie van 2007 en het is correct als u zegt de Koningin Beatrixlaan 2, 4 en 6, dat er inderdaad voorheen in het oude bestemmingsplan een andere bestemming op rustte, die breder was en meer mogelijkheden had. Terwijl op nummer 4 feitelijk een kapsalon zit. Vandaar dat die in het nieuwe bestemmingsplan in de actualisatie ook als zodanig is aangemerkt. En dat is inderdaad een verenging van de mogelijkheden. Je zou kunnen zeggen dat een dienstverlenend beroep, zoals die onder de begripsomschrijving staat, onder 1.24 van de regels, zou je hem ook kunnen aanmerken. Dat biedt inderdaad iets meer mogelijkheden, maar het is nog steeds een behoorlijke verenging van het oude plan van 2007. Ja, het bestemmingsplan ligt voor zoals hij voor ligt. Dus als u zegt van wij zien het toch zitten om daar kapsalon te wijzigen in dienstverlenend beroep, dan geef ik u een overweging om dat te amenderen. Nou, is een duidelijk verzoek aan de kant van de raad. De GBT-fractie heeft de vraag gesteld voor tweede termijn aan de andere fracties, maar ik wil u wel als eerste de gelegenheid geven om op reactie van het college te antwoorden, meneer Elsinga. Dus u gaat nu het woord en dan geef ik de andere fracties de gelegenheid uw vraag te beantwoorden, voor zover ze dat nu kunnen of willen. Ja? Aan u het woord. Ik begin ook al met die microfoon. Gehoord hebbende de reactie van de wethouder, ik snap dat het bestemmingsplan niet zomaar gewijzigd kan worden, dat met de amendementen moeten komen en dat gaan we dan ook doen. Heeft u dan nog behoefte aan, als u dat amendement voorbereidt, om de reactie van de andere fracties nu te willen weten? Of zegt u, ik ga met het amendement aan de slag en ik deel het en neem het voor besluitvorming? Tuurlijk, elke partij mag reageren. Ik heb gezegd eventueel, maar als iedereen wil blijven zitten omwille van de tijd, mag het voor mij betreft ook. Dus dan komen we op 18 december er wel op terug. Dus wat dat betreft, ik vind de reactie zal heel kort zijn. Het zal gewoon die dienstverlenende beroep, die 1.24 noemt u. Dat zal het denk ik dan zijn en dat is een hele simpele anderhalve regel, geloof ik. Ik stel u de vraag, u stelt de prijs dat de fracties reageren. En blijkbaar heeft u met uw opmerking nu een interruptie uitgelokt bij de CDA en SGP-fractie. Dus meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de heer Elsinga gehoord. Het ziet er nou uit dat het een slodderigheid is misschien in het bestemmingsplan. Heeft die kapper ook, maar dat was niet helemaal duidelijk, ook een zienswijze ingediend? Ja, als ik ga. In de zienswijze nota is te zien dat er een zienswijze is ingediend, net zoals een stuk of 16 anderen of zo. Ja, om een tweede termijn te voorkomen, voorzitter, dan steunen we wel de lijn wat u voorstelt. Want het klinkt mij heel logisch. Oké, dank u wel. Dan heeft u alvast uw punt gemaakt. CDA-fractie, meneer Kerdijk. Ja, voorzitter, eigenlijk in het verlengde van de vraag van de heer Jonker. Ja, het is op zich een sympathieke actie om een probleem wat is aangericht door zo'n bestemmingsplan op deze manier te repareren. De vraag is alleen of je procesmatig dat op deze manier moet doen. Maar dat begrijp ik al wel, want ik heb dat in de zienswijze niet gezien. Dat er wel een zienswijze is ingediend, maar dat daar niet op gereageerd is. Begrijp ik dat goed? Meneer Elsinga. Voorzitter, nee, de heer Kerk, dat begreep u niet goed. Er is zelfs twee maal een zienswijze ingediend. Dus een reactienota en daarna nog een keer. Dan levert dat geen bezwaar op. Helder. Ja, ben ik overeen geweest.
Wilt u vanaf de interruptiemicrofoon reageren zoals de SGP-fractie dat ook heeft gedaan, of wenst u dat vanaf uw plek te doen? Op de vraag van de GBT-fractie. Het is praktisch dat u het daar doet. Ja, dat doet hij. Dank u, voorzitter. Nee, wij zullen daarin meegaan. Dat is op zich prima. Ja. Kijk, dank u wel. Voorzitter, ik wil de SGP en CDA nog bedanken voor de steun. En jullie kunnen het amendement net zoals iedereen tegemoet zien. Okay. Vraag de andere fracties overigens ook, hoor. PvdA van links mag vanaf uw werkplek, of vanaf uw plek even een korte reactie op de vraag van de GBT-fractie. Wij zullen het amendement mee ondersteunen. Oké. Okay. En dat geldt ook voor de VVD. PVV. Steun, voorzitter. SGP en CDA hebben gereageerd. ChristenUnie-fractie. En zullen hem ook steunen. Nou, dan kunt u met brede steun de voorbereiding doen en het rondsturen. Dank u wel. Dan ronden wij hiermee het debat af rondom het bestemmingsplan actualisatie Vromsoop woongebied. En concludeer ik dat het naar de bespreekagenda gaat met een amendement. En zal de raad daar in de voorbereiding over communiceren. Dan gaan we door naar het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023. Waarvoor zich gemeld hebben de fracties ChristenUnie, SGP en PVV. Ik wil graag de SGP-fractie als eerste het woord geven. Dank u wel, voorzitter. We willen allereerst een compliment maken voor de mooie visuele uitwerking die online die konden bekijken. Alleen om het te bestuderen was het wel een beetje lastig. Daar heb ik wel liever platte tekst gehad. Het is toch nodig om een besluitvorming te nemen, om het te ondertekenen. Maar goed, dat is een kleinigheidje, dat kan in vervolg natuurlijk snel opgelost worden. Er worden ook heel veel mooie woorden gesproken en er wordt veel samengewerkt. En er worden ook speerpunten genoemd. Op een aantal zaken wil de SGP opheldering. En dat is met name over de stresstest. Wanneer vindt die plaats en hoe wordt die vormgegeven? Waar kijkt u dan met name naar? Gaan we door met het afkoppelen van regenwater op het riool? Ik lees dat het wel een beleidskeuze is in Twenterand. Het afkoppelen van de gemengde rioolstelsels, mits het op een doelmatige en tegen acceptabele kosten te realiseren is. Kunt u dat iets nader toelichten? Hè? Wat zijn dan die acceptabele kosten? De gemeente heeft een zorgplicht voor het openbaar gemeentelijk gebied. Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Wanneer is iets structureel nadelig? En ik was ook een beetje getriggerd door het werkbezoek wat we vorige week hebben gehad bij de brandweer in Vromsoop. Is er voldoende tijden van droogte? Zijn er knelpunten? Is daar ook een risicoanalyse voor gemaakt? Of wordt dat nog gedaan? En twee opmerkingen ten aanzien van het waterschap. Het waterschap, is het zo dat het waterschap watersystemen in het dorp afstoot, hè, zoals sloten en vijvers? Wat betekent dat dan voor de begroting in Twenterand? Wat zijn daar de kosten van? En blijft het onderhoudsniveau op hetzelfde peil als wat het waterschap ook deed? En het waterschap die haalt heel veel sloten van de legger af. En dat betekent, heb ik me laten vertellen, dat waar sloten in onze gemeente waar onvoldoende water doorgaat, die gaan ze niet meer onderhouden. En dat is dan ook weer voor rekening van de gemeente en voor de eigenaren. Daar las ik niks van terug. Kunt u daar ook wat nader over een toelichting geven? En wat de consequenties daarvoor zijn? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Jonker. Realiseert u zich dat u een aantal technische vragen gesteld heeft? En ik laat het aan de wethouder welke hij kan beantwoorden. En anders verzoek ik hem om aan te geven hoe hij dat dan wel zou kunnen beantwoorden. Eigenlijk hoort het debat niet om die technische vragen te stellen hebben afgesproken. ChristenUnie-fractie, ik wil u graag het woord geven. Ja, voorzitter, bedankt. Plannen gaan en plannen komen, maar de Twentse riolering blijft stromen. Klimaatverandering raakt ons allemaal, of het nu overlast is in de kern of aan het kanaal. Duurzaamheid staat bij Twenterand in de hoogste versnelling. Maar gaan we nu echt wel zo snel over die ambitieuze helling? Juist in deze tijd van het jaar vraag ik me af of alles wel met elkaar rijmt.
Want op 3 juli heb ik namens de ChristenUnie het in het raadsdebat ook over het GRP gehad en gezegd dat gezien de omstandigheden van wateroverlast in de kern op dit punt wel versneld mocht worden. En nu zie ik dat met verbazing in de plan staan en ik citeer: we sluiten daarbij aan bij de landelijke vastgestelde doelstellingen. In 2030 is er geen overlast meer in de bebouwde kom, enzovoort, enzovoort. Nu vraagt de ChristenUnie zich af of het voor de Twenterandse ambtelijke molen toch echt niet mogelijk is om een versnelling hoger te gaan schakelen, zodat onze kernen niet pas in 2030, maar al eerder overlastproof zijn. Verder zien we in de speerpunten staan: beschermen van de volksgezondheid door het rioolstelsel in stand te houden en te zorgen dat ziekteverwekkend afvalwater naar waterzuivering wordt afgevoerd. En als laatste punt, inwoners meer betrekken bij water en riolering. Nou is mij geleerd dat voorkomen beter is dan genezen. En dan denk ik in dit geval aan de medicijnresten die gevonden worden in de zuivering. Als mensen hun overtollige medicijnen niet door de gootsteen spoelen, hoeft de zuivering ze er ook niet uit te halen. Kunt u, wethouder, dit probleem in dit plan verwerken en het ook bij onze inwoners onder de aandacht brengen? Hier wil ik het eerst bij laten. Dank u wel, meneer Huisjes, namens de ChristenUnie-fractie. Dan de PVV-fractie, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, niet zoveel omwille van de tijd, houd ik wat korter. Maar ik dacht dat wethouders elkaar ook konden vervangen. Maar goed, wellicht is dat iets voor de latere, verdere periode. Gemeentelijk rioleringsplan. Ik heb slechts één vraag, voorzitter, maar waar ik me wel aan stoor zijn al die klimaatzinnetjes. En ik lees er eentje voor. Daarbij is het rioleringsmodel opnieuw belast met een grote hoeveelheid neerslag. Nou, volgens mij hebben we al heel lang geen regen meer gezien. Zoals in de toekomst vaker zal voorkomen, het wordt natter, het wordt droger, het wordt warmer. Ja, wat wordt het nu? En zo zijn er meer van dit soort zinnetjes, denk ik ook van, ja, alles lijkt dan ook gerechtvaardigd om aan te pakken, wat het ook mag kosten. En we snappen heel goed dat op een gegeven moment het riool aan vervanging toe is, snappen we ook goed. En het relinen, dat lijkt ons ook hartstikke goed, ook qua kostenbesparing. Maar we hebben ook een beetje de indruk dat er allerlei investeringen worden gedaan vanwege het doemscenario wat ons te wachten staat op het moment dat we niet die windmolens plaatsen en niet die zonnepanelen en noem maar op. En klopt dat er nu meer uitgegeven wordt aan het riool vanwege die toekomstverwachtingen? We hebben nog de volgende vraag. Er staat op een gegeven moment dat een riool in de belangrijkste ontsluitingsweg eerder wordt vervangen dan een minder belangrijk riool onder een berm van een buurtstraat. En kunt u dit nader toelichten? Want voor de mensen die hier wonen, die zullen daar weinig begrip voor hebben, denk ik. Als er overlast ontstaat. Graag een antwoord. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldmeijer. Dan geef ik het woord aan de wethouder, meneer Koster. Dank u wel, voorzitter. Laat ik ze achtereenvolgens even afwerkende vragen. De stresstest, zoals de heer Jonker vroeg, wanneer vindt die plaats? Die vindt plaats in 2019. En vervolgens gaan we de uitkomsten daarvan in 2020 in een risicodialoog verder bespreken om vervolgens tot uitvoering te komen. Afkoppeling op regenwater op het riool, ja, dat heeft natuurlijk prioriteit. Afvalwater, regenwater scheiden. In het buitengebied is vanwege drukke riolen is het regenwater sowieso al afgescheiden. En zoals u ook in het GRP hebt kunnen lezen, is het zo dat bij nieuwbouw ook gescheiden riolen zijn. Dus daar wordt wel op ingezet. Acceptabele kosten bij afkoppelen. Nou ja, u kunt zich voorstellen dat in oude wijken dat we daar niet overgaan tot het afkoppelen, omdat dat gewoon erg veel geld gaat kosten.
Maar daar waar wij werk met werk kunnen maken, dus als er een weg vervangen wordt, dan gaan we dat uiteraard wel zodanig oppakken. Dus in die zin moet u dat zien met acceptabele kosten. Ja, voor wat betreft bluswater, daar kan ik u echt geen antwoord op geven. En voor wat betreft het waterschap die sloten afstoort, dat is correct, dat weet ik ook. Maar wat dat betekent voor onderhoudsniveaus en naar wie ze worden afgestoten, weet ik ook niet. Dus daar wil ik u met alle plezier schriftelijk over informeren. Dan de ChristenUnie die vraagt... Even kijken... ja, die vraagt een versnelling voor wat betreft de wateroverlastactie. Nou ja, kijk, het is zo, als wij volgend jaar die stresstest doen, en dat heeft dus alles te maken met die met het Deltaplan klimaatadaptatie, die ons voorschrijft om die stresstesten te doen. Wat gebeurt er door extremen? Want zo moet u het wel zien, het zijn extremen. En onder die, hoe die testen exact eruit zien, dat weet ik ook niet, maar die testen die worden gedaan, hitte, droogte, wateroverlast, en vervolgens die uitkomsten daarvan, zoals gezegd, daar gaan we mee aan de slag in 2020. Dus ja, op de momenten, en ik kan me voorstellen, zoals we begin dit jaar hebben gezien aan de Schouwdorpsstraat, op het moment wanneer daar het riool vervangen wordt, dan gaan we daar ook maatregelen treffen om in ieder geval die wateroverlast te voorkomen. Dus daar maken we ook gewoon werk met werk. Even kijken. Ja, voor wat betreft het weggooien van die medicijnen, dat is toch echt een verhaal van Vitens. En Vitens heeft daar ook een hele campagne opgezet met folders voor inwoners die daar ook echt op wijzen van mensen doen dat nou niet, want dat kost ons gewoon klauwen met geld om bij de zuivering van het water. Dus daar, die aandacht is er bij Vitens sowieso wel en daar ligt ook de verantwoordelijkheid. Ja, en dan vraagt de PVV met betrekking tot waar je dat de ene riool minder CQ meer belangrijk zou zijn dan de andere. Nou, als u het goed heeft gelezen, dan heeft u gezien dat we risicogestuurd beheer doen. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij gewoon kijken van wat is nou de levensduur van een riool? En die inspecteren we jaarlijks. En het blijkt gewoon in de praktijk dat bepaalde riolen langer meegaan dan de verwachte levensduur. Vervolgens gaan we kijken waar doen zich de meeste risico's voor. En dan moet u zich zo voorstellen dat een asfaltweg waar een riool onder ligt, als daar iets met het riool gebeurt, heeft dat een veel groter risico dan wanneer het onder een grasveldje ligt. En derhalve zeggen wij van... die riolen die onder een asfaltweg liggen, die hebben wat ons betreft meer prioriteit dan die andere. Dat betekent dat we op die manier toch kosten kunnen besparen tot wel 40%. Dus in die zin is dat risicogestuurd beheer financieel aanmerkelijk aantrekkelijker voor ons. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Kijk de raad of er een behoefte is aan de tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan concludeer ik, gezien het feit dat u in tweede termijn niet wenst te spreken, dat we deze op de akkoordagenda kunnen zetten. Is dat het geval? Dat is het geval. Dan wordt het gemeentelijke rioleringsplan 2019-2023 geagendeerd op de akkoordagenda. Dan gaan we door naar agenda punt 5 voor vanavond. Dat is de tariefswijziging diverse belastingverordeningen 2019. Aangemeld CDA, SGP, PVV en VVD. En ik wil graag de VVD als eerste het woord geven. Dank u, voorzitter. De VVD heeft aangegeven bij de begrotingsbehandeling het niet eens te zijn met de voorgestelde ontwikkelingen van de belastingen. Hiervoor hebben wij andere richtingen aangegeven, maar die zijn niet overgenomen. Wij begrijpen dat door het aannemen van de begroting deze plannen toch doorgaan en er een nieuwe situatie ontstaat. Toch willen wij een voorstel doen om de verhoging van de OZB voor één groep te verzachten. Afgelopen 15 november, 2,5 week geleden dus, is er een amendement aangenomen in de Tweede Kamer dat gemeenten de vrijheid geeft om sportaccommodaties, dorpshuizen, culturele gebouwen en andere instellingen van sociaal belang te belasten voor het woningentarief in plaats van het niet-woningentarief. Dit gaat in per 1 januari 2019.
tegelijk dus met de nieuwe voorgestelde tarieven van Twenteland. Is het college bereid om deze mogelijkheid aan te grijpen om onze verenigingen niet te veel te belasten? Kan de wethouder hier een toezegging over doen of moeten we dan met een amendement komen in de raadsvergadering? Dank u wel, VVD-fractie. Dan de CDA-fractie, meneer Kelder, begreep ik dat goed. Meneer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, meneer voorzitter. Ik zal het proberen kort te houden. Nou, ook wij hebben tijdens de begrotingsbehandeling aangegeven dat wij op een aantal punten er niet mee eens waren. Dat zal u niet verbazen dat we dat nu nog steeds zijn. Dat betreft de hondenbelasting, daar kunnen we niet mee eens zijn. Maar met name het OZB, daar hebben we een aantal cijfers voor binnengekregen vanuit dit huis, waar onze dank voor. Maar ook blijkt, als ik dat dan bekijk, tegen de verordening die er ligt, zitten daar ook weer verschillen in. Dus ik zal er niet te veel op ingaan, maar het blijkt in ieder geval die 4 euro die dan voorgespiegeld wordt, dan hebben we over een woning van 146.000 euro. En dat is volgens mij niet een gemiddelde woningprijs van Twenterand. Maar los daarvan. Daar zijn we in ieder geval mee eens. De heer Kobus haalde al even het voorstel van de CDA-fractie in de Tweede Kamer aan, waarin met name de sporttarieven werden genoemd, de sportverenigingen werden genoemd. En ik wil dat graag ondersteunen. We zouden daar zelf ook een voorstel voor in willen dienen, maar ik zoek daar de verbinding met de VVD wel voor. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kulder, voor uw bijdrage. Dan de PVV-fractie, aan u het woord. Ja, voorzitter, het wordt een, als we helemaal losgaan op de belastingverordening in 2019, dan doen we eigenlijk de begroting weer over. Dus dat gaan we maar niet doen, ook weer omwille van de tijd. Maar als de VVD, ook afhankelijk natuurlijk van het antwoord van de wethouder, komt met zo'n amendement om de verenigingen en dergelijke te ontzien, dan steun van de PVV. Wij gaan in ieder geval wij vinden het een treurig beleid. We zullen het niet gaan steunen. Maar we hebben nog wel een vraag over de toeristenbelasting voor de wethouder. Voor ons zou het belangrijk zijn dat de toeristenbelasting ook daadwerkelijk gaat naar de ontwikkeling van het toerisme in Twenterand. Is dat ook het uitgangspunt van het college? Graag uw reactie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldmeijer, voor uw inbreng. Dan krijgt u een interruptie van meneer Elsinga. Misschien wilt u even terug naar uw microfoon. Meneer Elsinga. Dank u, voorzitter. Ik had een vraag aan de heer Veldmeijer. U zult dus dan tegen de tarieven gaan stemmen. U heeft ook tegen de begroting gestemd. Dat betekent dus ook, hè, want u heeft in het verkiezingsprogramma heel uitgebreid en steeds uitgevend ook daarna, dat u voor afschaffen van hondenbelasting bent, maar daar bent u dus nu tegen. PVV-fractie. Wij zijn voor afschaffen van hondenbelasting, stond ook in het verkiezingsprogramma, maar we beoordelen politiek. Dat hebben we ook met de begroting gedaan en dat doen we ook met deze zaken. Dus op basis daarvan zullen we hem afwijzen. En gezien het feit dat u hier de meerderheid heeft, zal die worden aangenomen. Daar gaat het niet om, voorzitter. U bent dus gewoon het afschaffen van hondenbelasting waar u ze voor was, daar bent u nu dus tegen. U vindt dat de hondenbelasting gewoon in stand moet blijven. Dat is het standpunt van de PVV. Toch? Anders moet u niet tegen de begroting stemmen en de belastingverhoging zometeen. De vraag is duidelijk, meneer Elsinga, meneer Veldmeijer. Het gaat om een totaal pakket aan maatregelen. En de begroting zijn ook heel veel zaken in. En deze, wat ons betreft is de hondenbelasting een goed punt. Maar wij gaan niet voor die verordening stemmen omdat er één goed punt in staat en voor de rest heel veel slechte punten. Dus dan wegen die slechte punten zwaarder. En gezien de samenstelling van deze raad zal er wel een meerderheid komen. Maar wij zijn in principe voor afschaffing natuurlijk van de hondenbelasting. En we bekijken het politiek. Stel dat onze steun nodig was geweest om die meerderheid te halen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dan zullen we voorstemmen. Laatste vraag. Veldmeijer, ja, u loopt alweer weg, meneer Veldmeijer. Maar ik vind het erg dubbelzinnig wat u doet. Kijk, u bent voor of tegen. U acteert ook in de provinciale staten. Dan weet u dat u had de hele begroting kunnen afkeuren. Had uw stemverklaring kunnen afleggen en zeggen, maar we zijn voor het afschaffen van ontbelasting. Ik snap niet dat u dat niet gedaan heeft. Nou, meneer Veldmeijer. Voorzitter, we gaan op dit moment niet stemmen natuurlijk. Dus ik zal inderdaad namens PVV een stemverklaring
afleggen op het moment dat we erover gaan stemmen. Ja, dat had u bij de begroting moeten doen natuurlijk. PVV gaat er ook over zijn eigen antwoorden in deze. Maar goed, u kunt het bij de verordening alsnog doen. Een stemverklaring op dit punt. Daar moet u de voorzitter dan maar vragen en dan krijgt u daar zeker het woord over. Even naar de tweede termijn, of de termijn van het college toe. In dit geval meneer Koster, ik wil u graag de gelegenheid geven om op de vragen die er zijn te antwoorden. Ja, voorzitter, de VVD-fractie heeft mij gevraagd... Ik moet een kleine omissie goedmaken. Het is correct. De SGP-fractie heeft zich gemeld in eerste termijn. Het was wat mijn verwarrend. Geef niet, want het was wat... Ik wil wel heel snel door de agenda, maar dit was echt niet meer bedoeld. Aan u het woord. Voorzitter, heel kort. We hebben wel voor de programmabegroting gestemd met een stemverklaring dat we tegen de OZB-verhoging waren in deze hoedanigheid. Daar ga ik verder ook niet op in. We hadden wel bij de tarieven de toeristenbelasting en de forense belasting. Om daar eens naar te kijken wat daar de kosten en baten van zijn. Ik weet niet of dat voor dat doel bestemd zijn en... Ja, misschien moeten we daar nog een keer goed naar kijken om ook in het veld de romslomp te bekijken van wat levert het op. En misschien hebben we daar wel een andere manier voor. Voorzitter, dan nog een vraag over de verordening, kwijtschelding. Kunt u aangeven wat de indicatoren zijn om tot kwijtschelding over te gaan? En waarom bepaalde zaken niet kwijtgescholden kunnen worden? Zijn daar dan geen problemen mee of mag dat wettelijk niet? Of dat geld komt altijd wel netjes binnen? En dan nog een detail. Ik zag nog staan dat voor de hondenbelasting, dit staat genoemd als uitgesloten voor de kwijtschelding. Moet dat hier gewoon blijven staan of kan dat ook gewoon weg? Graag uw reactie. Nou, wethouder, mag u daar het woord overvoeren. Overigens ook opnieuw, meneer Jonker, u stelt wel veel technische vragen, ook over de kwijtschelding. Het is echt een technische vraag, dus het is aan de wethouder of hij daarop kan en wil antwoorden. Wethouder Koster, aan u het woord. Nou, om maar direct aan die laatste vraag tegemoet te komen, nee, daar kan ik geen antwoord op geven, wat die indicatoren zijn. Het is ook een technische vraag, dus u krijgt u schriftelijk van mij bericht daarover. Voor wat betreft de vraag toeristenbelasting, die is inderdaad, die komt in zijn geheel ten goede van de sector, dus op dit moment TTI. En dan de vraag van de VVD. Het is mij inderdaad bekend dat de mogelijkheid er is om af te wijken voor sportverenigingen en maatschappelijke instellingen. Wil het college daaraan tegemoet komen? Nee, het college wil daar niet aan toekomen, omdat dat direct een gat slaat in de begroting. Maar als u dit een sympathiek voorstel vindt, dan zie ik graag een dergelijk voorstel tegemoet. Met daarbij behorende dekking. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik de raad rond of de behoefte is aan de tweede termijn. Dat is het geval. Meneer Elsinga. Verder niet. Meneer Elsinga, en u het woord. Voorzitter, het gaat even over de vraag over die OZB en de sport. Wat natuurlijk in het kader van het sociaal belang, maar zo heet volgens mij dat amendement... vinden wij natuurlijk een sympathieke idee. Alleen, de VNG heeft wel de nodige bezwaren gemaakt. Hè. Ze hebben gezegd dat het amendement bevat onduidelijkheden, roept bij de gemeente heel veel vragen op. Ze worden alleen maar het gebruikersdeel genoemd. Dus het is niet duidelijk voor gemeenten en ook niet voor de VNG wat de uitwerking daadwerkelijk is van dit amendement. En er komt een nadere toelichting op. En daar zouden wij in ieder geval sowieso op willen wachten. Dus het is een bericht van eind november van de VNG die wij ook volgens mij allemaal hebben kunnen zien. Dus dat voorbeeld willen wij zeker maken. Andere kant, voorzitter, gaat het bij die diverse belastingverordeningen over het zwembadtarieven van de gemeente Twenterand. En op pagina 2, artikel 2, lid 1 is te lezen, kaart voor 1 bad, 4,5 euro. En GBT wil dit graag omschreven hebben als dagkaart, 4,5 euro. Argument is dat er namelijk verschillend mee om wordt gegaan door de zwembadmedewerkers, met name bij de zandstuven, want dat speelt in het buitenbad. En bezoekers die vatten dit ook verkeerd op. En dat moeten we niet hebben. Een verordening moet zo duidelijk mogelijk zijn. Het komt overigens vooral dus voor bij de zandstuven.
kom je 's ochtends of 's middags, ik noem maar een voorbeeld, zwemmen. Dan betaal je 4,5 euro voor één badkaart. Kom je 's avonds terug, moet je nog een keer 4,5 euro betalen. Dus je betaalt dus 9 euro voor een dagje zwemmen. Want één kaart voor dit bad. En in principe wordt het dus goed uitgevoerd door de medewerkers. Alleen het komt voor, als je 's middags het zwembad verlaat en je ziet iemand achter de kassa en je zegt, mag ik een stempel, dan kan ik er vanavond gratis in. Dan wordt dat voor je geregeld. Maar het is allemaal gebaseerd op toeval. Over het algemeen betaal je 9 euro. En wij zouden dus graag willen voorstellen, of wat dat er mogelijk is, en misschien kan het college dat zelf wijzigen, om daar gewoon dagkaart van te maken. Dus als je dan 's ochtends komt of 's middags en je komt 's avonds weer, mag je gewoon met die dagkaart ook 's avonds zwemmen. Ik wil graag de reactie van het college, voorzitter. Overigens ook wel een technische vraag, maar het is aan u, meneer Koster, of u daar nu op kunt antwoorden. Ja, voorzitter, dat zou een wijziging zijn van zoals we het altijd hebben gedaan. Op zich moet dat natuurlijk kunnen. Maar ik constateer wel dat op het moment als wij dat zouden doen en over zouden gaan naar bijvoorbeeld een dagkaart, dat dat ook fraudegevoelig is. Want als er 's middags iemand anders aan de kassa zit, het kan ook zijn dat ik 's ochtends een dagkaart koop en me overgeef aan mijn collega-wethouder die 's middags gaat zwemmen. Die vervolgens aan zijn collega wethouder overgeeft, die 's avonds komt zwemmen. Op zich snap ik de intentie, ik begrijp het ook wel. Maar om het technisch uitvoerbaar te krijgen, dat is even een tweede. Meneer Kool, u heeft een verhelderende vraag. Ja, want ik op zich sympathieke gedachte van de heer Hanska. Alleen in de praktijk zul je dat misschien wel zien, een dagkaart. Ik bedoel, ik ga er vanmorgen naartoe, vanmiddag gaat mijn vrouw er naartoe en vanavond gaat de buurman er naartoe. Ik bedoel, dat zijn... U herhaalt wat de wethouder heeft gezegd. Nee, maar goed, als je kijkt naar de kosten en de opbrengsten, ik bedoel, de opbrengsten zijn wel gebaseerd op die verschillende tarieven. Dus ik ben dan heel benieuwd naar in hoeverre. Ik neem aan dat u dat ook als zorg meeneemt, maar dat zou dus ook een financieel gat kunnen betekenen. Er ligt nog geen voorstel, meneer Kolder, hè? Er ligt geen voorstel van het college. Er ligt geen voorstel van het college op dit terrein. Ik dus moet die vraag niet aan de wethouder stellen, maar aan de collega GBT-fractie. Dat klopt, meneer voorzitter. Alleen de wethouder reageert alvast. Ik geef hem alleen in hoe ik erover denk. U redt zich er fantastisch uit. Nou, wethouder, aan u het woord. Wethouder, u hoeft niet te reageren, dat doet u ook niet. Dan geef ik de... Ja. Dat is ook de juiste conclusie, denk ik. Meneer Elsinga. Ja, dank u, voorzitter. Feliciteer ik u, meneer wethouder. Maar ik zei u net al hoe creatief de mensen zijn. Nu krijg je een stempel mee. Dus je kunt gewoon een kaart, hoef je niet uit te geven. Maar als je iedere keer een stempel over elkaar heen wilt drukken, dan wordt het een lastig verhaal. Dan krijg je al een spiegelbeeld. Dus een stempel is gewoon een hele simpele oplossing. Vroeger in de bar ook altijd. Meneer Elsinga. Nou ja, kijk... Ik heb ook aangegeven dat ik het een sympathieke gedachte vind, maar dat het fraudegevoelig is. Dus ik wil best intern eens gaan kijken wat eventueel daar een creatieve oplossing voor kunnen zijn, die in ieder geval voorkomt dat er fraude wordt gepleegd. Oké, daar bent u mee akkoord. Oké. Concreet wordt u dan wel uitgedaagd, meneer Elsinga, namens de GBT-fractie, om te kijken of u zelf een voorstel doet. Want het college geeft aan dat ze willen kijken naar de juridische houdbaarheid. Maar wil je hem echt veranderen, dan moet de raad daar... wel een amendement voor maken en ik denk dat het terecht is dat u daar de raad toe verzoekt. Oké. Conclusie. U wilt alsnog in tweede termijn? Een interruptie? Of een tweede termijn? Een tweede termijn. Maar ik had u net gevraagd of u nou een tweede termijn wou. Dat wou u niet. U maakt geen vrienden in de raad als u de tijd nu gebruikt. Maar dat is voor uw rekening. Ik geef u de gelegenheid. Kort. Dank. Ja, de wethouder gaf aan op mijn vraag dat we dekking moeten zoeken voor een gat. Maar dan zou ik wel graag willen weten hoe groot dat gat is. En dat is voor mij zelf niet uit te vinden. Dus dat is een technische vraag. Maar kunt u mij daar in de loop van de week een antwoord op geven? Dat is mijn vraag. Ja, maar goed, u geeft eigenlijk het antwoord. U moet die vraag intern maar stellen en dan vervolgens uw voorstel daarop aanpassen. Ik kan de wethouder nu niet beantwoorden. Goed, dan ronden we dit debat af. Er komen voorstellen ten aanzien van... een aantal punten in de verordening waar u alles mee aan het werk gaat. Daar wordt dus de bespreekagenda voor de vergadering van 18 december. Dank u wel voor uw inbreng. En dan gaan wij
door met het laatste agendapunt, agendapunt 6. Algemene plaatselijke verordening, voor vanavond althans. U weet dat wij donderdag nog een deel van de raadsdebatten in de agendapunten hebben, maar we gaan voor vanavond proberen af te ronden. Algemene plaatselijke verordening aan de orde. En daarvoor gemeld GBT, SGP en VVD. Ik wil de GBT als eerste het woord geven. Heer voorzitter, de algemene plaatselijke verordening, die eens in de 3-4 jaar in de raad aan de orde komt, dus is het belangrijk dat we dingen wat goed gaan wegzetten. Allereerst complimenten voor punt 10, het raadsvoorstel. Ook in de APV komt daarop terug, dat is de aanpak van de problematiek rondom weesfietsen. Dat is echt een drama als je kijkt in Frieseveen op een station en voor zorgen dat dat uiteindelijk zometeen aangepakt wordt. Dan even artikel 257 lid C, oftewel 6 uit het raadsvoorstel. Er heeft zich een inwoner bij ons gemeld, enige weken geleden, en die is gebeten door een niet aangeleende hond in een zandstuvenbos. Waarschijnlijk is zijn letsel levenslang. Het is een ernstige zaak. De gemeente Twenterand is weliswaar niet verantwoordelijk, want het is van het staatsbosbeheer. Alleen deze man die is nu inmiddels tussen wal en schip geraakt, want niemand neemt de verantwoording. En we hebben wel een soort zorgplicht naar onze inwoners toe van hoe wordt dit nu opgelost. Dus het gaat niet alleen om het aanleiden. Iemand heeft letsel door een mede-inwoner, ook nog uit GRD. We moeten het niet horen, maar goed. Maar het is wel gebeurd. En het is jammer dat dus iemand eigenlijk nergens terecht kan. En ik zou de burgemeester, ik zal daar nog wat meer daarover vertellen. Maar we moeten op dit op een of andere manier wel aanpakken. Hè. Als het in Twenterand gebeurt, hè, een hoge collega die vertelde van een buurjongen die er heeft gehad, is allemaal keurig afgehandeld binnen Twenterand. Maar er zijn er wel een aantal die tussen wal en schip raken. En dit is zo'n geval. En eigenlijk hebben we daar, denk ik, niets voor geregeld. En hoe het zou moeten, weet ik ook niet. Maar dan artikel 210, lid 3, dat gaat over spandoeken. Het ophangen van spandoeken. Wij vinden het vreemd dat alleen spandoeken worden genoemd. Want die zijn van stof. Je hebt ook verkiezingsborden, die zijn gewoon van trespa of zo. En dat mag dan niet, want ik heb er wel eens nagevraagd. Dat kon niet. En dat is gek, want die spandoeken, de een die hangt inderdaad een spandoek neer, maar sommigen die bevestigen de spandoek aan het bord. Of aan een dranghek, of aan een bouwhek. Ja, dan denk je van, dat mag zo'n bord mag niet, en je mag wel een spandoek aan een hek, of aan een bord. Dus dat vinden we een beetje vreemd. Dan moet gewoon een bord ook kunnen. En hoe zit het dan met ledborden? Is dat dan ook mogelijk, of is dat weer te afleidend? Ik zou even willen weten hoe dat zit, voorzitter. En tot slot, en dat was misschien ook voorspelbaar, dat is de verontreiniging door honden. Het is nu heel erg beperkt tot 2 artikelen of zo. Het staat in, voor diegene die mee wil lezen, artikel 258. Volgens mij. Ja. En onze fractie heeft even wat opgevraagd, al een tijdje geleden, maar nu ook nog bevestigd, over hoe pakken wij dat nu aan. Hè? Er gaan verschillende dingen gebeuren, burgers worden betrokken. Maar als je straks zult handhaven, hè, want de burgemeester komt nog met een voorstel naar de raad bij de kadernota over handhaving, FTE en zo, nou, dat zien we dan allemaal wel. Dan moet het wel goed geregeld zijn. En wij vinden het te sumier op dit moment wat er nu staat. En wij zouden eigenlijk het voorstel willen doen zoals het in de APV van Groningen en Rijzenholten is geregeld. En wat daar interessant is, dan hoeft u het allemaal niet op te zoeken, maar het gaat er vooral om, het gaat dus niet om de uitwerpselen op zich, maar dat je dus ook beboet kunt worden als je aangehouden wordt en je hebt geen opruimmiddel bij je. Want je laat je hond uit, maar je hebt niks bij je. Dus hoe wil je dan uitleggen hoe je dat gaat opruimen? Dus daar hebben ze verschillende gradaties in boetes in. En ik heb ook gevraagd, jullie doen dat sinds 2014, hoe gaat dat? En ze hebben daar een enorme daling gezien. Ze hebben eerst ingezoomd op de hotspots, hebben ze mensen via internet, zoals hier bij e-spraak zou kunnen doen, hotspots aangegeven. En daar hebben ze een aantal weken, dus ik heb geen vaste FTE voor of zo, maar een aantal weken in een jaar, ergens in voorjaar, najaar, gaan ze heel erg op die hotspots inzetten, die controleurs erop afsturen. En de eerste keer krijgen ze allemaal een waarschuwing en daarna worden ze daadwerkelijk beboet. En wij wouden wel voorstellen, maar goed, daar wil ik het eerst rondsturen naar de raad en ook wat het college van vindt, om meer aan die verontreiniging door honden te doen als één van de maatregelen. En de volgende door nog meer, voorzitter. Dank u wel, meneer Elsinga, voor uw bijdrage. Dan wil ik graag het woord geven, ik zou u echt niet vergeten, SGB-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Met de APV hebben we het instrument in handen waarmee we onze veiligheid en openbare orde dienen. Aan ons als raad is het de verantwoordelijkheid om de handhavers een goede gereedschapskist te geven, zodat ook de mogelijkheden, omdat ze ook de mogelijkheden hebben om op te treden. De APV, zo lezen we in het voorstel, sluit aan bij het VNG-model. De APV is een dynamisch document dat regelmatige wijziging behoeft. Het is daarbij noodzakelijk om een goede afweging tussen regulering en deregulering. Minder regels klinkt leuk, maar we moeten in de eerste plaats kijken van wat vinden wij hier nodig. En dat bepalen wij in Twenterand en laten we daarom niet standaard alles één op één te doen wat de VNG doet. Deelt de portefeuillehouder deze mening. En verder vindt de SGP het van belang wat de handhavers nu zelf aangegeven wat ze nodig hebben. Kan de portefeuillehouder hier wat voorbeelden van geven? Het college heeft eerder op vragen van de SGP aangegeven met geluidsnormen te komen bij evenementen. Ik zie dat hier niet terug bij de APV. De vraag is, hoe gaat u dat realiseren of komt dat in de evenementennota die nog in voorbereiding is? En wat is dan de juridische status met betrekking tot de handhaving, wanneer bijvoorbeeld geluidsnormen niet expliciet in de APV worden opgenomen, maar wel in de evenementennota? Graag uw reactie daarop. Daarnaast wil de SGP graag aandacht vragen over de verruwing van de samenleving. Politie en andere hulpverleners, maar ook burgers krijgen hier steeds meer mee te maken. In de gemeente Rijssen-Holten hebben ze ook een dergelijke bepaling. Daar hebben ze een vloekverbod / onwelvoeglijk taalgebruik. Ik sprak vorige week wethouder Nijhoff en ik vroeg hem daarna, ik zei, waarom hebben jullie dat opgenomen? Hij zegt, het is heel erg belangrijk om ook de handhavers een titel mee te geven, hè, wat in de APV staat om op te treden. SGP is voorstander om deze mogelijkheid te geven aan onze handhavers. Wij geven daarmee een signaal af, ook aan de samenleving, en dan gaat het niet alleen om vloeken. De meest vuile en funzige taal krijgen de mensen die in het veld ten dienste staan van de samenleving naar hun hoofd. En daar moeten wij gewoon stelling tegen nemen. Hoe gaan we hier met elkaar om en ook hoe behandel je onze mensen die ten dienste staan in de samenleving? Ik denk ook nog even terug aan de woorden die de heer Reusen sprak tijdens de algemene beschouwing over het orkest en de verschillende leden van het orkest. Dat is uit mijn hart gegrepen. Daar gaat het hier ook om. Voorzitter, kan de portefeuillehouder ons vertellen of een dergelijke bepaling in de APV mag worden opgenomen? En ik hoor hier ook graag hoe de andere collega's daar tegenaan kijken. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker, voor uw bijdrage. En dan geef ik het woord aan de VVD-fractie, meneer Kobes. Dank u wel, voorzitter. Omwille van de tijd zal ik het kort houden. We hebben eigenlijk alleen het voorstel, of eigenlijk de vraag van wanneer komt het evenementenloket, krijgt dat vorm. En wij zouden willen voorstellen om na een jaar de evaluatie te doen van de ervaringen die zo'n evenementenloket heeft op deze APV. Want ik kan me voorstellen dat daar heel veel van dat soort dingen aan orde komen. En dat het misschien aanleiding geeft tot een wijziging van deze hele APV. En ik ben wel benieuwd wat er dan in zo'n loket allemaal aan de orde komt. Dank u wel. Goed. Dank u wel, meneer Koos, voor uw vraagstelling. Ik kijk naar de kant van de portefeuillehouder. Mevrouw van der Kolk is portefeuillehouder op dit onderwerp. Ik geef u graag het woord. Ja, dank u wel. Ik ga gewoon even de verschillende punten bij langs die door de fracties zijn ingebracht. Nou, de weesfiets, we hebben natuurlijk meegemaakt dat je gewoon dingen in de APV moet regelen. Anders kunnen we niet handhaven. Dat was natuurlijk bij de weesfiets ook zo. Dus vandaar dat het heel duidelijk hierin staat. En dat vervolgens met beleidsregels wordt aangegeven om welke gebieden het gaat, waar we handhavend zullen optreden. En dat is een bevoegdheid van het college. En zullen wij ook wanneer u de APV vastgesteld in januari in het college ook vaststellen hoe, waar, et cetera. Dan wil ik heel graag met de heer Elzega over het bijtincident. Laat ik het zo maar even afhandelen. Wil ik heel graag van u horen. Want uiteraard is natuurlijk de eigenaar van een hond is ook verantwoordelijk. Is verantwoordelijk. Maar ik denk dat het goed is om dat met u te delen. En dan kan ik kijken van hoe en wat. Het punt van de spandoeken en verkiezingsborden. Dat neem ik mee om daar heel goed naar te kijken, want het is natuurlijk best wel heel technisch van hoe, wat,
precies in artikel 2.10 staat en wat dan eventueel, als u het zou willen, een meerderheid, hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus dat wil ik eventjes, en dan krijgt u dan schriftelijk een reactie op. De verontreiniging honden, u heeft de APV van Groningen en Rijsselholte, ik heb die van Almelo. Geef me even de ruimte om even goed te kijken van wat een goede tekst is. Want ik denk dat het voor de handhaving goed is om dit op te nemen in onze APV. En ik wil kijken welke tekst het beste is. Laat ik het zomaar even onder woorden brengen. Omdat dan moet ik even heel goed kijken hoe dat technisch moet. U kunt natuurlijk zeggen een amendement, maar het kan ook zijn vanuit het college die aanvulling komt om de APV. Dus daar ga ik even heel goed naar kijken hoe we dat dus het beste gaan doen. Want het is wel een hele goede aanvulling die u noemt. Ja, de heer Jonker die geeft aan van ja, de handhavers, wat hebben ze nodig? Nou, u weet, we hebben een heel beperkt handhavers. Laat ik dat maar heel, toch maar weer eens onder uw aandacht brengen. En het is de raad die natuurlijk de regels stelt. En niet de handhavers, maar de regels die gesteld moeten worden, die wil ik ook wel graag handhaven. En met heel weinig capaciteit valt het niet mee en moet het vanuit mijn kant ook keuzes gemaakt worden. Maar dat weet u, dat beseft u ook. En dan zal ik met de kadernota met een voorstel voorkomen om toch te kijken hoe wij tot meer handhaving kunnen komen. Want het is en blijft nodig. Het gaat natuurlijk niet om dat wij de VNG volgen. We gaan natuurlijk zelf, en dat zie je ook, hè, je hebt allerlei regels die dus open zijn. Die pakken we niet op, maar daar waar het nodig is voor Twentrand nemen we ze op in de APV. Als ze niet opgenomen zijn, dan kun je soms niets. En dat is gewoon heel veel. Dus die ga ik altijd kijken van wanneer heb ik die regel nodig. Maar als ik die regel er niet in heb staan, ja, dan moet ik weer wachten totdat de raad weer een besluit genomen heeft. Dus dat willen we ook niet, maar u gaat erover. De geluidsnormen, daar zijn we mee bezig. Niet in deze APV, we zijn wel heel goed kijken van hoe en wat en waar. En dat is niet simpel. En als het nodig is dat in de APV komt, dan kom ik met, samen met wethouder Harmsen bij u terug. En ik als verantwoordelijk voor de APV. En dan hoeven we echt niet 3 jaar te wachten. En als ik vind dat er iets door u vastgesteld moet worden, dan komt het naar u terug. En dan hebben we misschien al vlugger een aanpassing van de APV. Dus dat hoef ik niet zo lang te wachten totdat het opeens nodig is. De verruwing. Ja, agressie tegen onze handhavers is onacceptabel. Laat ik dat maar heel duidelijk zeggen. In wat voor vorm dan ook. En ik worstel gewoon, laat ik dat, en dat wil ik dan meenemen ook, van moet ik dat in de APV regelen? Moet het erin staan of is het heel duidelijk? We accepteren dat gewoon niet. En als het gebeurt, dan vindt er ook aangifte plaats, et cetera. Dus, en u spreekt over taalverruwing, hè, daar gaat u om. Ik heb op dit moment niet de neiging om te zeggen van, nou, daar kom ik mee. Ik laat ook aan u of u dat wilt en of u zegt van, wij vinden het wel nodig om het in de APV te regelen. Ik vind agressie, om wat voor vorm ook, is niet acceptabel, maar of dat dan in de APV geregeld moet worden. Wat mij betreft is het niet nodig. Maar het is aan u of u dat wilt, ja of nee. Evenementenloket, dat is niet aan mij. Daar wordt aan gewerkt en zal ook wethouder Harmsen op een bepaald moment bij u terugkomen. En als blijkt dat we de APV moeten veranderen op een bepaald moment, dan zal ook dat weer gebeuren. En zal het college met een voorstel richting u komen. Dat was het, voorzitter, wat mij betreft, reactie op de inbreng. Dank u wel, mevrouw Portefeuillehouder in dit geval. Dan kijk ik naar de raad voor tweede termijn. Wie heeft de behoefte aan de tweede termijn? Dat is niet het geval. De portefeuillehouder daagt u uit om ten aanzien van wijzigingen dan voorstellen te doen. Ik heb ook goed begrepen dat er een bilateraaltje plaatsvindt aangaande het wijdincident. En dan concludeer ik ook met u dat als u voorstellen wil doen, dat we dit agendapunt dus op de bespreekagenda zetten. Dat is het geval. Dan wordt dit agendapunt op de bespreekagenda van 18 december geplaatst. En zijn we voor vanavond aan het einde gekomen van het debat. Ik moest een compliment maken met een uur achterstand en terugbrengen naar ongeveer 40 minuten. Dat heeft u knap gedaan met elkaar. Dus discipline. Keurig. Dat zal ook wel aan de voorzitter liggen inderdaad.
Ik wens u allemaal een fijne avond en we zien elkaar aanstaande donderdag terug. Wel thuis.